Een hele goede dag allemaal en welkom bij deze speciale stream voor het goede doel War Child. We gaan vandaag een paar uur live met Mario Party Superstars. Er zullen ook speciale gasten komen. Dus pak wat eten, pak wat drinken. Ga ervoor zitten, ga nog wel even snel naar de wc zodat je zo meteen niet meer hoeft. En dan gaan we in een paar minuutjes echt beginnen. Dus drop de hype in de chat. Dankjewel, Raymond. Voltix, we zijn nog ineens begonnen en je bent er al bij. En met die donatie van 100 euro gaan we ook beginnen. En let even op, want de setting is totaal anders. Maar welkom bij deze nieuwe livestream. Zoals je kan zien, staan er hier nog 3 stoelen naast me. Want er komen zo meteen 3 gasten hier naast me zitten. En dan gaan we een paar uur livestreamen voor War Child. Oftewel voor alle kinderen in oorlogsgebieden. Dus mocht je willen doneren, er staat een link boven in de chat. En er staat een link in de beschrijving van de livestream. En mocht je niet kunnen doneren of mocht je gewoon de stream willen kijken, is dat ook helemaal goed. Je kan meechatten, je kan meepraten. En dank jullie wel sowieso allemaal voor de support. Dank jullie wel sowieso allemaal opnieuw weer voor het intunen. En het wordt een speciale livestream. En ik heb er super veel zin in. Ik had alles prachtig neergezet. En Jordi zei letterlijk tegen me van, ja, maar we gaan dus Mario Party met z'n vieren op een klein scherm spelen. Dus ik heb op mijn bureau, jullie kunnen het niet zien, maar ik heb op mijn bureau een 42 inch tv neergezet. Zodat we gewoon voor onszelf grote schermpjes hebben. En ik ga hem alvast even laten zien, dat is een kleine spoiler. Ik heb ook, badabim badaboom, een speciale overlay gemaakt. Zodat jullie dus ook alles kunnen volgen. Dus ik raad zeker aan om de stream op fullscreen te zetten. Fullscreen op je telefoon, fullscreen op je computer. Dankjewel voor de donatie. Fullscreen op je tv of waar je ook aan het kijken bent. Zodat je dus ook alles goed kan volgen. En ja, ik heb er serieus heel veel zin in. Het is een lange tijd geleden dat we een speciale stream hebben gedaan. Maar we gaan ervoor. Dus dankjewel allemaal voor het intro. Dankjewel allemaal voor de support. Eerst even kijken wie er allemaal bij is. Want Daniel is erbij. Bram is erbij. Damien is erbij. Jens is erbij. Je boy is erbij. Cindy is erbij. Dylan is erbij. Tom is erbij. Joy is erbij. Warchild, oftewel het echte officiële account, is ook in de chat. Dus die zullen ook jullie vragen kunnen beantwoorden als jullie echt specifiek vragen hebben. Dus welkom ook. Myron, welkom bij de stream. Dries, welkom bij de stream. Ilano, welkom bij de stream. Kevin, welkom bij de stream. Marianne, welkom bij de stream. Tim, welkom bij de stream. Renate, welkom bij de stream. Esmee, welkom bij de stream. Henny, welkom bij de stream. Kistrien, of Christine, welkom bij de stream. Gamer Ken, welkom bij de stream. Angie, welkom bij de stream. Raymond natuurlijk, welkom bij de stream. Marianne, welkom bij de stream. Tom, welkom bij de stream. Corine, welkom bij de stream. Hendrik van Kleef, die er altijd bij is, welkom bij de stream. MR, Playspotting, Jesse, Nederlandse Games, Twennetje, Dries, Sam, Egbert, Jesse, Jefferson, Alderik, Loik. Ik kan het niet meer bijhouden. Ik probeer het oprecht bij te houden, maar het gaat niet meer lukken. Red, welkom bij de stream. Ruben, welkom bij de stream.
Dankjewel allemaal voor de support. Even om heel snel in te haken op donaties. Want we hebben een paar donaties ontvangen via een sticker. Zorg ervoor dat als je doneert, dat je doneert via de link die in de beschrijving staat. Of die boven in het chat staat. Want dan komt het alleen in beeld. En dan gaat het geld ook direct naar Warchild toe. Zodat we natuurlijk alle kinderen op die manier kunnen helpen. Dus ja, dank jullie wel. Dank jullie allemaal voor het hooi zeggen. Welkom jongens, welkom. Ik kan niet iedereen individueel oplezen, want het is lekker druk. Maar... ik ga heel even de muziek iets zachter zetten. Dus jullie horen het ook helemaal niet meer. Want, dank jullie wel. Ja, jullie zien ze allemaal binnenkomen. Ik zal hem nog heel veel naar boven verplaatsen. Want, zo, thanks. Gertwim! Jongens, ik had oprecht een doel voor vandaag ingesteld. Je ziet het onder me staan. Van 1200 euro. En we zitten nu op 245. We zijn net... 5 minuten bezig. Dus thanks allemaal voor de support. Ik zal ze zo meteen allemaal oplezen. Maar jullie willen natuurlijk ook wel weten waarvoor je doneert. Dus ik heb een video ontvangen van Warchild. Die kunnen we even afspelen. En om een kleine samenvatting te geven. Er groeien op dit moment zo'n 230 miljoen kinderen op in de conflictgebieden. En Warchild zet zich in voor deze kinderen. Met iedere 8 euro die we vandaag ophalen. Kan Warchild 1 kind... 1 maand lang helpen. En kan je iets missen? Wil je supporten? Is dat altijd welkom. Je naam komt ook in beeld. Maar we hebben ook een kleine video van Warchild ontvangen. Zodat je dus ook een beetje een idee krijgt waarvoor je doneert en wat Warchild allemaal doet. Dus thanks voor alle donaties. Dus deze zullen we eventjes met z'n allen gaan bekijken. Zodat jullie ook wat meer informatie erover krijgen. Dus, daar komt ie. Zoals Dua, die in of vlak na een oorlog opgroeien... hebben vaak zoveel meegemaakt dat ze zich bang, verdrietig en verward voelen. Ze kunnen vaak niet naar school, niet buiten spelen... en moeten soms ineens afscheid nemen van vriendjes en familie. Dua kreeg last van nachtmerries en werd heel stil. Andere kinderen worden juist heel boos of agressief. Ook zijn veel kinderen bang om nieuwe vrienden te maken... terwijl vriendschap juist zo belangrijk is. Warchild wil dat kinderen in oorlog zich weer goed voelen... Dankjewel. Meer zelfvertrouwen krijgen en weer contact leren maken. En, net zoals jij, gewoon kunnen spelen en leren. Daarom organiseert Warchild allerlei activiteiten. Dua ging sporten, tekenen, zingen, dansen en toneelspelen met andere kinderen. Door samen te lachen vergeet ze langzaam haar angsten en verdriet. Warchild geeft ook les, want kinderen in oorlog kunnen vaak niet naar school. Omdat deze verwoest is of omdat het veel te gevaarlijk is om erheen te gaan. Ze leren schrijven, lezen en rekenen. Zo raken ze niet te ver achter en kunnen zij, net als Dua, weer dromen van een fijne toekomst. Dit doet Warchild op plekken waar kinderen zich veilig kunnen voelen. Even weg van het geweld. Want een kind hoort niet thuis in oorlog. Nooit. En dat is precies waarvoor we vandaag gaan streamen. Dus dan hebben jullie ook een goed idee gekregen wat er ook met de donaties gedaan wordt. Dus dankjewel ook Warchild dat we dit voor jullie kunnen doen. En ja, iedereen die al gedoneerd heeft. We hebben blauwe puntjes staan. Dat zijn doelen die we kunnen halen. En het eerste doel, oftewel helemaal daar, was 10 kinderen helpen. Oftewel 80 euro in totaal. Die hebben we al gehaald. Het tweede doel was... Wacht, wat is er gebeurd? We kunnen dit nooit allemaal oplezen. Holy knetter. Het tweede doel was in ieder geval 400 euro. Oftewel, daar konden we heel veel kinderen mee helpen. Het derde doel is 800 euro. Die hebben we al bijna gehaald. En ik heb het einddoel ingesteld op 1200 euro. Maar we zijn er al bijna. Ik wil wel alle donaties eventjes oplezen. Dus voordat ik de gasten ga introduceren. Laat me eventjes ervoor zorgen dat we bij zijn met alle donaties. Want Raymond die heeft een 10 euro donatie achtergelaten. Dus dankjewel voor je support. En hij zegt voor de kids. Dankjewel Raymond. Liam die heeft een 3 euro donatie achtergelaten. En hij zegt nul. Dankjewel Liam voor je 3 euro donatie. Boltix. En drop even de hartjes in de chat jongens. Voor iedereen die donatie achter heeft gelaten. Jullie kunnen spammen. Jullie mogen doen wat je wil in de chat. Je wordt niet getimed out. Boltix die heeft een 100 euro donatie achtergelaten. Dus dan kunnen we, kan Warchild meer dan 10 kinderen een maand lang mee helpen. En hij zegt erbij. Deze stream wordt echt dope. Like en abonneer iedereen. Hey,
Dankjewel, bro. Je bent er ook al heel lang bij. En je bent er ook altijd bij om te supporten. Dus dankjewel, Boltix. En drop een hartje in de chat voor hem en voor iedereen die er ook bij is. Imo die heeft nog een 8 euro gedoneerd. En hij heeft ook geen bericht achtergelaten. Dankjewel, Imo, voor je 8 euro donatie. Rody, oftewel Rody, had nog een 10 euro donatie achtergelaten. En hij zegt, zoals altijd aanwezig, maat, we willen ook graag helpen voor de kindjes. Groetjes van Ro en Roel. Hey. Groetjes terug, veel plezier met het kijken van de stream en dankjewel voor al je support, man. I am Crazy Henky Not, die heeft nog een 5 euro donatie achtergelaten en hij zegt succes. Dankjewel, jij ook succes met kijken en dankjewel voor de support. Gertwin Gaming, die had nog een 100 euro donatie achtergelaten en hij zegt, daar gaan we dan. Hey Gertwin Gaming, dankjewel voor je support en jij helpt hier superveel kinderen mee. En alle hartjes zijn ook voor jou, man. Dankjewel voor je 100 euro donatie. Totally Mixed Stap, oftewel René, die had nog een 5 euro donatie achtergelaten. Zegt, natuurlijk, voor het goede doel. Hey, dankjewel, Totally Mixed Up. Oftewel, René, voor al je support, altijd al jarenlang ook. Buurman, misschien is mijn echte buurman, het zou zomaar kunnen. Die heeft nog een 10 euro donatie achtergelaten. Zegt, een cadeau van de buurman. Ik zal het wel even aan mijn buurman vragen of het echt mijn buurman was. Maar dankjewel voor je 10 euro donatie. Kenji935 heeft nog een 8 euro donatie achtergelaten. Zegt, elke euro helpt broeders en zusters. En heb je zeker gelijk, Kenji. Dankjewel voor je 8 euro donatie. Thomas Hassa, die had nog een 2 euro donatie achtergelaten. Zegt, Joey Legend, ik ga lekker genieten van je stream. Ga ze door en de GTA-raids zijn altijd lachen. Hey, jij ook bedankt voor je support. En ook natuurlijk op de video's bedankt voor al je support. Jonathan LH44 had ook nog een 2 euro donatie achtergelaten. Zegt, voor de kinderen die het nodig hebben. En Jonathan, dankjewel voor je bijdrage. Hermina, die had nog een 10 euro donatie achtergelaten. Zegt, voor de kids met een leuke smiley face erachter. Dus dankjewel voor je... Mijn hoofd gaat nog zo vaak in beeld komen op deze manier. Dankjewel ook voor jouw 10 euro donatie. En Warchild is er heel, heel blij mee. Brando, die heeft nog een 2 euro donatie achtergelaten. Zegt, veel succes met de livestream. Hey, dankjewel Brando voor jouw support. Just Hendrik NL, die had ook nog een 4 euro donatie achtergelaten. Zegt, Jojan, supergoed dat je voor een goed doel streamt. Bro, ga zo door. Hey, gaan we zeker weten doen, Hendrik. Je bent er ook al jaren bij, dus dankjewel. Jongens. Holy crap, dankjewel Hendrik voor jouw support. Ik wil mijn gasten gaan introduceren, maar ik wil even bijlopen met de donaties. Anoniem, die had nog een 5 euro donatie achtergelaten. Zegt, ik wil graag mijn steentje bijdragen voor deze kinderen. En dankjewel voor je support. Hij heeft zijn naam niet in beeld gezet, maar dankjewel. Je weet dat jij het berichtje hebt achtergelaten, dankjewel. Jellis Gameson heeft nog een 1 euro donatie achtergelaten. Zegt, hey Jan, hoe is het met je en de andere groetjes die meedoen? Groetjes! ze zitten te wachten tot ik ze introduceer, dus ja. Dankjewel Jelle voor je 1 euro donatie. Patrick de Zijn heeft nog een 10 euro donatie achtergelaten. Zegt dat er heel veel geld opgehaald mag worden. En super dat je dit doet. Hey Patrick, dankjewel. Jij hebt ook weer een kind. Dus heel erg bedankt voor je bijdrage. Jannik heeft nog een 15 euro donatie achtergelaten. Jannik, jij ook bedankt voor al je support. Super, super gaaf. En je Warchild is er heel blij mee. Rijn de Bakker heeft nog een 100 euro donatie achtergelaten. Rijntje. Iedereen vraagt ook waar Rijn is. Alleen, hij zit nu in de chat. Alleen, Rijn is verhuisd. Hij heeft in zijn nieuwe huis geen internet. Oftewel, hij doet even nu niet mee met de livestream. Hij doet even niet mee met de video's. Maar zodra hij weer internet heeft, komt hij gezellig weer meedoen. En als we vaker Mario Party gaan streamen, komt hij zeker weten ook een keer naast me zitten. Dus vandaar. Ryan, dankjewel ook voor jouw support. We hebben het doel al gehaald, jongens. Holy knetter. De hele balk is al gevuld. Nou, dat was de stream. Bedankt voor het kijken. Nee, grapje. We hebben hem al gehaald. Holy knetter. Ryan, dankjewel voor je 100 euro donatie. Met Mike, die heeft nog een 50 euro donatie achtergelaten. Zegt, Jojan, echt tof dat je dit doet. Ik help graag een handje mee. Dus hier een kleinigheidje. Ga zo door. Hey, Met Mike, je bent er ook al heel lang bij. Dankjewel voor je support, man. Mike22958 is ook al lang bij. Die heeft nog een 50 euro donatie achtergelaten. En hij zegt, awesome dat je dit doet voor de kids. Dankjewel voor jouw support, Mike. Super awesome van je. Iemand die zijn naam niet in beeld wilde brengen, heeft nog een 10 euro donatie achtergelaten. Zegt, Jojan, hou van je. Dankjewel voor je support, man. Zayonki heeft nog een 3 euro donatie achtergelaten. Shout naar Jaraski. Shout naar mezelf. Dankjewel, bro. Navarroy, die heeft nog een 1 euro donatie achtergelaten. Zegt, hey Jannie Panny, groetjes van Navarro. Hey, groetjes terug. Geniet lekker van de stream, bro. Captain Spooky. Ik ben bijna bij, jongens. Captain Spooky heeft nog een 50 euro donatie achtergelaten. Zegt, voor het goede doel. Captain Spooky, je bent er ook al jaren bij. Iedereen kent je in de chat. Dankjewel, man. Dankjewel voor je support. Koepelgaming045 heeft nog een 30 euro donatie achtergelaten. Zegt, voor de kinderen. Niemand verdient het om in oorlog te leven. En, dat heb je mooi gezegd, man. Dankjewel voor jouw 30 euro donatie voor Warchild. Yuri heeft nog een 50 euro donatie achtergelaten. Zegt, voor het goede doel. Yuri,
Dankjewel, man. Je gaat er heel veel kinderen mee helpen. Dus ja, Warchild, bedank je natuurlijk ook in de chat. J. Fossi, oftewel Jasper, heeft nog 5 euro donatie achtergeluisterd. Respect, bro. Heel mooi. En ja, Jasper kennen we ook allemaal van Call of Duty. Dus dankjewel voor je support. Kay Sivi heeft nog een 25 euro donatie achtergelaten. Ik ben niet zo voor het doneren op YouTube. Maar voor Warchild maak ik graag een uitzondering topactie. Hey, dankjewel man. Dankjewel voor al je support. En ja, het geld dat gedoneerd wordt gaat ook direct naar Warchild. Dus vandaar ook dat je doneert via de website van Warchild. Dus dankjewel Kees voor je 25 euro donatie. Iemand die zijn naam niet in beeld wilde hebben, had nog een 10 euro gedoneerd. Hij zegt, hey Jan, hier wat centjes voor het goede doel. Hey. Dankjewel. En de Warchild bedankt je automatisch ook. Jeffrey1987 had nog een 5 euro donatie achtergelaten. Kleine bijdrage voor de kids. Dankjewel, jongen. Dankjewel, Jeffrey, voor al je support. Geniet lekker van de stream, man. Vinnie heeft nog een 3 euro donatie achtergelaten. Yo, Jan, leuke stream. Hier is een mop. Wat is het verschil tussen een vrouw en een koelkast? Goeie mop. Ik zal hem de volgende stream wel oplezen, ja. Ik zit alles automatisch op te lezen gewoon. Maar we gaan het antwoord niet oplezen. Dankjewel, Finn, voor je 3 euro donatie, man. Pino Power, die had nog een 5 euro donatie achtergelaten. Zegt, ik wens iedereen een hele goede stream. Succes, toppers. Dankjewel voor je support, Pino Power. Vinci heeft nog een 3 euro donatie achtergelaten. Zegt, Jojo Vinci hier, ik wou... Ik ga nooit bijkomen op deze manier, hè, jongens. Ik wou even melden dat ik een topgozer ben dat je dit doet. Ik kijk al jaren je video's en zal zeker blijven kijken. Ik hoop dat dit jaar de 12 dagen voor Kerstmis serie weer terugkomt. En succes met de stream. 12 dagen voor Kerstmis komt 100% zeker terug. En blijf lekker genieten van de video's en van de stream, Vince. Dankjewel. Corneel, die heeft nog een 5 euro donatie achtergelaten. Zegt, bro, je bent echt de baas dat je dit doet. En je bent altijd een baas geweest, man. Hey, Corneel, dankjewel ook voor jouw bijdrage. Ede Hart, die heeft nog een 5 euro donatie achtergelaten. Ik ben er bijna, jongens. En hij vraagt, wanneer weer Farming Simulator? Na het weekend ga ik weer opnemen. Het was even een drukke week. Het was even een drukke 2 weken. Maar binnenkort is Farming Simulator weer helemaal terug. Boltix heeft nog een keer 41 euro gedoneerd. En hij zegt erbij, welkom iedereen. Let's go. Als je bij de stream aan het kijken bent. Hij heet iedereen welkom, dus ik ga gewoon een bruggetje maken. Ramde natuurlijk. Kaart op like nog straks super gaaf vinden. Misschien dat we nog wel iets leuks kunnen doen bij de 1000 likes of 2000 likes als we het halen. Maar dan moeten we eventjes iets bedenken. Want ik had niet verwacht dat we zo snel het doel zouden halen. Maar Boltix, dankjewel voor je 41 euro donatie, man. Tijmen heeft nog een 30 euro donatie afgelaten. Zegt Jojan, succes en alles voor de kids. Tijmen, dankjewel voor je bijdrage. Jordi heeft nog een 5 euro donatie achtergelaten. En hij zegt, mogen we al komen? Je mag komen hoor, Jordi! Oh, hij is er al. Oh, ja, jongens, we gaan een gast introduceren. Anders zijn we morgen nog niet klaar. Als eerste komt de big boy binnen. De persoon. Hoe lang ken ik je al? 14, 15 jaar. De persoon die ik al 14, 15 jaar ken. En het is, heet en welkom in de chat, Jordi Nice. Hallo. Je mag je stoel innemen hoor. Wie wil dan? Suus. Nee. Oh, Suus wil. Ja, die hebben heel veel zin in. Dan de knappe, de prachtige vriendin. Suus! Hallo! Heet er even welkom. En dan de persoon die vandaag niet agressief gedrag gaat tonen, geen beeldschermen kapot gaat gooien, the one and only, Liam! Hey! Ik heb voorbereid. Wat? Bro! Hij heeft zijn controle ingepakt dat hij met de tv niet kapot kan gooien, bro. Oh, ja, mag ook open hoor, maakt niet uit. Nou, dat zijn de gasten. Het duurde even wat langer, maar... Ik merkte het. We hebben het doel al gehaald. Oh. Nou, zitten op we weer, 1327 euro en we zijn een kwartier bezig. Hoe dan? Ja, die zag ik even niet aankomen. Anyway. Lekker welkom. Wil je wat leuks zeggen? Nee, ik ben hier niet op te winnen, zegt hij dan. Ja, we gaan Mario Party spelen. We zullen sowieso voor de mensen die de game niet kennen het nog een klein beetje uitleggen. Het belangrijkste is dat je eerst muntjes verzamelt. Ja, jullie weten het, maar ik leg het tegen jullie ook uit. Dat je eerst muntjes verzamelt en daarna je muntjes inruilt voor sterren. Want sterren zijn meer waard dan muntjes. En voor de rest heeft Jordi tot nu toe 15 games achter elkaar gewonnen. Ik zal nog even wat opschuiven. Dat is Jordi ook goed in beeld. Oh, ja. Kom maar. Schuiven. Dus laten we even voor zorgen, chat, dat Jordi vandaag verliest. Dat gaat moeilijk worden. Ik zal mijn best doen om te verliezen, maar ik kan niks beloven. Oké, fair enough. Nee, Jordi die wint altijd gewoon. Liam is gespierder dan ik dacht. Ja, Liam is kast, jongens. Liam is kast. Daarom gaat hij ook zijn beeldscherm kapot zonder moeite. Ja, ik zal even snel nog bijlopen dat we alle donaties hebben. Kenji935 had nog 7 euro donatie achtergelaten. Kan jij het lezen, Jordi? Nee. Oh. Ik dacht, oké,
kan jij me oplezen, maar ik kan het niet eens zien. Zegt erbij, ik moet zo gaan werken, dus kan er niet meer bij zijn, jammer genoeg. Veel succes op Strijder, laten we voor de 5000 gaan. Laten we gewoon het volgende doel op de 1330 instellen, dat is nog 1 euro. Maar dankjewel Kenji voor je bijdrage, man. Thijs heeft nog een 10 euro donatie achtergelaten. Respect dat je dit doet, hier mijn bijdrage. En Thijs, jij ook bedankt voor jouw bijdrage. Iemand anders heeft nog een 5 euro donatie achtergelaten en zegt, mooi dat je dit doet. Hey, dankjewel ook voor jouw bijdrage. Warchild bedankt natuurlijk automatisch ook. Jan, je vriendin is knap. een kaaskroket op Soundcloud. Hij promoot zichzelf ook even. Die heeft nog een 1 euro donatie achtergelaten en hij zegt, kleine bijdrage. Hey, hoe groot of hoe klein ze ook zijn, dankjewel voor je support. En als je gewoon de stream aan het kijken bent, support je natuurlijk ons automatisch ook. Dus voor iedereen die gewoon aan het kijken is, thanks voor alles. Heb je nog niet geliked? Doe het zeker. En dan gaan wij. Zijn jullie er klaar voor? Oh, wacht, ik moet eerst de controllers uitdelen. Deze voor Jordi. Ja. Liam. Heb je de cheatcode zo in gesteld? Niet kapot gooien, hè? Nee. Deze is ik voor Liam. Ik zal deze even eraf. De roze is voor jou. En de blauwe is voor mij. Oké. Ja, dan gaan we beginnen. Dan gaan we hem even instellen. Ja, Bloink. Zo. Tijd om te verliezen? Oh. Ja, chat, wacht. Zullen we een poll maken? Kijken wat jullie denken die er gaat winnen. Wacht, kan jij alsjeblieft even de game starten? Nou. Oké, wacht. Ik maak een poll, chat. Wie gaat er winnen? Stemmen op Jordi? Jan. Suus. Optie toevoegen. Liam. Optie toevoegen. Jordi. Poll starten. Jullie kunnen stemmen in de chat. Jullie mogen bepalen. Nou ja, jullie mogen niet bepalen wie er gaat winnen. Jullie kunnen kiezen wie je denkt dat er gaat winnen. Wie ben ik? Jij bent groen. Wie ben ik? Oh, ik ben blauw. Ik ben rood. Oké, nice. Oh, ik heb er staat ook daar. Daar staat wie is. Oftewel, Wario. Dat is de... Wat is er? Wat heb je gedaan? Ik heb het verkeerd. Oh wow! Als je een verkeerde character gepakt! Nou, dan klopt mijn tekst weer. Maar je kan dus zien wie is. Oftewel, Wario ben ik, Yoshi is Suus, Waluigi is Jordi en Mario is Liam. Dus dan kunnen jullie, als jullie denken wie is wie, dan weten jullie dat. Zullen jullie één win geven? Meestal wint Waluigi. Nou, je staat bijna achter in de poll, Jordi. Wat is dit nou? Ja, dan moet ze tegendeel bewijzen. ja. Nee. Oké, de goeie nu pakken, hè? Groen ben ik. Ik heb Wario. Maar Mario. Ja, let's go! Iedereen heeft een goeie poppetje. Oh, heerlijk. Yo, Jesse. Ja, waarom zei ik dat zo? Oh, hier, Mike zegt in de chat, Jordi gaat winnen. De man blijft fire. Ja, we gaan Pies verjaardagstaart spelen. We doen 15 rondes, oftewel je hebt 15 rondes om te wegen, 15 minigames. En dan komt er een winnaar uit. Ja, degene met de meeste sterren wint. Maar je hebt muntjes nodig om sterren te kunnen kopen. Ja, en je krijgt muntjes door of op een vakje te komen of door een minigame te winnen. Dus zijn we er klaar voor, chat? Even kijken hoor, want anders ga ik achterlopen. Mitchell die heeft nog een 50 euro donatie achtergelaten voor Warchild. En hij zegt erbij, hey Jan, voor de kinderen, heb heel veel zin in de stream. Je bent de baas en ga zo door. Hey Mitchell, dankjewel voor je bijdrage bro. En Warchild is natuurlijk ook super blij met je. Boltix die had nog een 90 euro donatie achtergelaten. Hij heeft al 100 gedoneerd. 51 en 90. En hij zegt erbij, groetjes aan iedereen daar. Groetjes terug. Nice. Hey, dankjewel Boltix voor je 90 euro donatie voor Warchild. En JP die heeft nog een 3 euro donatie achtergelaten. Ken je die? Oh, hij zegt, Liam niet de dingen en stiekem afhalen. Oh, hij heeft een kort omgedaan. Hier mijn bijdrage. En JP, dankjewel voor je 3 euro donatie, man. Oké, de chat is er klaar voor. Wij zijn er ook klaar voor. Ik zal de microfoon iets meer naar jullie doen, want ik zit echt te schreeuwen als een knetter. Zou nog meer schreeuwen zo. Wacht, zou ik ook naar achter gaan? Hey! Oké, daar gaan we. Dankjewel, Karsten. Oh, als jullie chat willen lezen, hij staat daar in beeld. Dus dan moet je wel even goed... Ja, jullie kunnen ook iets dichterbij nog zitten als je het wil lezen. Of ik kan hem op mijn telefoon opzetten. Zo. Oh ja, dat kan ook. En ik kan hem daar, vind je.
Ja, de chat staat nog wel op een klein scherm. We hebben hier een knijtergrote tv neergezet. Maar de chat die staat... Ja, ik kan het lezen, dus dat scheelt. Yo, Hidde, welkom bij de stream, man. Welkom, welkom. Als iemand meteen 10 gooit, dan moet je 10 euro doneren. Is goed. Ja. Oké, pas op, hè. 10 is een tientje. Oh. Oh, Jordi! Jordi! En je mag wel als eerste beginnen, bro. Ja. Dus dat geluk heb je wel. Okay. Ja. Dan doneer ik hem zo even. Oh, mooi, man. Oh, heerlijk. Oh, Ryan zegt, Jordi, wat zie je er weer knap uit vandaag. Oh, dank je, Ryan. Zet hem op allemaal. Dankjewel, Patrick. Dankjewel. Jij vast ook, Ryan, maar ik zie je niet. Je bent als laatste. Ja. Ja. Hey, de poll staat... Ik heb in ieder geval de poll gewonnen. Maar ik ga nu afgemaakt worden in de game waarschijnlijk. Ja, we zeker. Gaan tegen. Hier, die kans zit erin. Nou, ligt er extra druk op je. Ja, dit gaat niet goed komen. Waar is de ster in deze map zit op een vaste plek. Oftewel, je moet gewoon een heel rondje rennen. En je komt altijd langs de ster. Maar ja, dan moet je wel genoeg muntjes hebben om de ster te kopen. Zet het doel hoger. Ja, volgens mij kan ik dat niet aanpakken. Ik kan wel kijken of ik hem een meldpaal kan toevoegen. Oké, wacht. Laten we kijken. Zetten we hem op... Oh, hij heeft nog een keer 10. 16. Nog een keer 10. Heb je nog een keer 10? Was toch maar de eerste, Alec? Oh, jij... Wat toch een elke keer als je 10 euro gaat. Ja. Anders kan je... Oké, wacht, chat. Laat me even kijken of die balk... Ja, maar ik ben bang dat die balk dan vastloopt eigenlijk. Damien heeft een 220 euro supertanks achtergelaten. Wow, die, ik zal die even persoonlijk naar Warshield overmaken, want dat is in de chat namelijk. Hij zegt erbij, super tof dat jullie dit doen. Ik werk dagelijks met vluchtelingen uit onder andere oorlogsgebieden. Love naar alles en iedereen. Jongens, drop even een hypie of een hartje in de chat voor Damien. En Darkwolf91, dankjewel ook nog voor je sticker of voor je supertext in de chat, man. Dankjewel voor je support. Oké. Okay. Ik kom eraan, Jordi. Oh, jij hebt een geluksvakje. Zo, ik ben bang dat ik hem kapot ga maken, jongens. Dus ik laat heel even het donatiegoal gewoon op 1200 staan. Hij telt wel helemaal aan die kant. Nog mee. Het is wel koud met die air. Heb je het echt koud? Koud. Je bent echt... Wij zijn alle drie warm, man. Moet je een dekentje hebben. Ik kan wel. Ik speel me wel warm. Oh, oké. Je bent aan de beurt. Ja, let op, hè. Daar gaan we. 2. Pats. Hey, je had wel gelijk. Ja, nice. Heeft er iemand al een aardbei geplant, of niet? Ja. God damn it. En daar moet ik dan. Thanks voor alle hartjes, jongens. Liam, die heeft al een nieuw scherm, David. All good. Oké, de eerste minigame, Jordi. Ja. Ja. Oh, deze. Ben je 10 euro aan het doneren? Ja. Oh. Deze is op zich niet heel moeilijk. Je moet gewoon met je karretje rijden. Alleen als je te hard gaat, dan vlieg je uit de bocht. En je moet volgens mij 4 rondjes of zo. Oh. Wacht, ik ben de blauwe kart. Welke kleur hebben jullie? Ik heb hier wat afgebeukt. Oh. Kan dat? Ja. Huh? Oh, je zit toch allemaal op je eigen baantje? Nee, ik heb Jordi eraf. Oh, hè? Jordi, je bent er afgebeukt. Niet eens mee. Nee, maar dit is oefenen. Oké, let's go. Ik ben er klaar voor. De eerste echte minigame voor de muntjes, jongens. En dame. Ja, let's go. Let's go! Oh! Dat was echt een slechte Waar ben start ik? Ooit. Ja, ja, wacht, die camera die draait ook niet mee. Wie ligt er helemaal vooraan? Ik, hè. Oh. Ik lig laatste. Iedereen, nee. Iedereen, ja, alle drie! Kijk, Siska, jongen! Wat is dit? Heb je geoefend? Je gaat zo echt reet te snel, man. Oh, nee. Nee. Jongens, we worden echt ingemaakt, hè, dat jullie het weten. Wij alle drie. Oh, ze is weggeslipt. Ik zie het in mijn ooghoek. Nee. Ik ga een DNF halen, zo. Oh, Jordi slip weg. Jordi, ik haal je in, jongen. Ben je al gefinished? Ja. Nee, Jordi! Nee! Bro! Hij haalde in voor de finish, man. Oh. Hoe snel ging jij? Ja, waarom slip jij niet? Om
Nou. Ik ga winnen. Zeker Josje. Oké, nou, Suus heeft de eerste minigame gewonnen hoor. Nice. Even kijken hoor. Boy Kippie, die had nog een 69 euro donatie achtergelaten. Nice. En hij zegt erbij, wacht, wil jij er een oplezen? Nee. Jawel, hier. Jawel, hier, kijk. Nee. Kom op. Nee. Oh. Hey Jan, leuk en goed dat je dit doet. Veel respect. Ik kan zeker niet wachten tot 12 dagen voor kerstserie. En de leuke kotvideo's. Ga ze door. Hey, Boy Kippie. Dankjewel voor al je support, man. 12 dagen voor kerstmis wordt weer gek. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel voor je bijdrage aan Warshot. Boy Kippie, dankjewel. Jappie Ozi had nog een 25 euro donatie achtergelaten. Zegt, Jojan, hier... Oh, ik ben aan de beurt. Wacht. Jordi, hoeveel had jij gegooid? 11. Oh, ik kan een aardbei planten. Nee. Ja, dan moet ik langs twee. Let's go. Als iemand nu op de aardbei komt, dan moet die munks aan mij betalen. Maar zometeen heb je... Is het een aardbei die ze planten, toch? Een zaadje. Een zaadje. En zometeen zijn het grotere zaadjes en dan kan je sterren van mensen stelen. Dus dat wordt nog wel, dat wordt toch wel leuk. Maar Jappie Oost heeft nog een 25 euro donatie achtergelaten. Mijn laatste muntje is. Thanks man. Kijk, ze gaan erbij. Yes. Hey, maar je hebt nu wel even laten zien hoe het werkt. Ja. Dus op zich, dankjewel daarvoor. Appreciate it. Oké, jongens. Let op, hè. Jappie die zegt, hier een kleine bijdrage voor Warshot. Ik kan helaas niet lang kijken, want gezeik op werk. Geen probleem. Lekker je ding doen, man. God. Toch bedankt voor deze stream. En ga zeker terugkijken als dat mogelijk is. Je kan de stream gewoon terugkijken. Zeker weten. Volgende keer een livestream voor een nieuw scherm voor Liam. Liam. Heb je al een nieuw scherm? Ik heb een nieuw scherm. Hij heeft een nieuw scherm. Jullie horen het hier. Dankjewel, Jappie, voor je bijdrage, man. Die ik net heb gewonnen. Imo, ja, bij wie zit ik? Let's go. Jordi Nick tegen Suzalien. Pizza party. Let's go. Deze moet jij winnen, Jan. Imo, ja, bro, ik hou van eten, jongen. Daar gaan we zo meteen, hoor. Imo, die heeft nog 10 euro gedaan. Zegt, succes, lieverds, dat Suus maar mogen winnen. Veel plezier. Dank u. Kijk. Hier is gewoon je doel om zoveel mogelijk van de pizza op te eten in de tijd die beschikbaar is. Zijn we er klaar voor? Nee, Jordi. Ja? Jordi, ga ik was al bezig ook. Ja, maar dat maakt niet... Nou ja, weet je, doe lekker je ding houden. Ik ga niks zeggen ook, man. Je weet dat ik op pizza hou. Yo, Bart. Oké, let's go. Jordi, ben je er klaar voor? Ja, ik ben er... Oké, daar gaan we. Let's go. Ik ga naar boven. Pak jij de binnenkast, Jordi. Go. Ik hou van eten. Oh, ik vergeet een stukje. Hier, laat het dikke maar weer de pizza opeten, hè. Ik pak de buiten. Oké, let's go. Ik kom achter jou aan, Jordi. Pak jij nu de buitenste rand, ja, als je bij de onderkant bent. Oké, let's go. Oké, ik pak gewoon het hele randje. We gaan ervoor nog 14 seconden. Nee, Jordi, de andere kant op. Oké. Wat doe je nou? Ja, let's go, Suus. Je hebt je stukje gemist. Nee. Wacht, zij hebben heel veel gemist. 4, 3, nee. 2, Jordi, 1. Wie hebben gewonnen? Wij, ja, sowieso. 100%. Yes! Oh. Nice, 10 minuutjes erbij. Hebben we geen reet aan, maar... Mijn moeder. Waar? Is dat je moeder? Ik heb het net opgelezen! Oh, dankjewel moeder van Suus. Echt? Oh, mooi. Ja, maar dan moet je... Wacht, lees jij hem er nog even op? Je hebt hem toch al. Nee, lees even de naast van je moeder op. Nee. Oh, mooi. Heb je... Ja, ik wil jullie Jordi heeft al een ster. Nou, Jordi staat eerste, jongens. Ja. Boltix die heeft... Oh, Boltix, kijk. Ik ben te laat met oplezen. Boltix heeft 10 euro gedoneerd. Zegt, Jordi is zijn schuld al verlost. Oh. Ah, maar Jordi heeft ook nog 10 euro gedoneerd. Waluigi time. Dankjewel, Jordi. En dankjewel, Boltix, Quinten. Dankjewel, man. Dankjewel. Die Games die heeft nog een 24 euro donatie achtergelaten. Dus dankjewel, Die of Die Games, voor jouw support, man. Super, super alles van je. Minimaal 6. Let's go. Daar komt de stennetje. Oh, maar dan ga ik nog steeds eerste staan. Ja, je hebt één munt meer, man. Kijk, Jordi en ik hebben al een ster. Ja, mijn muntjes. Wacht, hoe duur is die ster? 20? Ja. Jullie hebben niet genoeg muntjes. Ik moet er gewoon één gooien. Dat betekent dat Suus en Lia langs... Hè? Oh, nee, ja. Toch? Kom maar door met die gratis ster. Nee. Oh, jammer. Jammer, je kan een ster uit een verborgen blok krijgen. Is dat wel eerst door de blok? Oké, 2. Oh, kijk, Warshot zegt thanks moeder van Suus. Nee. Even kijken hoor. Brando die had nog een 1 euro donatie achtergelaten. Zegt... Wat zegt die, Liam?
Zegt, mag je shout-out voor Liam? Shout-out naar jou. Hey, dankjewel Brando voor je 1 euro bijdrage, man. Lightning Race had nog een 20 euro donatie achtergelaten. En hij zegt, hey Jan, ben vandaag jarig. Oh, oh nee, je mag geen plant. Je mag geen plant. Maar dat zal ik niet doen met je... Ja, Liam heeft mijn 10 munten gepakt. Ben vandaag jarig en meestal ben je van het krijgen, maar vandaag geef ik je wat. Hey, Lightning Rage, je bent er ook al jaren bij. Dankjewel voor al je support, man. En gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dankjewel, man. Dankjewel, Lightning Rage. Dankjewel voor je bijdrage. Voetje springen. Wat is dit? Oh, nee. Oh, touwtjes springen. Oh, ik was al bijna game over. We hebben eerst altijd 1 oefenrondje. En daarna gaan we voor het echt. Wie is er al af? Ik. Oh, Mario is ook af. Oké, okay, let's go. Dan gaan we, boys. Let op, let op, let op. Bah! Oei. Oei, ik was al bijna af. Ik zit te kutten, joh. Oh, maar deze gaat ons flashen straks. Hij gaat zo meteen in één keer heel snel, dan weer heel... Kijk, nu gaat hij trager. Hij gaat trager. Oei. We hebben al 8 keer gesprongen. Kom op, we kunnen dit. Hoe? Oei, joh. Hij gaat sneller. Nice. Hij gaat langzamer, pas op. Ik ga jullie helemaal niet helpen, joh. Maak nou eens een vraag. Oh! Nee! Wow! Wat is dit? Oh, langzamer! Ja, dit ding gaat ons naaien, hoor. We zitten al op 33, hè. Ik wil minimaal 60 halen of zo. Ik voel me niet. Oh! Wow! Oh! Oh, nee! Nee! Oh. Oké, okay, nice. GG. Ja, goed. Thanks. Ja, nice. Vinnie heeft nog een 1 euro donatie achtergelaten. Zegt, Jojan, mooi dat je dit voor het goede doel doet. Veel succes met de stream. Hey, Finn, dankjewel. Je hebt nog steeds geen muntjes bij me. Ik ben er al voorbij. Ik zei toch, je moet dat zaakje niet kopen. Ja, maar ik gooi toch laag. Ik ga mijn dubbel. Hoe kom je daaraan? Dubbel. Ik heb gewoon een dubbel dobbelblok. Hey, dankjewel Finn voor je bijdrage, dankjewel. Oh, het is hier echt koud. Oh. Ik zweer het. Ja, ik heb het heel koud. Ik heb het echt warm. Oh. Ja. Oh! What? 19. Hier. Je hebt het echt koud. Ik heb het echt koud. Met een dekentje. Ja, nee. Ik had hem met een dekentje zitten. Op het toppenblok. Ik ga sowieso de deur openzetten. Wacht, ik pak het dekentje. Wat dekentje wil je? Waar is die? Oh. Nee, wacht. Niet voor mij gooien. Oké, okay, sorry voor jou gooien. Hier moet jij de donaties oplezen, Suus. Oh nee, dit is die met die... Dan moet je de goede kiezen. 1 van de 3? 4? Ja, en ik ben als laatste. Als dus ik de verkeerde kies, krijg. Dan moet ik langs Bowser. En dan kan ik mijn sterren kwijtraken. Ik zou voor rechts gaan. Dan ga ik voor links. pop. Oh, Massel. Ik mag doorlopen bij de bloem, Jan. Dankjewel. Kijk. Oh, mag je doorlopen? Hoeveel heb je gegooid, man? 19. Wow. Ah, met 2 dobbelstenen. Ja, met mijn dubbel dobbelblok. Wow, yo. Wat? Kijk. Ja, ik kan het niet lezen. Hem. Heeft 10 euro. Ja, het lief is dat. Okay. Hey, hem! Hey! Let op. We waren gisteren dus bij een verjaardag van een van mijn beste maatjes. En er was een vriend van mij. En ik was zijn naam even. Dus ik noemde hem hem. Dus als jullie je afvragen waar hem vandaan komt, dat is Jesse, a.k.a. Jelle. Jelle. Ja, we zijn er nog steeds niet over uit of Jelle of Jesse heet. Dubbel oplok. Maar bedankt hem maar. Ja, bedankt. Hey hem, bedankt voor je 10 euro bijdrage voor Warchild. En hij zegt erbij, hoe is het met hem? Dan moet jij jezelf vragen, toch? Ja. Hey, dankjewel voor je support, man. Dankjewel. En succes met... Hij moest werken, toch? Ja. Succes met werk, bro. Succes ermee. Ja. Je moet even jezelf photoshoppen op de foto, dat we gelijke hoogte zijn. Dan. Zou ik dat zeer op prijs stellen. Ja, we waren best klein naast hem. Ja, hij was 2 meter 5 of 4 of zo. Ja, 2 meter 4. Wow, joh. Julian heeft nog een 1 euro donatie afgelaten. Hojan, heeft Liam nog zijn motor? De Kawasaki Ninja 650. Nee. En welke heb je nu? Ik heb nou de Ninja 1000 SX. Oei, nice. Een lekkere upgrade. Ja, dat is wel een vette motor, ja.
Hey, dankjewel Julian, ook voor jouw bijdrage, man. Dankjewel. Hey, shout aan jou, The King Forever. Shout aan jou. Oh, we zien de chat ook op beeld, by the way, chat. Dus dan weten jullie dat. Oh, oké, okay, in deze minigame moeten we gaan tellen hoeveel Goomba's er langs het beeld lopen. Oftewel, jullie in de chat kunnen allemaal meedoen. Tel de bruine poepjes. Het zijn geen poepjes, maar... Oh. Oké. Okay. Deze moeten we focussen. Oké, okay, ja, deze moeten we focussen. We gaan... Oké. Nee. Let goed op. We gaan beginnen, chat. Tel mee, hè. Tel mee. Nu. Oh. 1, 2. 5, 6, 7, 8, 9. Nee, ik heb te veel geklikt. Ik zit jullie te... Ik zit... Oh, nee. Zit iemand te tellen of niet? Ik heb volgens mij 1 te veel geklikt. Als ik zo meteen 1 te veel op... Ik zit echt te volgen met mijn ogen. Oei, joh. Nee! kom. Oh, Jordi heeft alleen nog een 35! Hoeveel zijn het, Jordi, als jij het goed hebt? 35 zijn. Oh. 35. Wat is deze? Ja, hoe dan? Wij kunnen Jan de schuld geven. Want Jan stond ervoor. Ja, ik dacht ik leid even af. Ja. Nou, dat is wel gelukt. Hoe kon het dat jullie eentje te veel hadden? Wat? Ja, omdat ik geen voor het beeld staan, maar ik stond natuurlijk niet voor jou. Ja. Maar waarom heb je het zelf verkeerd? Ik ben nou, zo breed. Kon, en dan, jij kon het toch wel zien? Nee, maar ik had er volgens mij al 1 te veel geklikt aan het begin. Worden ook alle 36 hè? Ja, de chat doet allemaal mee. Raymond had 34, 35, 36, 39 had iemand. Die heeft denk ik ook de paddenstoelen geteld. Ja, Jordi, stop nou hoor, ik zweer het. Okay. Jordi! Hij gaat echt niet normaal. Hoezo, wat? Dit gaat normaal altijd zo. Hey. Dit is voor mij normaal. Ja, Jordi, we hadden afgesproken dat je me liet winnen. Ik doe nog steeds mijn best. Ik probeer laag te gooien, maar nog maar 2-1. Ja, oh, wacht, ik moet. Oh nee, ik moet langs Bowser nog. Jordi, je had mij in zo'n 5. Ja, dat... Oké, 12 doe ik het voor. Dan kan ik, als ik langs Bowser kom, dan kan ik in één keer doorlopen. Oké, okay, welke heb jij gekozen? Jij had de eerste gekozen. Ja, Liam zei dat hij helemaal rechts zou kozen. Ik ga voor de dikste. Dus dan heb ik helemaal links gekozen. Nee, ik ga voor de dikste. Die zou Liam kiezen. Dan gaan we er nu achter komen, Liam. Of je mij naar Bowser wil hebben of... Ik wil jou naar Bowser hebben. Boom! Oh. Ik hoef er niet langs. Ja, dan ben ik het zo meteen, hè? Ik ja, er zijn er meteen nog 2 zaakjes over. Ik hoop het, Suus. Als je dus de Bowser krijgt, dan moet je langs Bowser. En anders kan je dus gewoon hem... Is dat een grote of een kleine plant? Een kleine. Oh, nee, echt? Ja. Oké, ik was bang, jongen. Nee, ik was bang. Wie heeft er 30 muntjes of zo voor zo'n grote? Dat heeft nog niet. Hey, waarom had je... Nee, oh ja, die kost 30, ja. Ik ben er al voorbij. Master, die had nog een 5 € donatie achtergelaten. Veel succes met de stream. Hey, dankjewel voor je bijdrage aan Warchild. Dankjewel, Master. Rijn de Bakker, die had nog een keer 50 € donatie achtergelaten. Zegt, als Suus wint, doneer ik nog eens 50 euro. Goed zo. Oké, let op, hè. Oké. Dit wordt hem. Nice. Ja. Hey, dankjewel Ryan voor je support, jongen. Je moet snel weer even langskomen, bro. Dankjewel. Waar moet ik gaan? Okay, Boltix. Ik hoop het zo. Wacht. Doe ik doe gewoon de L van Liam. Maar waar wil je naartoe? Wat wil je krijgen? Sterren. Nou, niet Bowser. Maar wil je langs Bowser of wil je de normale route? Ja, ik wil langs Bowser. Dan je maakt het uit alsof je weet welke is. Nee, maar dan weten we dus of we moeten juichen of dat we kunnen uitlachen. Sowieso uitlachen. Ja. Sowieso uitlachen! Ja. Nee, die wilde niet! Maar hoezo wil je die? Ja, dan gaan jullie muntjes er ook straks eraan. Ja, dat denkt hij. Hoop ik. Bro, je hebt 1 muntje! Deze man heeft 1 muntje! Zelfs Bowser gaat mee. Oh, heb je gezien? Oh, je hebt straks munten van. Ondanks dat Liam 10 munten van heeft. Nice! Suus heeft de eerste ster. Hey. En nu de tweede. Kijk. Snap je me? Nee. Oh, waar was ik eigenlijk? Oh, hier. Boltix, die had nog een 68 euro donatie achtergelaten. Boltix, dankjewel voor je support, man. Drop even een hartje in de chat voor iedereen die erbij is, jongens. Hij zegt, nice. Over een paar dagen mijn verjaardag, maar ik geef het liever dan houden. Hé, hey, bro, laat even weten wanneer je jarig bent, dan gaan we je even feliciteren. Oh! Liam tegen ons. Liam tegen Liam. Let's go. Hey, dankjewel Boltix voor al je support, man. Dankjewel. En Warchels is er ook echt super blij mee. Hey!
Hey! Oké, okay, we moeten samenwerken om Liam te pakken. Hier, Liam. Boom! Oh. Oké, okay, 3-1. Liam is degene in het tonnetje onderin. En wij staan alle drie op de palmboom en we moeten meloen of kokos naar beneden gooien. Je moet Jan niet de hele tijd mij pakken! Ja, als jullie elkaar nou gaan draaien. Oké, oké. Okay, okay. Nee, gewoon in één keer, jongens. Nee, niet mij! Hij gaat winnen, hoor. Pak hem. Sluit hem in! Zus! Ja, ik... Hij gaat naar rechts! Komt ie! Nee! Ja! Aan de kant! Wie doet mij? Nee! Ja! Let's go! Oh, je moest hem even pakken. Okay. Ja, dat springt ook meteen op mij, hè? Ja, 4 oktober. Oh, 4 oktober. Nice. Geen muntjes. 4 oktober. Hé, hey, dankjewel Bolt. Ik zie je in de chat, bro. Gelukkig. Oké, Jordi is hoor. Jury, die had nog een 10 euro donatie achtergelaten. Jury, dankjewel voor je support, man. Super, super awesome nou, van je. Stop, en dankjewel voor je bijdrage. Het is genoeg. TomGast20, die had nog een 30 euro donatie achtergelaten. Zegt, ik kijk al sinds 2014 en ik geniet nog steeds van elke video. En na het kapotte scherm van Liam, mag Liam van mij winnen. Yeah. Hey, dankjewel Tom Gast voor al je sport en alle jaren. En ook voor je bijdrage aan Warshell. Dankjewel, man. Bim! Wij gaan hard, jongen. Ja. Wow, joh. Jordi heeft sowieso meeste stappen. We hebben beide 51 muntjes. Kijk, Jordi en ik staan gedeeltelijk op de eerste plek. Pauze. Let's go. Tom Gast, die had nog een keer 16 euro gedoneerd. Hij zegt, hoe is de emotionele schade bij Liam met zijn kapotte tv? Nou, ik vond het oprecht grappig. Ja, je zat wel te lachen, ja. Wij zaten je uit te lachen. Bij jou zat er nog een beetje verdriet in. Klein beetje. Hij heeft gelukkig weer een nieuwe. En de tussenstand... willen jullie de tussenstand weten? Ja. Ik sta eerste. Nee. We hebben 1833 euro opgehaald. Oh. Tot nu toe. Oh, nice. Dus nice. Dank jullie wel sowieso allemaal voor de support, jongens. En meisjes. Dames en heren. Moeders en vaders, opa's en oma's. Nu gaan we kijken hoeveel er van Liam afgepakt wordt. Ja, maar hij moet feiten. Hij heeft 0 muntjes. Oh, en hij... Ja. Hij heeft een vervloekt dobbelblokje. Maar niet gegeten. Voor jou, hè? Ah, Liam, wat ziet er leuk uit vandaag. Mijn vet shirt heb je aan. Hij gaat... Nee! Blijf van mijn ster af, hoor. Blijf van mijn ster. Oké, ik zal... In deze... Dit is super... Nee, leg jij het maar uit. Het staat in beeld, hè? Je hebt 3 vakjes, 3 doosjes. En Liam gaat ze zometeen alle 3 kapot maken. En daardoor gaat bepaald worden of er munten of sterren aan een andere speler gegeven worden. Maar het kan iedereen zijn. Ja, die in het begin draaien ze heel langzaam, maar daarna gaan ze sneller. Dat dus je kan hem niet peilen gewoon. Dus er is kans dat we onze sterren kwijt. Liam, let's go. Pas op hoor, als je hier nog langer wil zitten, hoor joh. Ik zal eerst het middelste doen, dan kan je de ster... Maar ja, als iemand geen ster heeft, dan... Ja. Oké, okay, maar welke kant gaat hij op? Hij kan naar links en hij kan naar rechts. Oh. Nee! Yes! Niet Jordi is zijn muntjes kwijt! Jordi is zijn muntjes kwijt! Oh, wajo. Ik word echt... de eerste. Nee, ik. Ja! Ik. Suus staat de eerste! Maar Liam, jij doet het wel goed, man. Dankjewel, Jordi. Nul. Jongens, kijk even links onder je scherm. Naar Liam de Mario. Jippie. Kijk, okay, let op, hè? Oh. Dankjewel, Delano Schneider. Dankjewel, Als ik nu langs Bowser moet, ga ik echt huilen. Dan kan je al je munks weer kwijt zijn. Zou kunnen. Zou mooi zijn. Oké, nu sta jij weer eerst, Jan. Echt? Ja. Woe! 2 dubbel blok. Nou, Jordi zit niet meer op een unstoppable streak. Eerst. Die is nu gestopt. Oh, je mag nog uit 4 kiezen, ja. Ja, ik ben sowieso Bowser. Als dit Bowser is, ik heb joh. Altijd... Oh. Ah. Je mag doorlopen. Je wordt gelukkig. Gespaard. Oh. Je mag niet Bowser. Tom in de chat. En ik zeg net dat Liam gaat winnen. Hij heeft helemaal niks. Het kan nog. Nee! Niet weer! Nee, geef ze maar weer terug. Nee. Blijf van mijn ster af, hoor. 30 muntjes van Yoshi naar mij toe. En ook de ster in game, alsjeblieft. Ster naar Liam? Oh, nee. Welke kant? Nee! Oh. Oh, maar we wisselen nu toch gewoon? We wisselen nu toch gewoon 1-1? Oh. Ja. Oh. Dank u. Oh, ik stresste echt. Nou, ik heb Suus de ster. En Suus heeft mijn ster. Maar het is weer wel, als ik 3 sterren had, had ik er waarschijnlijk 3 moeten inleveren, maar ik maar 1 teruggekregen. Ja. Je relt gewoon precies... Oh, nee. Oh, yes.
Deze is zo... Deze, dit is echt geluk hebben, deze. Zeg mijn naam. Yo, Reda. Zeg mijn naam. Yu. Yu. Oké, let's go. Liam is op de motor, ja. Zeker. Hij was er ook aardig snel, kan ik je zeggen. Maar nee, waarom sta ik laatste? Omdat wij voor jou staan. Oh, ja, joh. Nee. Wacht, 1, 2. Ja, ik ga gewoon voor 2, want dan ben ik niet nee. te sjaak. Ja, wat, hij kan 1 doen. Doe ja, nu kan je kiezen of je doet Suus eruit of je doet Jordi eruit. Ja, doe maar Jordi. Oh, ja. Jordi. Ik ga het onthouden, Suus. Ik ga dit onthouden. Hé, hey, dankjewel, Jelte. Jelte zegt dat hij het op de webshop heeft gekocht. Dankjewel, Jelte, voor je support, man. Nou, Jordi, spijt ja, spannend. Me. Hoe, Oh, Jordi gaat misschien wel af. Wat jammer. Nou. Oh, Jordi, wat vervelend. Wat vervelend. Een keer beter. Oh, nu ben ik. Ik ga gewoon voor de 2, hoor. Bim! Nee! Yo, Jennepie. Welkom bij de stream, man. PD, gaan we na het weekend weer opnemen, bro. Wacht. 1, 2. Nee! Nee, ik doe 1. Nee, Liam. Liam. Het maakt toch wil je niet nog dat uit. Je een motor van de oprit af kan of niet? Nee. Dat maakt toch niet meer uit, Jan. Je bent eruit. Ik ben game over. Ah. Waarom deed ik 1? Oh, oh yes. Nou, ik ben derde. Ik heb toch al genoeg muntjes. Wat vind je ik heb niks. Nee. Oh nee, jij bent eigenlijk binnen, ja. Je hebt nu wel een vijand gemaakt hiermee. Er zijn nog twee. Yo, Soufiane, welkom bij de stream. Dutch Games, je had nog een 16 euro donatie achtergelaten. Zegt supergoed dat je dit doet, Jan. Ik ga nog even genieten van de stream. Hey, Dutch Games, dankjewel voor je bijdrage voor Warchat, man. Dankjewel voor je support. Liam heeft gewonnen! Hij wint je, Liam heeft muntjes! Let's go! Wat een verrassing. Ja, deze minigame duurt zo lang voor helemaal niks. Het is niet eens spannend, namelijk. Nee. Nice. Kies ik ook nummer 2 hier zo. Ja, het maakt helemaal niet uit, joh. Maar jullie, jij bent toch wel, dus maakt niet uit, joh. Ja, gun ons ook eens keer die kant. Hallo Jan, yo Thomas, welkom bij de stream, man. De kans gun ik jullie wel. De winst alleen niet. Doei. Nou, je mag weer gooien, hoor. Oké. Okay. Yo Jan, yo Auke. Welkom bij de stream. Leuk dat jullie dit doen. Dankjewel team en dankjewel voor je support, man. Vergeet niet, jongens, als je de stream gewoon aan het kijken bent, om even op de like-knop te rammen. Ik kan ergens zien hoeveel likes we hebben, maar... Nee. Wacht, laat me even kijken. Ja, ga er maar mee even. We hebben 554 likes. Laten we proberen om naar de 750 likes te gaan in 5 seconden. 5. Nou ja, nee, de stream loopt achter, wacht. De stream loopt iets van 10 seconden achter, dus je moet van 15 naar 0 tellen dan. Dan is het 5 seconden. Pap! 7. Sorry. Nee. Oh. Hoeveel munten heb je? Ja, ik kan een grote plant planten! Let's go! Hoeveel pak die van je? Ploep! Een ster. Ja, nee. Ja. Oh, dan hoef ik niet bang te zijn. Ja, ik wel. Maar wat is jij erop? Komt? Je hebt 10 muntjes. Maar... Oké, ik heb een grote plant geplant. Dus als iemand op het actievakje komt, dan moet hij een ster betalen. Als die hem heeft. Oké, wacht. We hebben nu... Ik wil 1. 682 likes, we zijn er bijna. Nou, je bent er bijna, Jan. Ik moet winnen, zo. De superkansenfactie die gaat ook niet weg. Hoeveel tot jou? Helemaal, nog helemaal door. Nee, echt nog ver. Ik zit helemaal daar rechtsboven. 1, 2, 3, 4, 5. Want ik ben een beetje bang. Zo snel kan ik niet tellen. Ja, maar je gaat er toch langs moeten. 7. Ja. Ja, ik sta voor nu nog eerste kei, maar alles kan nog gebeuren in deze game. Nee, dus... allemaal. Ik sta eerste. Wat? Oh, ik sta geen eerste meer, kei. Oh, ja, we zitten al op 1849 euro. Dat is echt bizar. Bring it on. IJstoren. Dit brengt toch enige stress met je mee. Nice. Ik weet alleen niet welke game het is. Oh ja, dan moet je ijzer vullen. Ik denk dat de dikke gaat winnen. Hoppa. Oh. Ja, je moet ze gewoon vangen. Je moet gaat Jan me weer wegbeuken zometeen. Oh, aan de kant! Oh, ik Jan. Komt hij nog? Ja, soms moet je echt lang wachten.
Oké, okay, nou, we gaan er gewoon voor. Ik heb helemaal geniks in het oefenrondje gehaald, maar... Jordi, mijn ijsje... Oh, ik ga wel naar deze. Nee! Dank u! Nee, nee, Jan! Dank u! Jan! Dank u! Jan! Dank u! Ik vind alles te spelen! Dank u! Nou, nee, Jan! Paloink! Nee. Jordi, dit... Ik kan niet meer lopen! Is dit te zwaar? Ja, je bent te veel eisend. Ah, deze is nog van mij! Goeie. Ja! Nee! We are the champions! Kijk, we staan! Oh, ik eis een herkansing. Nou... Ik eis een herkansing! Vals. Ja. Kijk, niet de ogen in je bol. Dit is een van de meeste krijg maar geen brain freeze. We gaan 2 potjes Mario Party doen. Dit is de eerste, we zitten nu ongeveer op de helft. Dus zo meteen doen we er nog een. Jan Sheet, nee, ik heb gewoon duwkunsten. Ik duw gewoon mensen weg. Oh, ik ben aan de beurt. Nog 6. Pa! Oh, kut. 3. Dat is geen 6. Oh, wel een geluksvakje. Geef mij een dubbelblok. Daar heb ik niks aan, maar goed. Infinity heeft nog een 100 euro donatie achtergelaten voor War Child. Oftewel, hij kan daar minimaal 10 kinderen een maand bij helpen. En hij zegt erbij, leuke stream Jan, supermooi goed doel ook. Als Liam wint, nog een keer 100 euro. Er staat veel geld op het spel op deze manier. Het is belangrijker dat Liam wint dan dat Suus wint. Want Suus die krijgt 50 euro als ze wint en bij Liam is het 100 euro. Daarom. Ja, we gaan het meemaken. Oh, ga je ervoor? Ik weet niet. Bro, je hebt 2 rondjes. Ja, maar als je deze koopt en je gebruikt hem, dan kom je bij de ster uit, dan kan je hem niet betalen. Maar het is wel een 3-dubbel-dubbelblok. Ja, maar heb je dan toch niks aan? Wat doe je? Wat doe je? Ja, nice. Winnen zo meteen. Als Liam nog wint, ik zweer het. Hij is op de helft, we zijn op de helft van de game en hij heeft nog ja, je hebt items. Oké, Dat gaat als je nog wint, ik doneer zelf 100 euro. Infinity die vraagt nog wat je snap is, maar vraag het voor een vriend. Ik denk niet dat hij zijn snap op stream gaat geven, want dan word je een beetje volgespamd. Ja. Maar dan moet je mij, stuur hem even een tweet. Dat kan wel, hè? Stuur Liam even een tweet, dan kan je het even vragen aan hem. Dankjewel Infinity voor je 100 euro donatie. Daar is Warshield super, super blij mee. En we zitten op 1949 euro opgehaald. Dus nog 51 euro en we zitten op de 2000 in een uur tijd. Dat is echt ziek. Wow. Wow. En dat allemaal voor Warshield. Vergelijk met wat ik per uur verdien. ja, maar dit is voor een goed doel natuurlijk. Ja. Yeah. Of course. Kevin, dankjewel voor je 8 euro supertanks, man. Ik zal die later even allemaal bij elkaar optellen. Ja, we hebben nog een 220 euro supertanks, dus die staat er niet tussen. Dus eigenlijk zitten we al boven de 2000. Wat is dit? Let's go. Oh, je controls zijn anders. Ja, de controls staan hier gedraaid, dus je moet in spiegelbeeld denken. Oh. Wat moeten we doen hier? Je moet die munten pakken, die Jordi. Muzieknoten. Oké. Okay. Wacht, dus je kan mappen. Springen. Kan je slaan? Maar laten we beginnen, dat is niet zo veel oefenen. Hé hey, joh! Oh, je moet die dingen pakken. Ja, dat is de bedoeling van heel die game. Oh. Ik kom niet eens in de buurt. Bro, ik spring er altijd langs. Ja, aan de kant, Yoshi! Rennen! Nee! Nee, hoeveel heb ik er? Ik heb 6! Let's go! Heb iedereen zijn controllertje omgedraaid? Ja! Niemand zei het zo tegen elkaar! Het was, bij deze minigame stonden die controls anders, dus iedereen had zijn controles omgedraaid en niemand wilde het tegen elkaar zeggen. Ja, ik dacht, ik zeg ook niet, jij wist het al van de vorige keer, maar... Althans, wij wisten het al van de vorige keer. Nou, 2 Jordi. Minimaal 2. Nice, hey, nice. Mijn plant ja. is nu ook groot. Heb je geüpgraded? Ja. Echt? Oh nee. Maar, er kan er maar 1 met 2 sterren zijn. Ja, maar je kan ook langs mij komen, dus doe dat maar. Ja.
Of langs mij. Als je nou langs Suus' ster inlevert en met mijn ster inlevert. Ik beloof dat ik langs jullie kom. Ik kan niet beloven dat ik op jullie kom. Okay? Yeah. Zeker weten, Giovanni. Zeker weten. Yo, Binnenma, welkom bij de stream. Yo, Kevin, welkom bij de stream. Yo, Joes, welkom bij de stream. Oké, ik moet minimaal 3 gooien voor de ster. Ja. Nou, ik heb nog niet de ster. Nou, dan blijf ik nog heel even genieten van. Oh, man. Oh, nice. Let's go, Bowser. Zonder je 3-dubbel-dobbelblok. Als ze weer langs Bowser moeten ze 8 muntjes moeten inleveren, joh. Ja, ja, die gaat hem worden. Die gaat Bowser. Oh, je moet daar ook betalen! Hij heeft niks! Hij heeft 3 met helemaal niks! Wat is dit? Je hebt wel voorwerpen. Ja, daar ben ik blij mee. Hey, ik wil dat 3-dubbel-dobbelblok verkopen voor 7 credits. Even niet langs mij. Nou, 2 sterren voor mij, dan krijg je al de items. Oh. Oh nee, Liam! Nee. Liam! Daar gaan jullie sterren, jongens. Weer, hè? Hoezo komen we zo vaak hierop? Let's go. Super kansvakje. 4. Oh. Yoshi? Maar welke kant gaat hij op? Oh, ik heb geluk, Gaat er een ster gereld worden? Ja! Suus is de ster kwijt. Dank je, Suus. Nu heb je een 0, zoals ik. Oh, ja. Nee, Suus ook niet. Dat komt omdat, dat is karma, omdat je net zei, ja, je kan ook nog op mijn plant komen met die ster, hoor. Ja, dan geef ik je ster wel weer terug. Oh, maar Jordi heeft nu 3 sterren, hè? Ja. Oh. Jordi? Ja. Hij mag niet winnen. Ja. 6. Oh, ga je... Heb je een 3-dubbel-dobbel? Yes! Oh, oké, je hebt weer een ster. Phew. Nou, heb je hem weer terug. Maar je hebt nu mijn ster aan Jordi gegeven. Sorry. Jordi, alsjeblieft. Dank je. Ik weet niet of ik hem terug ga geven, maar... Nee, dat hoeft ik ook niet. Ik dacht eerst, yes, ik krijg hem. En toen zag ik... En toen dacht ik, nee, ik krijg hem. Oh, ja. Ja, schitterend. Oh, we staan op hetzelfde vakje. Helemaal geen Even kijken hoor. Jongens, even tussendoor voor de mensen die allemaal aan het kijken zijn en willen doneren. Als je doneert, dan kan je het beste doen via de link... Wacht, waar staat de chat? De link daar, boven in de chat. Nee. Daar. Of de link in de beschrijving, want dan gaat hij direct naar Warchild. Dus geen supertanks achterlaten, mag wel, maar alsjeblieft... Ik ben er al af. Ik kan niet eens even oefenen. Dus als je het doneert, doe dan via de link van donate.powerupcup.gg. Want dan komt het namelijk direct bij Warshout binnen. Ik zal het sowieso overmaken aan het einde van de stream. Tellen we het even bij elkaar op van de supertanks. Maar dat is het makkelijkste en het beste. Maar, SackGamingNL, dankjewel voor je 10 euro supertanks. Je zegt, yo, daar ben ik weer. Veel plezier vandaag aan iedereen. En goed dat je dit soort dingen ook doet. En dankjewel, SackGaming. Je bent er ook al super lang bij. Dus dankjewel voor je support. Stand4 had nog een 5,99 supertext achtergelaten. Dus dankjewel voor je support. En hij zegt, love Jordi. Naar jou, Jan. Hey, Stand4, dankjewel ook voor jouw support aan Warshout. Dankjewel voor de donatie. Warshout Holland zit zelf ook in de chat als moderator. Dus zullen af en toe ook het linkje even in de chat zetten. Dankjewel daarvoor. Even kijken hoor. Wow, yo. Captain Spooky. Die had nog een 100 euro donatie achtergelaten. En die zegt erbij, nog een extra donatie voor het goede doel. Groetjes vanuit België. Wat zeggen we dan? Allee. Amai, bedankt, hè? Hey, Captain Spooky, ik zei het al, je bent er ook al jarenlang bij. Dus dankjewel. Ik sta er nog steeds op, terwijl ik me niet eens beweeg, jongens. Nu niet meer. Wacht, hoe kan je draaien? Oh, zo. Oh, ik ben weg. dankjewel, Captain Spooky, voor al je support. En Warchild is super blij mee. Je helpt er meer dan 10... Kan ik rekenen? 12? Meer dan 12 kinderen mee. Ja. Dus dankjewel voor al je support, Captain Spooky. Anoniem, die had nog een 1 euro donatie afgelaten. Oftewel iemand die niet zijn naam in beeld wilde hebben. Is helemaal niet erg. En hij zegt, neem pepernoten mee met Tumtums naar Gameforce. Want Raymond wil dat graag. Raymond, je hoort het. Je krijgt pepernoten en Tumtums op Gameforce. Dus dankjewel voor je 1 donatie. Wie het ook mogen zijn. Dankjewel voor de support. Oké, let's go. Nu voor het echie. Dankjewel allemaal voor alle support in de stream ook. Dank jullie wel. Nee. Ho, pas op. Nee. Ja, pak Suus. Nee! Pak mij niet. Ik zit op mijn huis! Nee, ik ben nog op! Nee! Nee, niet meer! Ik ben er ook aan. Snel, we beginnen tegelijk. Nee, dus Jordi en Liam. Nee! Liam heeft gewonnen. Hey, succes met sporten, Thomas. Succes ermee, man. Oei. Hey, goed gedaan. Lekker.
Heel goed gedaan. Hij heeft er toch nog iets. 10 muntjes. Toch nog 10 muntjes. 10 muntjes, je hebt helemaal niks. Ja, maar je zou maar 2 sterren kunnen hebben. Ronde 10. Je ster zal maar gestolen worden door Liam. Welkom bij de club. Nee, jouw ster. Je hebt nog een keer. Je hebt nog niks gekocht. Nee, maar ze had een... Ik ben... Ja, ze heeft net een gekocht. Lekker voor je. Oei, oei, oei. Wat gaat hij kopen? Je hebt 10 muntjes. Ik heb 61. Hey, dankjewel voor je support, Helena. Dankjewel. 3 dubbel dubbel blok. 3 dubbel dubbel blok. Oh. Nou, je hebt niks. Je gaat niks inleggen. Je hebt niks. Oké. Okay. Minimaal 2. 1. Dank u, dank u, dank u. Maar het gaat uiteindelijk om al die... Doe even die stickers uit beeld. Oh, sorry. Sorry. Gefeliciteerd, ik zeg het tegen mezelf. Waarom had ik anoniem aan? Oh, Fenix. Fenix. De donatie was van Fenix. Dankjewel voor je support, man. Oh, ik dacht even dat ik op de actievakje kwam. Helaas. Wat is er? Wat zit je te lachen? Wat? Wat? Bowser, bent echt het meest ongeluk ooit, joh. Dat is echt niet normaal. En geen sterren en geen munten. Wat gaat Bowser doen? Oh, nee. Angie vraagt, wanneer is Gameforce weer? Ik ben er sowieso volgende week. En Jordi ook. En Suus ook. En Lee waarschijnlijk ook. Volgende week zaterdag weer. Ben je er ook? Vast wel. Nee. Verlies een ster, bro. Je hebt niet eens een ster. Hij kijkt ook niet eens, want het boeit hem niet. Want hij heeft toch niks. Dan pakt hij hem van Suus. Heb je geen enkele ster? Achos, heb je geen enkele ster? Fuck, kunnen krijgen. Hier heb je twee. Wat? Wat? Hoe zat die op Bowser uit? Laat Bowser echt medelijden met hem. Bro, dat is wel echt ernstig. Dat is het echt ernstig dat Bowser medelijden met je hebt. Weet je wat? Nee, die stond. Ik ben 3 keer op Bowser geef je 1000 punten gekomen. 3 keer? Ik heb niks gehad. Ja, en dan vlucht hij. Ja. Zelfs een keertje met 1000. Er zit er ook een bij, ik krijg 100 sterren of 50 sterren of zo. Ja, die heb ik gehad. Ja, dan rent hij weg. Ik heb het allemaal, ja. Ik denk het wel nice. Ik heb nog geen idee, René. 3 dubbel dubbel blok. Okay. Ik ben er helemaal klaar voor, hè. De strijd is nu. Wacht, ga je nog langs... Oh, je hebt een geluksvakje. Oh. Natuurlijk. 20 minuten, let's go. Vervloekt. Oh ja, die koop ik net. Oh, dan heb je er 2. Dan heb je een 6 dubbel dubbel blok. Als je ze kan combineren, is dat echt wel mooi. Oh, bonus. Oh, bonus minigame. Oh, extra. Oké, okay, let's go. Let's go. Koppel tegen koppel. Ja, maar het is wel, we krijgen allemaal. Oh, yeah. Oh, wat? Wat is dit ook? Oh ja, dan moet je muntjes pakken. Oh ja. Oké. Deze kunnen we. Gewoon muntjes pakken in de lucht. Dat is alles wat we hoeven te doen. Deze hier is geen winnaar of verliezer. Je krijgt sowieso de muntjes die je verzamelt. Ja. Laat ze me! Ik ga naar rechts, ja hier. Kijk, op twee. Oké, jij bent Suus. Hop! Pak die linker. En dan, ja. Oh, lekker bezig. Ik had er maar 3. Ja, dat is niet erg. Ik pak die en dan ga ik rechts naar beneden. Ja, hier, kijk. Oh, lekker, dan moet jij nu. Je ziet waar ze zitten, hè? Nu links. Nu rechts. Oké, naar beneden. Op de terugweg kan je ze pakken. Ja! Oh, en hebben ze allemaal. Wij hebben ze allemaal, jongens. Maar jullie krijgen de muntjes, niet dat je verloren hebt. Maar het is toch ook dubbele munten, ze krijgen er 40, of niet? En zij 36. Zoveel muntjes heb je nog gehad, Liam? Nou, iedereen heeft nu mega veel muntjes, joh. Wow, yo. Dat nice. Is chill, heel chill. Misschien dat ik nog mijn ster terug kan krijgen. Liam, jij moet zo dat ik nog een ster kan. We zijn al bijna op het eind. Hey, jij moet zo meteen over mij heen. Ja. Wie had dat verwacht? Ah, wie had dit verwacht? Nou, dit hadden we wel verwacht. Nou. Nee, ik zei tegen Liam. Ik zei niet tegen jou. Nee, Liam, je hebt nu wel veel munitie en je hebt veel voorwerpen. Dus je kan gaan redden. De warming-up is gekomen. Oh, volgens mij is Mario de beste kansen. Die M staat verkeerd, Tom. De game heeft het verkeerd gedaan. Nee, dit was de warming-up. Er wordt Yoshi te staan. Oh, daar heeft hij helemaal... Je krijgt nog een item, maar je hebt al 3 items. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Ja. Oeh. Deze weg. Nee! Je moet gewoon gaan rennen nu, man. Gewoon volle vaart gaan rennen. Nick, dankjewel voor je 2 euro supertake. Zegt, hoe is het met iedereen? Hoe gaat het met jou, Beek? Goed. Hoe gaat het met jou, Liam? Heerlijk. Hoe gaat het met jou, Jordi? Ik sta eerste, dus gaat goed. En met mij ook, hoor. Dankjewel. Niet nog even zolang het duurt. Ja, zolang je nog eerst staat. Dankjewel, Nick, voor je support, man.
Martijntje Boy, die heeft nog een 10 euro donatie achtergelaten. Zegt, Jojo, hoe gaat het met jullie? Oh, daar gaan we weer. Hoe gaat het, babe? Hoe gaat het, Liam? Net zoals net. Hoe gaat het, Jordi? Ja, als ik het goede zaadje kies, dan gaat het goed. Dat klinkt zo droog. dan krijg Mario Bowser. Wacht, welke krijgt hij? Wacht even. Hey. Maar dan krijg ik hem. Nee, of ik. Nee, ik ben toch eerst aan de beurt. Ja. Maar hij gaat weer naar 4, toch? Nu? Nee. Ja. Echt? Oh, dat is al... Nee, toch? Een versus vakje. Jordi. Wacht heel even. Laat me even de donatie oplezen. Mario Party moet je vaker doen. Ik en mijn vrienden vinden deze video superleuk. En je bent goed bezig. Hey, Martijntje Boy. Dankjewel voor je support. Voor Warshell. Dankjewel, man. En Matt Mike, die is er ook al heel lang bij. Die heeft ook nog 10 euro gedoneerd. Hij heeft geen bericht achtergelaten. Maar Matt Mike, dankjewel voor je bijdrage aan Warshell. Het is super, super awesome van je. We zitten op de 2125 euro. Hey, nice. Nice. Ja, nu ben ik er klaar voor, Jordi. Oké. Dankjewel, René, voor het moderaten. Dankjewel. Hoeveel munt ga je inzetten? Volgens mij kan je niet kiezen. Volgens mij draait hij rond. Ja. Doe weinig, alsjeblieft. Veel? No. Jordi! 80 muntjes, bro! Heb ik eigenlijk munten? Nou ja, iedereen heeft er nog heel veel, behalve Jordi. Dus eigenlijk is het alleen voor Jordi anders. Ja, hier staat voor het spel. Cheep, in het cheep, cheep! Maar nu gaat iedereen zijn best. Oh nee, niet eens! Nee! Nee. Niemand gaat die munten krijgen, hoor! Oké, we moeten gewoon naar die... Ja, wat is het? Oh, ik ben game over. Nee, ik klik gewoon door. We gaan niet oefenen. Oké, daar gaan we. Lopen! Stop! Nee, ik durf niet. Ik stop. Ik durf niet. Ja, niemand durft! Er gebeurt niks. Er gebeurt niks. Lopen, jongens. Rennen. Hij kan echt heel snel komen, hè. Ja! Stop! Ik stop. Ik durf niet. Waarom doen jullie mij na? jullie kunnen gewoon doorlopen. Ja, weet je hoe gevaarlijk dat ding is? De deur is open. Ik stop, ik durf niet. Ik sta net niet op die knop. Oh, iemand was bijna game over daar. Ik stop, ik durf niet. Ik ga... Ja, jullie gaan ervoor. Nee. Nee, we hebben nog 20 seconden ook. Nee! Ja, 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 ja. Nee. We gaan ervoor. Ik durf niet meer. Hoeveel muntjes heb je? Ik sta er nog eens! Ik heb het niet eens gehaald! Ik ben tweede, krijg ik ook nog wat, toch? Ja. 16. Ik krijg helemaal niks! 56. Nou. Ik heb 102 munten. Ik ren straks 10 rondjes. Ja, oh, hij is nu wel weg te verspakken. Ja, je mag gewoon al die planten voorbij. Jou maakt je toch niet uit als je die planten komt. Maar ja, je weet ook wel dat... Je hebt 102 muntjes. Ik ren 10 rondjes. Gertwin Gaming, die had nog een 100 euro donatie achtergelaten. Drop even een hartje in de chat, jongens, voor Gertwin en voor iedereen die erbij is. Oftewel, ook voor jezelf. En hij zegt erbij, helaas moet ik nu gaan. Was een leuke stream. En Gertwin, je kan de stream altijd terugkijken. Dankjewel voor je bijdrage aan Warshell. Met je donatie bij elkaar. En met deze help je ook nog eens minimaal 12 kinderen voor maandbank. Dus dankjewel, Gertwin. Dankjewel voor al je support. Sowieso voor al je support, ook in de video's natuurlijk. Of op de video's. 3 dubbel. We gaan er gewoon voor. We gaan er gewoon voor. Yeah. Ja, je moet je dingen wel gaan gebruiken zo, Liam. We hebben nog maar een paar. We zijn bij ronde 11, niet bij 1. Ik ga nu gewoon elke ronde een heel rondje. Oké, begint hij opnieuw of niet? Ik weet het niet. Oh. Hij begint niet eens opnieuw! Pak zijn sterren! Bowser? Alle sterren kwijt. Nee! Jongens, ik doe echt mijn best om te verliezen, maar jullie maken het niet makkelijk. Ja, jullie komen ook niet op mijn paddenstoel. Ik krijg zo mijn sterren al. Om mijn bloem. Op mij ook niet. Jullie komen ook niet op mijn bloem. Oké, hij gaat ervoor. Hij gaat rennen, hoor. Oh, boy. Niet om mijn bloem komen, want je hebt geen ster. Dus doe dat even de volgende ronde. 10. Oh, 8. Nice. Oh, 12. Dat wordt op mijn bloem. Oh, 15. Hij begon goed. Hij begon goed. Of 13. Hier heb je 10 munten. Hè? 12, 15. Ik weet niet hoe ik kom. Nee! Wat gebeurt er nu? Ja, wat gebeurt er nu? Heb je geen sterren? Ach, kun je piranha plant? Oh, je kan gewoon doorlopen. Oh. Denk ik. De piranha plant keurt je geen plek. Oh, yes. Maar dan blijft hij wel Bowser, zitten. Luister even. Bowser heeft medelijden met hem. Die geeft hem muntjes. Die piranha plant die kijkt er niet eens aan. Van wie krijg je zo meteen 5 sterren?
Oh, mooi man. Kiara, dankjewel voor de 5 euro bijdrage aan Warshout. Zegt, voilà, eindelijk thuis en meteen maar geld doneren. Hey, Kiara, dankjewel voor je bijdrage. Dankjewel, dankjewel. Oké, okay, kom je gezellig ook langs Bowser met mij? Nee. Wil je niet met mij er langs? Nee. Ah. Maar dit is hem wel, ik voel het. Jawel. Oh, gaan we samen of niet? Dit is hem niet. Oh, yeah! We zijn op elkaar. Nou, volg me maar. Maar oh, jij, je gaat me inhalen. Oh, jij hebt wel een ster die je kan verliezen. Ja, ja, ik ook, hè. Oh, ja. 20 munten! Ja, en die krijg je op je kop gelanceerd. Oh, daar komt-ie. Koen. Oh, maar dan krijg je wel een vervloekt dobbelblok of zo. Dankjewel voor het moderator, Raymond. Oh, alles goed, met mij gaat die lekker, Matthias. Welkom bij de stream, man. Gaan we weer. Wat? Nee! Het is maar de dag van de gekke dingen. De ik weet echt niet wat er allemaal gebeurt, joh. Dit is echt bizar. Ja, niet weer 20. Goddammit! Ik heb ja, geef mij deze. Nee, gun mij het maar even, jongens. Ja, maar niet weer dezelfde minigame, hoor. Nee, gun mij. Mag wel. Doe Kuma's kooien. Oh, wat is dit? Wat is dit? Is dit die postbode? Oh, nee! Nee! Oh, dan gaan jullie alle drie. Doei. Gewonnen, dat was hem, jongens. We moeten dezelfde vlag ophouden als dat mannetje. Ja, als de shy guy. Maar hij kan je ook... Hij kan je flashen. Ja. Oké, let's go. Even voor zitten. Deze minigame is zo tricky, hè? Ja. Hop. Goed zo, jongens. We zijn er nog allemaal in. Goed zo. Oh nee! Liam is eruit! Liam is er nu al uit! Doei, Liam. Doei, Liam. Tot de volgende. Bye-bye. Nee! Ja! Ik kan hem missen, Liam! Liam! Ziens. Ik ben er ook uit. Het wordt spannend. Volle concentratie hier. Wow. Wie gaat er? Oh! Iemand gaat een foutje maken. Hij gaat zo meteen wisselen, hoor. Jordi? Dan komt hij heel snel. Oh! Nee! Nee! Jordi heeft gewonnen. Ja, GG. Thanks. GG. Ik geef jullie ook een box. Het was leuk. Ja, het was al leuk. Oh. Nou, ik heb toch nog 7 muntjes. Ik heb 14 muntjes. Nou, je hebt nu die ene weer terug van net. Ik heb een 25 en Bowser gaat er ook nog. Daar kan ik geen ster kopen. Maakt niet uit. Jij ook niet. Oh, jij ook niet. Minigame. Oh, je hebt ook de minigame nog. Ja. Wat een nijstreek. Nice. Zeker weten, Melvin. Alles tegen. Oh, het is een zandkok. Zandkok. Nee. Golfslag. Oh, nee. Nee. Wacht, ben ik? Jou, oh, tegen Mau. Oh, ja, leuk. Ja, dit kan ik dus niet. Jawel. Nee, hier. Oh, nee. Kom maar eraf. Jordi, we bouwen op jou, hè? Ja, maar Liam doet het beter dan ik. Nou, ik heb in de oefenronde gewonnen, maar nu komt echt de ronde. Let's go. Oh, nee. Jan. Nee, daar ga ik al. Ik... Nee! Ik zei nog, nee, deze is makkelijk. Nee! Kom op, Jordi moet weg! Nee! Jordi weg! Kom op, Jordi. Is mijn water! Niks ervan. Kom op, Jordi. Let's go. Jordi! Oh, nee! 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 Bro, ik had je bijna gelegd op die rand, jongen! Oh. Okay, Luigi time! GG. Oil of... Oh, zo, wacht, kan iemand oil uit... oil? Kan iemand oil... Oil of Olaf? Olaf. Olaf. Nee, oei. Oh. Wat proberen jullie te zeggen? Het L in het Engels. L. Nee, oil. Oil. Au. Oh ja. Die was Jordi zegt, of Athena. Hij heeft nog 10 euro gedreerd voor Warchild. En zegt, super tof dat je dit doet, Jan. Doe zo verder. Hé, dankjewel. We doen het niet alleen, hè. We doen het met z'n vieren. We zitten hier met wacht. Ga maar langs mij. Nee, ik ga niet mijn voorwerp gebruiken. Oh wee, hoeveel munten gaat hij afnemen? Oh wacht, wel een geluksvakje of niet hierna? Oh boy. 15 munten, dan heb ik er nog maar 10. Oh. Oh, die kan ik op iemand gebruiken. Ja, op Liam. Nee, want ik heb jullie niks. Dan kan jullie langs mijn bloem gaan. Oh nee, niet is het geluksvakje. Let's go. Maar ik heb wel, heb ik nou munten teruggekregen of niet?
één en je hebt er 16. Oh. Hier komt de eerste ster. Oh ja. Liam gaat voor zijn eerste ster, als hij 10 haalt. Nee! Oh, dan kom je op mij. Maar wel muntjes. Nee, maar je hebt geen ster. Niet op mij komen nu, hoor. Er gebeurt niks. Nee, maar dan heb ik er toch niks aan. Ja, maar die plant kijkt toch weg. Ja, maar dat heb ik. Er moet iemand anders op komen, Liam. Ja. Yo, Max. Yo, Rickert. Yo, Jelle. Okay, yo, Melvin. Yo, GT. Yo, Lau. Yo, melige poempert. Ik had 3 sterren. Ja, hij zit in de chat. Daar kan ik niks aan doen. Ik had 3 sterren kunnen hebben. Zo. De Ghost AVS heeft nog een 3 euro donatie achtergelaten. Zegt erbij, hier een mooie 2 euro. Maar hij heeft 3 euro gedoneerd. Hier een mooie 3 euro. Geniet van de stream. Hey, geniet lekker van de stream, man. Dankjewel voor je bijdrage aan Warchild. Dankjewel voor al je support. En blijf er lekker van genieten. Echt, wie is hier aan het rennen, joh? Ja, ze hebben 27. Holy knetter. Hey. Je kan gewoon een heel rondje, hè? Ja, maar ik had 3 sterren kunnen hebben. Dat had gekund. Ik had er ook 1 kunnen hebben. Dat had gekund, inderdaad. Jij hebt wel heel veel muntjes, Liam. Maar aan het einde, welke ronde zijn we? 12. Aan het einde worden er ook nog 2 bonussterren uitgedeeld, hè? Yo, Romondo. Yo, Lucas. Yo, Kai. Yo, Laurent. Bowser. Oh. Hallo, goedendag, Kejans. Dit is een Black Ops 2 video's. Hé, dankjewel voor je sport, man. Ja, dankjewel. Ik ga vaker naar Bowser telkens. Ja. 10 munten erbij. Yes. Staat er wel nog een geluksvak volgens mij. Ja. Niemand is bepaald. Jij rent hard, joh. Geluksvak. 20 munten. No, kan je nog meer verder rennen. Hoi, joh. Ja, maar ik heb die munten nodig voor een derde ster. JW. Daar staat JW. JW, die heeft nog 50 euro gedoneerd. Hij heeft geen bericht achtergelaten. Maar JW, dankjewel voor je 50 euro donatie aan Warchild, man. Dankjewel, jij helpt daar. Minimaal 6 kinderen mee, dus dankjewel. Dankjewel, JW. Dankjewel. Super gaaf van je. Slaan. Ik sla me heel het mis. Oh. Nee. Bro, ik heb er nog geen 1 geraakt. Oké, ik ga niet oefenen. Ik sla ze allemaal mis, namelijk. Ik sla ze allemaal mis, oké. Okay. Hop. Oh. Oh. Met een trager voor je. Ja. Wajo. Ho! Jo! Oh! Nog. Nee. Nee, ik slaap per ongeluk. Er zit geen ritme in. Nee, er zit... Nee, hij gaat... Ho! Oh! Ik heb hem nog! Wajo. Nee! Ja. Nee! 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 21, let's go! Nee. Let's go, ik heb een nieuw record, let's go! Oh, ik zat te stressen, joh. Het ging aan het begin heel goed en daarna miste ik er zoveel, dus ik had iemand gaat me inhalen. Maar... Lekker, goed gedaan. GG. Nice. Rob Perion, die heeft nog een 10 euro donatie achtergelaten en hij zegt erbij, Jiraski, echt respect naar jou. Hey, dankjewel voor je 10 euro bijdrage, Warshaw, dankjewel. De balk gaat nog steeds omhoog. Je moet niet naar het rechte getal kijken, want dat was het doel. Je moet naar het linker getal kijken. Die staat op 2303 euro. Dus dankjewel iedereen voor het doneren. En natuurlijk ook gewoon voor het kijken. Dankjewel ook Rob Perion voor jouw bijdrage. Thomas 17602 die heeft nog een 5 euro donatie achtergelaten. Zeg erbij. Nee. Oh, sorry. Nee. en hij zegt erbij. Hallo Jan, ik dacht het is tijd voor mijn eerste donatie in jouw stream na al die jaren kijken. Nu heb ik een goede reden, het goede doel. Hoop dat er veel wordt opgehaald. Er is echt al mega veel opgehaald. Maar spreek wel na al die tijd mijn achternaam eens goed uit. Je achternaam staat niet op beeld. Maar wacht, misschien zegt hij het nog. Het is Thomas Murk. Ik zeg het verkeerd weer. God damn it. Hij zegt erbij, het is niet Murks. Maar wat jij zegt, maar Merks. Merks. Thomas Merks. Is die goed? Dankjewel voor je support, maar jij bent er ook al jaren bij. Zeg het maar als een schaap zegt. Thomas Merks. Merks. Nog 1 ding. Kunnen jullie vieren proberen dit 3 keer foutloos te zeggen? De Spaanse prins spreekt prima Spaans. 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 De Spaanse prins...
Mama, lekker liefde. Nice, bro. Nice. Wat was het? De Spaanse prins spreekt prima Spaans. De Spaanse prins spreekt... Hey, Thomas. Max. Dankjewel voor je donatie, man. Dankjewel voor je bijdrage. Oeh, 20. Ik kan rekenen, Jordi. De Spaanse prins spreekt prima Spaans. Kom maar op met die ster. Oh boy. Ja, ik had er ook 3 kunnen hebben. Maar nee. Let's go. Ja, ik ben al 4 keer langs geweest, maar... Nou, dit wordt een heel... Dit wordt wel spannend. Ja, dit wordt echt spannend. Ronde 13 zijn we. Ik ben ook aan het rennen, jongen. Oh nee, maar niet weer langs... De Spaans. Weet je, ik ga gewoon mijn munten verspillen. Want als ik dan op Bowser kom, kan hij mijn munten niet pakken. Maar als we dan even veel sterren hebben op het laatste, denk ik heb meer munten. Oi, oi, oi. Oké. Okay. Oh, nu hoef ik ook niet te betalen hier. Let's go. Ik wil nog steeds een ster. Ik pak de lange. Maar wel een zaadje kiezen. Pas bij hem. Hoppa, Bowser. Woehoe! Nee, maar dan moet ik langs... Langs mijn plant. Ja, en langs Suus de plant. Ja. Goddammit. Je hebt zelf ook een plant. Oh, ja, ik heb er zelf ook een, maar wacht, ik heb wel een dubbelblokjes op zich. Ja, Jordi ook, dus die gaat zo meteen over ons Je volgende ster kost de helft minder, kijk. X Benny T, die had nog een 50 euro supertanks achtergelaten. Ja, nee. Let erop jongens, als je doneert, doe het alsjeblieft via de link van Warchild zelf, zodat het ook meteen naar Warchild gaat. Hij zegt erbij, leuk streampje man, nog beter dat het voor het goede doel is. Hey Benny T, dankjewel voor je support. Jij helpt er ook minimaal 12 kinderen mee voor een maand lang. Dus dankjewel. Dankjewel Benny T. Je kan het ook uitrekenen als je 2378 deelt door 8. Dan kom je uit op hoeveel kinderen we al hebben geholpen. Er komen er ook nog een paar super tanks bij. Dus het is veel, ja. Vraagt iemand wie zit er naast? Oh, dit is mijn prachtige vriendin. Dit is mijn... leuke maat, Liam. Je prachtige vrouw, Liam. Oh, wacht, hij wil de namen natuurlijk weten. Dit is Suus, dit is Liam en dit is Jordi. Jordi ken ik al 15 jaar, Liam ken ik al... Shit, ik denk dat ik op jou kom, Jan. Best wel lang. Lang. Oh. En Suus ook. Wat is mijn naam? Dat ik je al lang ken. Ze hebben op de basisschool gezeten samen. Ja, kijk. Ja, oh ja, hun, ja. Ik dacht, je hebt het over mij. Nee, op de middelbare. Nee, Liam en Suus, die hebben, ja, dat is wel heel toevallig. Hé, hey, allemaal tegen mij. Oh, Warshad zegt, met elkaar al meer dan 300 kinderen geholpen. Ja, ik kan niet zo snel rekenen, maar ja, super, super nice. Wij allemaal tegen Jordi, oké. Okay. Let op dat je niet van de baan afvalt. Ik pak die muntjes van. Oké, okay, ja, we hoeven niet even... We hoeven niet eens te oefenen, Ik ben er klaar voor. Oh. Kook, jongen. Jordi wordt ingemaakt. Oké, let's go, Jordi. Ja. Jordi, laat wel wat voor ons over, hè, daarboven. Ja, wat denk je zelf? Suus! Ik ben er niet al vanaf! Nee. Nou, op zich maakt niet uit. Ik loop... Oh, muntjes. Ja, Jordi is gevallen! Let op, pak die zak! Nee! Ja. Pak die zak, let's go! Nee. Oké, ik ben er nog op. Suus is er vannaast. Nee. Suus! Oh, ik was een muntje! Ja, oké, je bent alleen, Suus. Pak de muntjes, nog 7 seconden. Ik ben er alweer. Oh, ik dacht dat het een zak was. Ja. Nee. Pak de zak, pak de zak, pak de zak, pak de zak! Nee! Oh. Wat doe je? Zak dan! We hebben toch de zak? Nee, jij miste hem omdat het tijd voor mij was. Ik zoet je. Zak maar door, zak maar lekker door. Tot de grond. Schitterend met... Oh ja. Even kijken hoor. Roperion die had nog een keer 5 euro gedoneerd, dus dankjewel voor je bijdrage aan Warshot, super super awesome van je. William die had nog een 50 euro donatie achtergelaten voor Warshot en hij zegt erbij, succes met de stream. En het komt helemaal goed, dankjewel voor je bijdrage en je helpt daar ook minimaal 12 kinderen mee. Wouter heeft nog een keer een 10 euro donatie achtergelaten en hij zegt, fijne zaterdagmiddag iedereen. Hey Wouter, jij ook, geniet van de stream, dankjewel voor je bijdrage aan Warshot en je hebt ook meegeholpen aan... Dat monsterbedrag dat daar links bovenin je scherm staat. Rivierwolf, die had nog een 88 euro donatie achtergelaten. Oftewel, hij helpt daar een maand lang 11 kinderen mee. En ja, ik kan rekenen. En hij zegt erbij, hallo Jan, ik woon in Rotterdam. Gezien wat er daar is gebeurd, is het minste wat ik kan doen. Hey, dankjewel Rivierwolf voor jouw 88 euro donatie, man. Dankjewel. Laurent die heeft nog een 5 euro donatie achtergelaten. Zegt, yo Jan, veel succes met de stream. En Laurent, dat komt helemaal goed, jongen. Dankjewel voor je 5 euro donatie aan Warchild en dankjewel voor de support. We zitten bijna op de 2500 euro
ingezameld. Ja. Wacht, laat me even op die kaart kijken. Ik moet... Waar is die eerste? Nee, wacht. Ik gebruik nu nog een normaal dubbelblok, want 11 kan ik niet gooien. En dan gebruik ik mijn dubbele dubbelblok. Wacht, want dit is... Oh, dit is munten van Jordi. Dit is een ster stelen van Jordi. Dit is een ster stelen van Suus. En dit is een ster stelen van mij. Dus ik gebruik nu nog mijn normale dubbelblok. Maar dan kan ik wel mijn voorwerp gebruiken. Dan ga ik ook even op de kaart kijken. Want gun ik Suus dat ze die ster moet af. Ja. Doe het. Nee, want dat is toch haar eigen of niet? Of is die van Jordi? Doe maar op Suus. Nee, want dan gooit ze... Nee, doe maar op Jordi. Nee, want dan komt ze op haar eigen... Dan komt ze op haar eigen... bloem. Ja, ik ben al voorbij je, dus dat... Ja, dan ga ik hem nog even bewaren. Dus dan ga ik gewoon normaal gooien. Niks aan het handje, helemaal tactiek. Ja, maar het is de 14e ronde. Kut! Ja, dit vind ik wel grappig. Ja, nou ja, dat, als je niemand wil vervloeken, dan... Ja, dit is stom. Kun je niet meer alle voorwerpen gebruiken. Dat wist ik niet. Yippie. Maar we staan wel gelijk, bro. Met sterren. Nee hoor. 10. Dit had ik... Goddammit, ik mis alles wat ik die chat zit te lezen. Ja. Maar er worden nog bonussterren uitgedeeld. Alles is nog mogelijk. Alles kan. Met z'n drieën op. Alles is nog mogelijk. Alles is nog mogelijk. Ja, maar we kunnen nog een potje doen zo, hè? Ja, we doen sowieso zo meteen nog een potje. Want nu weet de chat ook hoe alles werkt. We gaan er gewoon nog een doen. En wie er altijd wint. Hey, pas op, hè. Dit was een inkompotje. Het is nog niet afgelopen. Oh, ja. Als je jezelf nu... Okay. Oh, als hij nu verliest. Yo, Guido, jongen. Kan je nog langs de... Oh, maar dan heb ik je eigenlijk gegund. Er is nog 7 te gaan. 1. Op 5. Je hebt 5 nodig dan. Oh! 10. Hey! Oh nee, op wie ga je komen? Ah, oh, ze is al langs. Geluksvakje. Oh, joi. Heeft Jordi al gewonnen? Nee, hij is ermee bezig. Roperion had nog een 3 euro donatie achtergelaten voor Warchild. En hij zegt erbij, wil jij een keer de Wouter Tosti maken? Als je niet weet hoe die gemaakt wordt, is het een YouTube-filmpje. Ik zal het een keer opzoeken. Complete random ook, jongen. Oké, Liam moet ons boog schieten. Dankjewel, Roperion. Dankjewel voor je bijdrage, man. Dankjewel. Oké. Let's go. Oei. Hoor Jordi, ik zit vast tussen die... Ja. Yeah. BOT! Goed dat je dat BOT! Oh. Ah, hij mist me, jongens! Nee! Ik ben af! 14 seconden volhouden met z'n tweeën, kom op! Het. Jullie kunnen dit! Jordi en Suus, jullie kunnen dit! Deze. Met mijn ogen dicht zelfs, hè? Met mijn ogen nee, dicht doe dat niet! Jordi! Oh! Ja, je had 1! Ja! Let's go! Nice. Oh, die botje hadden we ingesloten, nog mis! Ik zag het net. Oh, die knetter. Ik kan mijn ogen dicht, deze open ineens een Suus weg. Ik dacht, die houdt zijn ogen echt dicht, maar... Ah, je hebt wel 100 munks in 1 Sterling. Laatste ronde, laatste kansen. Jordi staat voor nu eerste, ik sta tweede, Suus staat derde en Liam staat vierde. Dit is de laatste ronde. Maar ja, niemand kan meer bij de ster komen. Ja, ho. Oh, jawel, jij kan nog bij... Ik voelde hem! Oh boy. Dat is karma! Ik zat keihard tegen die stoel. Lekker voor je. Nee, dit gaat natuurlijk niet goed, hè? Ja. Ik kan je zo... Oh, weer! Ja, maar ik wil wel winnen. Ik ben wel fanatiek, hè? Ja, die ga je sowieso niet planten. Nee, want dan ben je in munt. Ja, of je plant gewoon een grote. Ah, ja, dit is al de laatste ronde, hè? Xander 12k, die heeft nog een 80 euro donatie achtergelaten voor Warchild. Of hij helpt daar 10 kinderen een maand lang mee. Hij zegt, Jojan, ben erbij sinds Advanced Warfare tijden, maar doneer nu voor het eerst. Ik hoop dat er hiermee 10 kinderen goed geholpen worden. En dat 100% zeker. Ja, daar gaat Warchild voor zorgen. En hij zegt er nog bij, nog veel succes met stream, broski. Groetjes uit België. Hey, Xander, dankjewel voor al je support al die jaren lang. En je helpt hier zeker 10 kinderen goed mee. Dankjewel, man. I appreciate it. Doe het, Jan. Waar staat? Ik had ook niks moeten zeggen.
Je kan 3 gooien. Ja. Ik ben bang, jongens. Je kan 3 gooien. Kijk, we gaan het lachen in de game zelfs nu. Ja, oké, maar wacht. Ik moet heel laag gooien. Gewoon niet 1. 2 is goed. Karma, oh, wee, hè? Is een bitch. Oh, wee als ik mijn ster kwijtraak. Oh, nee. Of jullie al je munks kwijt. Nee. Oh, wee, hè? Dit is de laatste ronde en ik kom op Bowser terecht, bro. Een ster. Met z'n allen geen ster. Geen ster. Nee! Wat is dit? Wat is dit voor bullshit? Nee, dit is... Nee. Karma. Nee, deze... Nee. De laatste ronde, hè? Ja. Karma. Karma. Nee, en jij kan nog steeds op de ster komen. Inderdaad. 1/3 kans. Ja, maar wat is dit, man? Even voor iedereen die kijkt, zo gaat het altijd als ze Mario Party spelen. Hè? Soms nog fanatieker. Het leuke is, ik weet het wat jij niet weet, ik kom hier zo achter. Nee, je hebt die mushroom! Oh, hij heeft nee! Ik heb er nog geen. Wat heb je? Ik sta voor Suus. Je gaat nog boven Jan komen. Wat is er aan de hand? Ik heb 17 gegooid en ik moest 17. Ja, maar ligt er aan welke kant je op gaat, hè? Maakt niet uit. Ja, maar dit is echt... Wat is dit, man? Kijk, ik hoor aan alle... Nee. Ja, want dan kom je er langs. Ja, dan kom je langs de ster, want dat is echt? Korter, hè? Langs Bowser is korter, maar je verliest wel munten. Kijk maar. Dat maakt niet uit. Ja. En al die tijd voor niks gespeeld nu. Ga je nog verliezen van ons alle drie? Oh, ik heb nog een donatie gemist ook. Oh, ik zal... Wacht even, hoor. Ik lees zo meteen even op. Laten we even kijken wie er wint. Dat is even uiterst belangrijk. Ja, oh, hebben nog een tweede. Liam, de comeback, bro. Ik zei het toch. Als Liam wint, dan moet ik ook 100 euro doneren. Hè? Dus doen we even... Oh ja. Kan ik mijn sterren nog aan jou geven? Kan ik mijn sterren nog aan jou geven? Nee, geef me dan maar. Oh, jij hebt 11 muntjes meer. Nu nog maar 5. Oh jee, er wordt ook nog een ster erbij. Ja. Nou, mijn vervloekte dobbelblok heeft niet gewerkt. Oh. Ik wist niet dat je dat item had. Laat ik er nu nog één kwijt, weet je? Je weet dat ik dat al wist, hè? Hé, hey Jan, hoe voelt die laatste plek? Waarom zeg je mijn laatste? Nee. Oké, maar wacht. Als ik gewoon 2 bonussterren krijg, dan kan ik nog winnen. Ja, ik ook. Kan. Dus dan moet ik ze alle 2... Ja, maar dit is echt... Ik stond heel de tijd zo mooi tweede, hè? Ja, eerst zelfs. Oh, er komt eerst nog een minigame, by the way. We hebben eerst ook nog een minigame. Wie gaat dit winnen? Dit is Bowser. Jullie weten nog op wie je hebt gestemd wie er gaat winnen. Hè? Jullie weten ook nog wat er is afgesproken wie als iemand wint. Nee, superkansvakje volgens mij. Als Liam wint, dan moet ik sowieso zelf 100 euro doneren. Geluksvakje. Oh nee. Oké, we hebben nog 1 minigame en dan komt de uitslag. De laatste minigame. Maar het oprecht, alles is serieus nog mogelijk. Bal voor jou. Doe de zandkok. Niet meekijken. Nee, wat is deze? Oh, dan moet ik maar... Nee, deze is echt stom. Ja, maar deze kan ik niet winnen, jongens. God damn it! Ja, maar dit is niet leuk! Ja, het gaat er dus om. Wario moet dezelfde kant op kijken als ons. Nou, ik heb niemand er nog af. Als we allemaal een andere kant op kijken. Ja, dan heb je sowieso gewonnen. Nee! Nou, Liam is nog af. Maar ja, jullie zitten in een team en ik kan jullie nooit nu allebei eraf krijgen. Tenzij we allebei hetzelfde doen. Oh, 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 let's go! Let's go! Let's go! Ik heb gewonnen! Ja! Ja, ik keek niet naar Suus. Yo! Let's go! Oké, eerlijk, die was wel goed. Oké, maar wacht. Wie wordt de winnaar? Oké, dat wordt spannend. Oké, er worden bonussterren uitgedeeld. Jordi krijgt een bonussterren. Hij krijgt hem. Kom op! Jordi. Nee! Oh, no! Nee! Als Jordi geen ster krijgt, dan heb ik gewonnen. Er komt nog 1 ster uit. Wie gaat deze winnen? Schuifelaars. Geef aan mij. Nee, dit is wat Jordi. Is dit? Wat is dit? Ik heb gewonnen. Heb jij 1 ster meer? Ja. Wat? Oh nee, ik heb natuurlijk maar 2 sterren. Omdat die Bowser heeft mijn ster afgepakt als ik had gewonnen. Dit. Ja, toch? Bro, Bowser heeft mijn ster afgepakt als ik had gewonnen. Heb ik niet gewonnen? Wie? Ik weet het niet.
Wie meer muntjes? Wacht. Ik denk Suus dan. Ik hou mijn kont. Yes! Suus heeft gewonnen! Yo! Yo! Holy knetter! Oké. Hoe dan? Oké, GG. GG. Ja. Wie had dat verwacht? Ik niet. Oh, ik wil wel even de samenvatting kijken hoor. Mario Party zal nooit meer hetzelfde zijn. Oh. Je moet er nog één, Jordi. Niet ja, maar hoe, maar weet je wat er allemaal gebeurd is deze game? Dat is echt niet normaal hoor. Hey, ik heb wel de meeste minigames gewonnen. Ik moet nog even iets voor mezelf even goed doen. Dappere poging. En je kwam zo mooi terug, Liam. Oh, maar laat even de samenvatting kijken. GG, GG dank chat. Dank u. Hier, ja, zie je. Oké, wacht, laten we even naar de details kijken. Ja, hier, als Bowser niet mijn ster had afgepakt, had ik gewonnen. Als shit. Doordat ik die één gooide, heb ik verloren. Als Liam mijn ster niet had afgepakt, had ik alsnog gewonnen. Ja, dat is wel waar. Had hem niet alleen afgepakt, had hem maar. Ja, maar bij mij werd de laatste ronde die ster genakt, hè. Oké, GG. GG. Nice. Laten we heel even 5 minuten pauze nemen, dan nog één potje doen. Kijk, moeders. Waar zit ze in de chat? Daar. Yes, zo hoort het. Waar? Oh, hier! Ja. De moeder van Suus zegt, yes, Suus, zo hoort het. Hey, let's go. Ja, laten we even 5 minuten pauze nemen, jongens. Kunnen iedereen in de chat die aan het kijken is even wat drinken pakken, even plassen, even je ding doen. En over 5 minuten starten we de volgende game. Dan gaan we op een ander bord spelen en dan zijn er weer nieuwe kansen, nieuwe pogingen en nieuwe verliezers. Die ik weer. Ja. 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 Oh, mooi man. Hoppatee. Ja, even pauze. Ik ga plassen. Ja, ga jij even plassen. Ik heb sowieso... Ik ga even wat dichterbij zitten, want ik heb een paar dingen gemist. Even kijken hoor. Want ik heb een donatie gemist van TomGas20. En hij zegt erbij, wat is jullie favoriete game van het jaar? Dat is van die al is uitgekomen... Want als er nog een game is die nog moet uitkomen, is het 100% zeker Cities Skylines 2 en Spider-Man 2. Want ik weet nu al dat die echt serieus goed gaan worden. En ik vind de Crew Motorfest die ik nu aan het spelen ben, vind ik ook echt serieus leuk. Het is een race game. Dankjewel Tom voor je support, man. Dankjewel. We zijn dus nog niet klaar met de stream. We gaan zometeen nog een potje spelen. Wat er allemaal is gebeurd, ik heb echt geen idee. Maar het gaat in het volgende potje opnieuw weer gebeuren. Dus Suus die heeft er eentje gewonnen. Misschien wint ze er nog één. Maar ik ben ook blij dat Jordi niet heeft gewonnen. even kijken hoor. Anoniem, die heeft nog een 2 euro donatie achtergelaten voor War Child. Dus dankjewel voor je support. Hij zegt er niet bij wie het is, maar dat is helemaal niet erg. Hij heeft wel gedoneerd aan het goede doel. Dus dat is super, super awesome van je. Ik zal sowieso even... Ik kan gewoon opschrijven, jongens. Kijk. Ha! Hoppatee. Little Toe Clipper, die is er ook al heel veel streams bij. Die heeft ook nog een 1 euro donatie achtergelaten. En hij zegt, Jojan, denk je misschien dat je een Campersong 3.0 gaat maken met Modern Warfare 3? Misschien als we ooit de 1 miljoen abonnees halen... Ook al halen we het over 20 jaar, dan gaan we gewoon een echt goede original campersong maken met clip erbij. Dat vind ik wel een strak plan. Want we zijn ermee begonnen en bij de 1 miljoen abonnees moet die wel ooit een keer gebeuren. Misschien gaat het nooit gebeuren, misschien wel. We gaan er vanzelf achterkomen. Maar Little Toe Clipper, dankjewel voor je 1 euro donatie. Michelano, die had nog een 10 euro donatie achtergelaten voor Warchild. En hij zegt, Liam, hashtag DNF King. Hey, dankjewel Michelano voor je 10 euro bijdrage aan Warchild. Bobby Lau, die heeft nog een 8 euro donatie achtergelaten. Zegt, Jan, wat een leuke ploeg. Dankjewel bro, dankjewel. Super aardig. Wat voor tv heb Leo gekocht nadat hij kapot is gegooid? Volgens mij een Ultra Gear van LG. Er staan hier ook 3 Ultra Gears. Er staat een LG tv. Mijn hele bureau staat vol met LG. Super fijne schermen. Dankjewel Bobby Blauw voor je 8 euro donatie. En help je ook een kind mee een maand lang. Dus dankjewel. Dibbus heeft nog een 5 euro donatie achtergelaten. En hij zegt erbij, yo guys, leuke stream. Ga zo door, gaan we zeker weten doen. PS Lieben, welke motor heb jij? Heb je een Kawasaki Ninja 1000? Volgens mij. Liam! Ja. Welke motor heb je? Ninja 1000 SX. Oh, hij heeft een Ninja 1000 SX. Ik had hem bijna goed. Dankjewel Dibbus voor je 5 euro donatie, man. Dankjewel voor je support. Rijn de Bakker... Je hebt jij je woord gehouden, Ryan. Die heeft nog een 50 euro donatie achtergelaten. Zegt belofte maakt schuld. Hey, Ryan,
Appreciate it, brother. Ik zie je snel weer. En dankjewel voor je 50 euro donatie. Omdat Suus heeft gewonnen. Hij zei, ik doneer 50 euro. Suus wint. En Suus heeft gewonnen. Dus hij heeft ook daadwerkelijk 50 euro gedoneerd aan Warshell. Dus dankjewel voor je support. Swabby1999 heeft nog een 10 euro donatie achtergelaten. Dus Swabby, dankjewel voor jouw support. Super awesome van je. En jij helpt natuurlijk Warshell daar ook kinderen mee helpen. Xiu, die heeft nog een 5 euro donatie achtergelaten. Dus ook dankjewel voor jouw support. En ja, we zitten al op 2685 euro dat wij hebben opgehaald in onder de 2 uur. Dat is echt bizar. Ik had serieus mijn goal ingesteld op 1200 euro. Ik dacht, als we dat halen, zou het echt bizar zijn. Daar kan Warshell zoveel kinderen mee helpen. Maar we zitten boven de 2500, boven de 2600. Zo meteen misschien zelfs boven de 2700. Dus ja... Super doof voor jullie. Dus iedereen die erbij is, iedereen die heeft gedoneerd en iedereen gewoon aan het kijken is of aan het chatten is of meejuicht. Dank jullie wel voor alle support natuurlijk ook in de chat. Super, super gaaf van je. En Warchan natuurlijk, bedankt dat we dit samen kunnen doen. En als jullie nog vragen hebben, jullie kunnen nu... We hebben heel eventjes pauze en dan gaan we weer door. Dus als jullie een vraagje hebben, laat even weten in de chat. Boltix, oh hij is er nog steeds. Boltix heeft nog een 1 euro donatie achtergelaten voor Warchan. En dan zegt, Jojan, je skate deck staat hier een beetje te verstoffen, man. Ik zal je binnenkort even een Discord bericht sturen, Quinten. Ik ben zo druk geweest, echt bizar. Dus ik zal... wat dacht ik, morgen? Nee, morgen is zondag. Dan zijn ze ook nog hier. Ik zal maandag eventjes contact met je opnemen, man. Komt helemaal goed. Want voor de mensen die het niet weten, Boltix die heeft een skateboard met mijn logo afdruk heeft hij laten maken. Dus dat is echt, echt serieus gaaf natuurlijk. Dus dankjewel, Boltix, voor jouw support, man. Dankjewel. Wat zou je doen als je geen YouTuber was? Ik wilde altijd of dierenarts of architect worden. Maar ik heb echt geen idee. Echt geen idee. Maar een nieuwe merchandise... is wel weer een keertje leuk om iets nieuws uit te brengen. Zeker. We hebben sowieso nog steeds het Wolven Griekse IRSK nieuwe design in de webshop staan. En we hebben nog steeds rugzak in de webshop staan tegen korting. Dus dan weten jullie dat. Echt gek, Jiraski. Jij, Suus, Liam en Jordi bedankt. Hey, jullie ook bedankt. We gaan nog door, hoor, Warshell. We gaan sowieso nog een potje spelen. Dus ja, ik weet niet hoe lang dat potje gaat duren, maar... als ik maar niet weer verlies. ik was echt die stomme Bowser, joh. Maar, misschien verandert in potje 2 wel heel veel, dat weten we niet. Is Zoe daar? Ja, Zoe is beneden. Misschien dat ze zometeen wel naar boven komt lopen als de rest naar boven gaat, maar daar komen we achter. DakaNL die heeft nog een 10 euro donatie achtergelaten. Zegt, goed bezig allemaal, groetjes Daan, Cas en Ruud. Hey, groetjes terug jongens en dankjewel voor je 10 euro donatie aan Warchild. Super gaaf voor jullie natuurlijk en dankjewel. Angie die zegt, James zegt ook even hoi via mij en roept heel hard Mario. Hey, groetjes aan James, Angie. Groetjes aan James. Ik hoop dat alles goed met jou en hem gaat natuurlijk. Hoe ben jij en Suus elkaar leren kennen? Gameforce. Oh, hij staat nu niet in beeld. Oh. Ze kwam even gedag zeggen. En nu speelt ze mee met Mario Party. Jullie zijn legend. Dankjewel, Jonas. Dankjewel voor je support, man. Morgen eerste dag is buschauffeur. Hey, Amir, succes ermee, man. Succes. Is Suus aardig achter de camera? Suus is letterlijk precies hetzelfde voor of achter de camera. En Liam ook, en Jordi ook, en ik ook. Althans, Jordi is misschien nog iets gekker als de camera uitstaat. Oh, Poempert is ook nog in de chat. Yo. Hoe noemt Liam zijn kanaal? Liam Connor met MC Leot. Ik weet nog steeds niet hoe ik moet uitspreken na al die jaren. Maar hij uploadt op dit moment niet meer. Misschien dat hij wel weer gaat uploaden, maar... daar komen we dan vanzelf achter. Yo, Bram, dankjewel nog voor het lid worden op mijn kanaal, man. Dankjewel voor je support. Geniet van je extraatjes. Hoe kan Suus zo goed zijn? Ja, vraag daarna als ze terug is. Volgens mij is ze heel veel snel Zoe aan het uitlaten. Dus daarna gaan we weer verder. Wel zin in Gameforce. Ja, ik ook. Ik ook. Zeker weten. Even kijken hoor. Rickert, die heeft nog een 8 euro donatie achtergelaten. Zegt zo. Kan er weer een kind geholpen worden. Blijf zo doorgaan, broski. En succes met de streams en andere content. Hey Rickert.
Je weet het, je bent er ook al jaren bij. Dus dankjewel ook voor jouw support aan de Warchild. En natuurlijk ook aan mij. Dankjewel, man. Suus! Je hebt 10 euro gedoneerd. Je kan weer komen hoor, babe. Ik weet niet of ze het horen. En zegt tijdens pauzen... kunnen we alweer komen? Ja, jullie kunnen alweer komen. We zijn klaar voor het tweede potje. Jullie kunnen komen! Zitten beneden, ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Ja, oké, okay, dank u. Ze komen er weer aan hoor. Dan gaan we weer beginnen. Alright, zijn we er weer klaar voor, chat? Klaar voor een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En moedig mij wel alsjeblieft aan, want ik kan niet weer verliezen namelijk. Oh, 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 oh. Ja, je bent awesome. Dankjewel, dankjewel bro, dankjewel. Hoe lang heb je al met Suus? Over 7 dagen, een half jaar. Coole hamster in de hoek. Dank u, dank u. Dat is onze hamster. Jullie kunnen weer komen hoor. Hamster. Thanks voor de donatie. Ja! Ja. Wat heb je al achter je? Heel veel Funko Pops, heel veel Pokémon. Alien, Avatar, Minions, Post Malone. Stitch. Oh ja, Stitch. Daar, Jurassic World. Leuk om te sparen. En met kerst gaat de achtergrond natuurlijk weer veranderen. Want dan komt de kerstboom weer. En dan komt de kerstverlichting weer. Dus daar heb ik ook echt wel zin in. Jan slaapt lekker op de bank vannacht. Hoezo? Ze hebben gewonnen. Met het dekentje. Ja. Ik ben er klaar voor. Okay, de chat is er weer klaar voor. Wat zijn Liam en Jordi aan het doen? Oh, daar moeten we nog heel veel wachten. Oh ja, en ze moeten Zoe naar binnen krijgen. Ik denk niet dat ze dat lukt. Oh, nee. Zal ik even gaan? Moet je even cookie pakken? Nee, ze komt gewoon met roep. Even een cookie pakken. Nee, ze komt gewoon met roep. We moeten even Zoe naar binnen halen, dus ze komen eraan. Ik heb... Jij bent alle drie warm, maar jij bent koud. Ja. Oké. Okay. Oh, mooi. Ja, doe jij Zoe even naar binnen. Ja, ze komen eraan, alleen Zoe zit in de achtertuin. En als ze eenmaal in de achtertuin ligt, dan wil ze altijd in de achtertuin blijven. Maar als ze in de achtertuin blijft, gaat ze graven. Is ze al binnen? Ze is binnen. Oh, ze is al binnen. Ik zit een heel verhaal te vertellen als ze niet naar binnen wil. Maar ze is al binnen. Had ze nog geplast? Nee, ze heeft wel gerold en even geknuffeld. Oh, nice. Nou ja, dan moet ze nog heel veel wachten. En even geknuffeld. Lekker weertje vandaag. Ja, het is wel weer lekker weertje buiten inderdaad. Nou, ja. Nu niet meer hoor. Ja, nou echt? Ja, het is koud. Echt? Ja. Of heb jij het gewoon koud? Nee, het is helemaal niet zo mooi weer. Oh. Hey boys. Yo. Ben je om te verliezen? Yo. Ben ik klaar voor? Ben ik klaar voor? Ja, ja, ja. Even kijken. Anoniem of zo iemand die zijn naam niet in beeld wilde hebben, had nog 2 euro gedoneerd. Ik heb beneden. Jij hebt. Nice. Hij zegt erbij: wanneer ik nog een keer Modern Warfare 2 stream? We hebben laatst nog Modern Warfare 2 gestreamd. Samen met Jordi. We kunnen binnenkort weer eentje doen. Dus is gewoon lachen, ja, zeker. Zullen we weer even de stoelen goed zetten, dat we allemaal weer goed zitten? Want jij bent helemaal naar achter gegaan. Komt erbij! Ik zal sowieso nog wel naar achter gaan. Zo. Want kijk, nu zit Jordi niet in beeld namelijk. En de kijkers willen wel Jordi zien. Iets naar links, denk ik. Tijd om te winnen. Hoezo anders, ik? Nou, anders zie ik het niet. Komt erbij! Komt ertussen! Kom maar! Huh? Ja! Huh? Ja! Let's go! Oké, we gaan weer beginnen met het... tweede potje. Eerst nog even, Robin die heeft nog 5 euro gedoneerd aan Warchild. Dat zegt, ben er weer eens bij. Hier geld voor het goede doel. Hey, appreciate it bro. Mocht je willen doneren jongens, we zitten nu op 2722 euro. Ja, 3000. Kijk eens aan. Gaan we de 3000 halen? Oké. We gaan het ik meemaken. Ik zeg het nu. Ja? Ja. Nou, ook ja. We zitten nu op 27. Ja, ik dacht dat we 1200 niet eens zouden halen. Hè? Nee, want ik weet... ja. We zitten nu op 2722 euro, wat we hebben opgehaald voor Warchild. Met elke 8 euro die we ophalen, kan Warchild 1 kind een maand lang helpen. Dus we hebben op die manier met z'n allen, iedereen in de stream zit al heel veel kinderen kunnen helpen. En Warchild gaat natuurlijk ook het geld goed gebruiken. Dus thanks sowieso allemaal voor de support. Bizar bedrag, maar we zijn nog niet klaar, want we gaan switchen naar Mario Party, game nummer 2. En daar is je controle, mevrouw. Wat? Gewoon weer 15 rondes? Ja. Gaan we daarvoor? Ja hoor. Oké, 15 rondes op een andere map. Maar de vraag is, durven jullie het aan? En, oh ja, is je eigen dunk omhoog gegaan? Nee, niet deze. Jawel, ja. Deze map. Oké, even een kleine uitleg over deze map. Ik kan hem nu mooi in beeld zien. Je hebt een route aan de linkerkant. Dat is een rondje wat lijkt op iets anders als ik het nu zo zie. En je hebt een rondje aan de rechterkant. Hoe moet je dat erin?
Oh! Ja, ik zie het nu ook! Dus, let even niet op de indeling van de map. Je kan of links een rondje rennen, of rechts een rondje rennen. Je kan ook switchen tussen de twee routes, maar dan moet je munten betalen. Alleen, de ster kan of aan de rechter of linkerkant zitten. En Bowser zit dan aan de andere kant. Oftewel, als de ster links zit, zit Bowser rechts. Als je op een bepaald actievakje komt, dan wisselen ze van kant. En als je dus net aan de rechterkant zit, omdat de ster daar zit en iemand komt op het actievakje, dan komt opeens Bowser daar. Dus dan heb je een probleem. We gaan beginnen. Dat is de map. Even kijken hoor. Hendrik kan nog een 2 euro donatie achterlaten. Zegt hier nog een kleine donatie. Groetjes aan jullie. Je blijft de baas, bro. En er zal er zeker nog jaren bij blijven. Hey Hendrik, dankjewel voor al je support. Dankjewel voor je bijdrage aan Wardshield. En groetjes terug. Groetjes terug. Let's go. Hey, dankjewel Hendrik. Oh, iemand heeft de uitleg van de map gestart. Het, hè? Degene die 10 gooit zo... De eerste beurt gooit moet 10 euro doneren. Robin die heeft nog 5 euro gedoneerd. Zegt, ben er weer eens bij... Oh, die had ik al opgelezen, of niet? Oh, ben er weer eens bij. Hier geld voor het goede doel. Hey Robin, ik had het volgens mij opgelezen, maar dankjewel voor je bijdrage. En Pixie had nog 2 euro gedoneerd. Forward, dat is echt erbij. Als Assassin's Creed en de nieuwe Modern Warfare 3 uitkomt, ga je die dan ook op je Raspberry Place uploaden. Assassin's Creed moet ik even kijken of het mogelijk is en of de game niet 200 uur duurt. Want dan is het niet handig voor een let's play. Modern Warfare 3, 100% zeker. De campaign gaan we weer uitspelen. En natuurlijk ook de multiplayer en natuurlijk ook de zombies. Dus het komt helemaal goed. Dankjewel Pixie voor je donatie, man. Aan Warchild. Oké, als je 10 gooit, moet je 10 euro doneren. Oh. 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 Jordi. Oei. Ik was even bang, jongen. Ja, 2, 3, 4. Ik hoorde er niet bij. Ik heb weer 2 gegooid. Ja, maar ja, 2 keer 4 is 8 en 4 keer 2 is 8 en 3 keer... Wat is 12 plus 1? 15! Ja, ik ga het vieren. Gooi eens 10, nee, ik heb 8 gegooid, bijna. Kijk, de ster zit nu aan de rechterkant. De Bowser zit aan de linkerkant. Op alle actievakjes gaat de ster weg. Dus ja, op alle uitroeptekens. Maar er staat ook nog een twomp. Wat? Een twomp. Een twomp. Ja, die moet je betalen. Als iemand 10 munks betaalt, moet de volgende 11 munks betalen. Als iemand 1 munt betaalt, moet de volgende 2. Hij gaat elke keer eentje omhoog. Ik heb even zo'n... Oké. Okay. Ik mag beginnen. Ja, waar is ze? Beneden? Ja, binnen. Ja, maar ik zit helemaal... 10! Hey. Maar hij telt alleen voor de eerste. Maar ik... Wacht, ik ga sowieso meteen naar rechts. Ik zal aan het einde van de stream nog wel opnemen. Zo, ik doe hem even open voor als zo naar boven komt lopen. Ja, dat is wel gezellig. Nou, ik mag oversteken voor 1 munt. Sowieso. Let's go. Sowieso. Sorry. Moet de deur even open doen dan? Misschien dat de deur dicht is. Is de gangdeur dicht? Wat, misschien wel. Ja. Zal ik even kijken. Ik ben... Oh nee, wacht. Ik ben als 2. Ik ga zo meteen. Nee. Moet ik het anders even doen? Want Jan is er al bijna. Ik ben als 4e. Komt goed. Ga maar. Ik ben, nee, ik ben nu. Ik ga gooien en dan ga ik. Wat gebeurt er? Ik ga. Zo is het opgesloten in de huiskamer. Oké. Okay. To the rescue. Misschien is de deur gewoon open, hè? 10 munten. Nice. Hoppa, hier meteen 10. Oké, let's go. 7. Ze ligt voor Pampus. Deur was open. En ze ligt te kijken. Dus ik denk dat als je er nu roept, dat ze alsnog komt. Oh ja, misschien wel niet. Ja, maar maakt niet uit. Ze moet lekker doen. Zo, je ligt te slapen. Dat is helemaal goed, joh. Oh, jij bent aan de beurt, by the way. Ik roep je wel even. Ja, let op, hè, jongens. Als ze nu komt aanlopen, ga ik wel lachen, nou. Welke kant ga je op? Ja, deze. Oh, naar rechts. Nice. Maximizer, die heeft nog een 8 euro donatie achtergelaten. Dus dankjewel Max voor je support aan Warchild. Dat is echt voor de goede karma. Groetjes aan iedereen. En wat zeggen we dan? Groetjes terug. Groetjes terug, Max. Dankjewel voor je donatie aan Warchild. Dankjewel, Max. Macy had nog een 10 euro donatie achtergelaten. Dus dankjewel ook voor jouw bijdrage. Dat zegt, heb je een Discord? Discord.gg/Jurassic Gaming. Ik doe er niet heel veel mee. Ik ben eigenlijk nooit in Discord. Maar heel af en toe kom ik hooi zeggen. Hoi. Oh, nee. Dus dankjewel Mace voor jouw bijdrage ook aan Warchild. Dankjewel voor je support, man. Ja, doel in de minigame is... Oh!
dus het schildje ontwijken. En degene die het langste volhoudt, krijgt de meeste munten. Huh? Oei. Oh. 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 Maar dit is pas het oefenrondje, hoor. Eerst hebben we altijd één oefenrondje. Drie, Liam! Ja, wat doe je? Zit met de beuken? Oké, was een oefenrondje. Deze telde nog niet. Helemaal blij. Ik heb een TikTok over je gemaakt. Hé, dankjewel. Ik zal hem later even kijken. Als je me tagt op TikTok, dan kan ik de TikTok zien als je iets clipt. Dit is ook een woord. Met die oefenrondjes win je geen munt, Liam. Nee, oefenrondjes tellen niet. Ik ben echt... Maar Liam lijkt ook op... zo'n paddenstoel. Of zo'n schild. Oh, oh. Ik was bijna af. Ik kan best wel blijven staan. Oh, nou. Oh, Jordi is af. Nee, oh. Hij valt op mij. Oh, zus tegen Jan. Oh, bro. Bro. Oh. Yes. Oh, we hebben allebei gewonnen. Yes. Ik dacht dat je af was. Dat scheeltje veel genoeg. Oh, yo, we hebben allebei gewonnen. Let's go. Koppel power. 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 Die mop moet je vertellen. Welke mop? Oh. Hoe noem... Oké, wacht, we hebben een mop. Oh jee. Ja. Nee, jullie kennen hem waarschijnlijk al. Hoe noem je de zoon van een DJ? Zijn jullie klaar voor? Nou. Erik? Erik? Boom! Ik kan een ster kopen! De eerste is binnen. Je Let's go. Weg, Jan. Nee, hij blijft zitten totdat je op een actievakje komt. Oh. Sterk. Sterk, nice. Nice. Even kijken, Mike 22958, hij is er nog steeds bij. En hij zegt erbij, komt-ie. Hij heeft €50 donatie achtergelaten. En hij zegt, als Suus weer wint, wordt het bedrag verdubbeld. Maar ik weet niet welk bedrag hij bedoelt. Maar dankjewel, Mike. Ja, ik hoop de €50 voor hem. Maar zeg, pas op hoor. Want, hey, ik kwam op een actievakje, de ster is veranderd. Nou. Je staat aan de verkeerde kant, babe. Hey Mike, dankjewel voor je bijdrage opnieuw en opnieuw. En voor al je support op alle streams, alle video's. En dankjewel Mike, dankjewel. Zorg ervoor dat je de €50 dan verdubbelt. En niet het volledige bedrag alsjeblieft. maar dankjewel Mike. Dankjewel voor je bijdrage, man. Appreciate it. Wat ga je doen? Niet die doen hoor. Warp. Oh, die warp. Oh, die warpblokjes worden echt stom hier. Wat is er? We zitten op €2792, maar er komt sowieso nog €250 ongeveer bij. Omdat die via supertanks zijn achtergelaten. Bijna 3000. Dus we zitten zo goed als op de 3000 als je die meetelt. Oh, een voorwerpzak. Ja, maar dan krijg je drie voorwerpen. Nee, dan krijg je twee voorwerpen. Ik heb een voorwerpzak. Oh, wat heb je? Een warpblok. Warp? Paddenstoel? Ja, en nog een warpblok volgens mij. Hoi, je kan warpen met iemand. Het is wel een random iemand waarmee je warpt. Dus... Maakt niet uit. Dan zei je het gouden warplokken. Ja, dat is wel waar. Ja, dat is wel waar. Hij is helemaal van de kaart. Voor de duidelijkheid wordt er €50 verdubbeld. Ja, je weet het maar nooit met jou, Mike. Maar ja, Suus wint niet nog een keer, dus maak je maar geen zorgen. Hey, rustig aan. Waarom zit je zo ver weg bij me? Dat voelt fijn. Oh, wow. Jullie hebben het gehoord. Nee. Ja, omdat ik niet meer mag winnen van jou. Ze is bang dat je haar geluk gaat afvallen. Oh, jij bent. Oh, ik ben. Ja. Ken je mij nog? Yo, Thomas. Lekker. Ik ken heel veel Thomassen, ja. Thomas. Zoals Thomas Max. Ja, nu ga ik hem niet meer verkeerd zeggen, hoor. Max. Dat is wel een goeie. Niet sluipen in de ton. Niet sluipen, dank u wel. Ja. Oh, postbode verzamelen. Of post verzamelen. Brieven oppakken en naar de postbode brengen. Wie ben ik? Oh, ik ben Mario natuurlijk. Maar is die Daan? Lekker de Queen Melk. Oké, let's go. We gaan gewoon beginnen. We gaan niet oefenen. Ik ren gewoon weg. Oké. Post verzamelen en naar de postbode brengen. Dat is 1. Dat is 2. Blijf 4. Kom hier. Hey joh. Nou, ik sta achter hem. Hey, waar is die? Hey, hij rent op mijn weg. Ik wil die. Nee, je bust op mijn brief. Ik ben aan het spammen, ik wil die brief op de grond! Ja! Nee, die ligt op de grond! Nee! No. Die is vet van punten waard, die! Hier! Hey! Oh, oh yeah! Bro! Oh yeah! Ja, die dat hartjesbrief is 5 waard of zo, man. Zonder die had ik niet gewonnen. Nee.
Omdat je een ijsbolletje stelde. Oh ja, dat is wel waar. Maar we winnen samen en we verliezen samen. Ja, ik zei eerst, dus helemaal mooi. Ik ben. Kijk, we gooien lekker hoog. Oh ja, je kan hier ook een ster stelen voor 50 muntjes. Ja. Je kan een toeval doen. Ja bro, jij kijkt hoeveel voorwerpen jij hebt. Pak ze muntjes af, Spooky. Oh. 11. Oh. Hey. Ja, dankjewel, hey. Jordi. Dankjewel. Ja, Liam is kast hoor, pas op. Oh, actievakje, de cirkel weer terug. Yes, alsjeblieft. Dankjewel. Wie was er ook weer rechtdoor gegaan? Ja, maar de ster is nu weer aan de rechterkant en Liam en Jordi staan aan de linkerkant. Ja, maar nice. Staan hun ook op een actievakje. Ja, als zij op een actievakje komen, dan wisselt hij weer terug. Ja, Jordi. Iemand zegt, Jordi lijkt op Mr. Beast. Nice. Ik weet niet of dat een compliment is. Jawel, ja. Voor Jordi is alles een compliment. Nee, ja, is wel een goede gast. Ik vind Mr. Beast al tof. Eigenlijk lijkt Mr. Beast op jou, want jij bent ouder. Ja, Mr. Beast is 27 of zo. Ja. Leuk, dus ik ben ook nog oud. Ja. Yo, Thomas, welkom Hoi, bijna op het actievakje, man. Nou, dan ga je muntjes. Oh, wat? Plus 5. Huh? Waarom krijg je muntjes van Bowser? Plus 3. Nee, we zijn matties, jongen. Jij staat hier met wel een van de slechte, man. Wel lijp IKEA-kast, hoor. Thanks, bro. Nee, dat gaat over Liam. Ze hebben net... Oh, ik dacht dat ze over mijn kast hadden. Liam. Maar Liam is ook al mijn kast, hoor. Pas op. Ja, ik ben een nachtkastje. Nice. Maar wel mijn nachtkastje. Okay. Ik word van het kastje naar de muur gestuurd. Gelukkig zit je midden in de kamer, dus dat scheelt. Nice, lekker bezig, actievak. Oei. Glenn van Hoven, die had nog een 5 euro donatie achtergelaten voor Warchild. Dus dankjewel voor je sport, bro. En super awesome van je, man. Dankjewel. Kloeflopen. Hier ga ik ervoor zitten. Oh nee! Je moet over de kloven lopen en als je eraf valt, dan duurt het heel lang voordat je er weer op bent. We gaan niet oefenen, we gaan ervoor. Wie eerst bij de finishes. Oké, let's go! Iedereen een volle concentratie. Ik ga stoppen met praten, want dat doe ik altijd. Nee. Daardoor val ik ernaast. Of ik ga jullie gewoon afleiden om gewoon heel veel over allemaal random onderwerpen te praten. Ik wil jullie niet onder druk zetten, maar alles hangt hier vanaf. Alles hangt hier vanaf, dus degene die deze wint, die wint de game. Nee, ik ben gevallen! We vielen alle... Nee! Oh, ik ben tweede nog. Oh, jij hebt geen enkele keer gevallen. Nee, ik ben er niet eens. Ik ben gevallen. Waarom ben ik zo laat? Jordi, je bent het laatste. Ja, Suus die rende door. Liam en ik vielen tegelijkertijd en Suus die rende door, joh. Ja, dat ding zit voor mijn beeld. Weet je niet hoeveel er bij mij voor in beeld zit? Zo. Oh ja. Wacht, oh. Oh ja. Oh. Jij bent Jan. Oh. Merry Christmas. Het is grill, kunnen jullie ons nog? Zo beter? Verstaan jullie ons nog? Verstaan jullie ons? Doet de microfoon nog, want ik zat eraan te draaien namelijk. Bah! Oh, dat is niet hoog. Jullie moeten ze wel horen verliezen. Weet je, ik ga gewoon dit rondje blijven lopen. Ik wil niet de andere kant op. 350. Ja, dat is blauwe Yoshi. Hoeveel? 305, als ik het goed lees. Oh, Warchild zegt super bedankt voor alle donaties. Met jullie hulp vanmiddag al met jullie hulp hebben we al 350 kinderen. Ben je met mij gereld? Jij? Nee! Ga eens naar de kaart! Gast, ik geloof je niet! Je ziet het zo wel. Nee, ben je met mij gereld? Chat, is die met mij gereld of niet? Ik zit chat te lezen! Nu sta ik aan de verkeerde kant. Ja, bro. Auw! En dan krijgt hij ook nog een geluksdobbelblok. Yo. Mario. Wanneer is de meet and greet? We staan volgende week zaterdag op Gameforce in Utrecht. Waarschijnlijk wij alle vier wel. Kan jij ook, Liam? Ja. Wij alle vier wel. Dus als je met Suus op de foto wil, mag het ook. Nee. Oh jee. Ik hou helemaal niet van foto's. Dus ga met Suus op de foto. Nee.
wordt dit een ster? Oké, okay, wordt het een ster? Ja, nee, niet al in ronde 4, dat kan niet. Pop! Oh. Je moet wel klukken! Zo! Zo! Ja! Ah, hij krijgt hem ook nog! Nee! Wat is dat, bro? Werk voor je sterren, man! Hij heeft nog helemaal niks gedaan, hij krijgt een ster. Dit is gewoon dat ze je gunnen van het vorige potje. Gaat hij nog? Ik ga de volgende keer ook zo. Ja, het werkt wel. Nee. Alles het werkt Suus. Wel. Zandkok. Is het tegen jou? Oh, je hebt geluk. Zandkok is echt makkelijk voor degene in het midden. Oké, okay, even een tip voor de, want nu hoor ik bij jullie, gewoon heel de tijd naar de zijkant blijven lopen. Als je niet in het midden staat. Ik heb een zak. Oké, okay, let's go, ik ben er klaar voor. Oké. Okay. Jesus. Let's go. Oh, ik word op mij opgegeten. Pak de muntjes jongens, pak de muntjes, ik heb ze. Ik heb die ook. Pak de zak, Judy! Yes. Nee, let's go! Ik heb hem gewoon. Suus heeft pas 2 minuten. Oh, ze gaat draaien! Oh, help! Nog een rondje. Pak die Mario terug! Ja! Pak de zak, let's go! Judy, die is voor jou! Deze is voor mij. Die is voor mij, dank u. Pak de zak, Judy! Pak de zak! Nee, ik ben opgegeten! Oeh! Lekker! We zijn er 33! Let's go, boys! Let's go! Lekker, Suus! Maar we hebben allemaal wel wat muntjes gekregen. Suus had er ook 6 of zo. Ja. Oh, heerlijk. Het geluk is op, jongens. Mag, waar sta ik ook wel ooit, joh? Aan de verkeerde kant. Ja, helemaal aan de andere kant nu. Bro! Echt, waarom nou met mij ook, man? Welkom bij de club. En dat was random, hè? Moet je nagaan. Maar ik hoopte wel dat jij het zo. Wacht, ik kom op een actievakje volgens mij, of niet? Of ga ik er net overheen? Oh nee, net eroverheen. Een voorwerpvakje. Oh. Kijk, hier kan ik tenminste niet ernaast gooien of iets. Dus... ik heb... Oh nee, wacht. Ik kan wel op die mini-bowser komen. Nee. Ja! Ik heb niks! Ja, maar dit kan echt niet. Waarom heb ik met die dingen altijd niks gewoon? Nu kan ik niet misgooien. Ja, laat maar zitten. Ik heb niks gezegd. Oké, hoe ver zijn we? Oh, wacht. Hey, lekker beter, Jeffy. 7 tot die ster. Moet ik... Als je nu 1 gooit, hè? Hoger dan 1. Oh, je hebt een ster, Alsjeblieft, hè, Jordi. Dank je. Hard voor gewerkt. Hé, Liam? Ja? Niet bij iedereen komen ze aan bij je. Hou je mond. Jij hebt er net een van me gekregen. Oh ja, door ja. Liam. Verdorie. Alsjeblieft. We zijn pas bij ronde 5, alles is nog mogelijk. We hebben wel allemaal 1 ster, dus... Maar ja, dan kan er maar eentje eerst staan natuurlijk. Dat ben ik. Zometeen. Nou, dan gaat hij hoor, aan de verkeerde kant. Waar, welke kant sta jij eigenlijk, Liam? Verkeerde kant ook, ja, hè? Ja, achter jou nog. Oh, dan moet je langs Bowser ook. Of je moet 2 gooien, dan kom je op het actievakje. Ja, let's go. 2. Nee, 2. Oei, oh, nee. Bijna. 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 Ik heb bijna. Zoiets leuks voor jou. Maar misschien kom je alsnog op een actievakje, hè? Het is een erfstuk. Oh. Die vervloekte. Ah, joh, iedereen heeft genoeg munten. Oh, minstens. Helemaal... Ja, wat denk je zelf? Dit is Bowser, hè? Die staat niet aan jouw kant. Ik dacht, waarom kijk je zo? Je hebt een ster, hè? Nu heeft hij geen medelijden meer met je. Nee. Oei. Jij had geen geluk. Nee, helaas. Kan gebeuren. Ik zat rustig te wachten. Ik wil een stikje doen, maar... Oh, okay, Liam, je kan niks krijgen hier. Ja, dat ga ik niet, hoor. Nou, ik schoot vorige keer die pijl dwars langs alle ballonnen tegen de muur aan. Ja. 3, 2, 1, pop! Ik zei dat dit kon, bro! Wat... Ik zei het door! Is het,
is het me net eindelijk gelukt een keer een potje te verliezen. Ik ben niet de enige, bro. Toeval. Toeval, ja, dan komt hij. Oh, op Liam. Op Liam. Oh. Zie je hem klikken, jongen. Zie je hem klikken. Sneller, Liam. Nou. Oh, ja, ja. Sorry. Nou, 9 punten is niet heel veel. In principe heb je bestaan. Zo. Nice. Je kan missen. Je kan missen, hè. Als we nu alle drie missen... Oh, nee. Oh, als je er overheen gaat, ga ik echt lachen. Even iets mis. Hey, we hebben wel alle drie voor mijn pakje gehad. Ik heb pijn in mijn kaken, bro. Oh, oh nee. Joh. Oh, hier is Jordi goed in. Oh, joh. Ja, wel nee. Kijk, oh, wel nee. Oké. Nee. Oké, gewoon naar boven springen. Dat is alles wat we hoeven te doen. Daar gaan we. Naar boven springen. Oh, hey, van hem nee! Iedereen in volle concentratie hier. Ow. Oh, fuck. Oh my days. Oh. Hoe lang hebben we nog? Ik kom er niet meer overheen. Shit. Ja, ik val helemaal naar beneden. Nee. Ja. Bro, Jordi! Holy knetter, man. Hij heeft gewoon een nieuw record. Ik dacht echt, ik ging aan het begin slecht. Dan ging ik beest, maar... Ja, je ging even goed, maar... Ja, aan het einde. Dat is veel snel. Ik heb wel nog 6 muntjes. Yo, jij ging echt snel, man. Ben je geen enkele keer gevallen? 1 keertje. Ik viel letterlijk... Ik klom mijn 3 omhoog en ik viel meteen... in mijn begin. Oh, goed gedaan, Jordi. GG. Dank je. Ja, maar nu moet ik kiezen. Ja, ik ga gewoon naar rechts, hoor. Gaat hij nou naar links? Weet je niet zeker? Nee, als die ster nu naar links gaat, ik zweer het. Dan ga ik lachen. Oh, ja, als je daar dus meer munten betaalt, dan gaat de volgende die er doorheen wilt, die moet ook die moet meer betalen. Ja, maar ik ben nog aardig. Mijn karma, die wel deze win. Glenn van Hoven, die had nog een keer 3 euro gedoneerd. En ik zeg, ik dacht dat ik op de 8 had geklikt, maar blijkbaar de 5... Dus hier nog een keer 3 euro. Dus hij heeft 5 euro gedoneerd, daarna 3 euro. En dat is 8 euro in totaal. Terwijl hij heeft nu een kind een maand lang geholpen. Dus dankjewel Glenn van Hoven voor jouw support, man. Dankjewel, daar zal het kind heel blij mee zijn. Ja? Oh, de tv gaat uit. Dat is niet de bedoeling. Oké, nu niet meer. Instinct Knoen. Die heeft nog een 10 euro donatie achtergelaten voor Warchild. Oftewel, de counter is weer omhoog gegaan. En zegt erbij, loop naar de kids in arme landen. Hey, dankjewel Instinct Knoen voor jouw bijdrage aan Warchild. Jullie hebben alle 3 een ster, hè? Nee, ik heb niks. Geen een ster stelen! Nee, ik ga een ster stelen. Ik niet, dat spookje. Dit ben ik altijd. Nee! Doe toeval! Doe toeval! Oké, als ik het niet wordt, hè? Dat is toeval, Suus. Oké, wacht. Zullen we afspreken, als we sterren stelen, het gewoon elke keer toeval doen? Wat er ook gebeurt. Nee, als ik nu deze kant Jawel. Nee, maar ik vind het een goeie. Ja, nee. Of als iedereen gelijk staat, dan doe je toeval. Oké, als één iemand heel erg bovenaan staat, dan moet je wel van die pakken. Oké, we gaan het meemaken. Ik ga jullie vertellen. Ik wou aardig zijn voor iedereen dat gewoon altijd toeval was. Maar ik ben eerlijk, voor nu sta ik weer bovenaan. Dus dan ben ik moet er voor jou stelen zo. Let's go. Nee, dat is mijn Pim van Boksel, die had nog 8 euro gedaan. Zegt alles voor het goede doel. Hey Pim, jij helpt ook een kind een maand lang. Dus dankjewel voor je 8 euro donatie voor Warchild. En elke keer als ik niet zit op te letten, hè. Ja, jongens toch. Nou, ik ben weer de Sjaar. Dankjewel, Pim. Oh. Nee, dat is karma, bro. Dat is echt karma. Dankjewel voor je bijdrage, Pim van Bokstel. Dankjewel voor je support, man. Dankjewel. Yoshi! Oh. Ik ben nog even aan het verwerken dat ik net een ster heb krijgen. Nice. Maar je had net gewonnen, dus het al... Oh, boy. Ja, let op. Ik ben bang. Ik ben serieus bang gewoon, jongen. Dit. Oh, haal die sticker even uit beeld, Mario. Goed zo, jongen.
Mag wel. Oh, jee, wat gaat dit worden? Zijn toch niet de sterren? Geen sterren. Ga weg met de ster, hoor. Oh, boy. Oh. Nee. Oh, wie gaat... Dank u. Maar 30 muntjes vind ik niet erg. Wie gaat 30 muntjes... Jezelf! Je moet zelf 30 muntjes in de Ja, maar die ster al gegeven, nou ook nog 30 muntjes, wat is dit zus? En straks ook nog de wind. Je zat hem ook helemaal te timen, man. Ik had één laatste. Wat, maar was dit nou expres of was het per ongeluk? Expres natuurlijk. Oh. Ja. Dank nou, wow, Sus is de ster kwijt en wat is er nog nooit gehad? Gewoon spammen. Huh, wat moet je doen? Nou weet je, start gewoon. We zien wel wat we moeten doen. Schijt hoor. Deze minigame hebben we nog nooit gedaan, chat. Waarom start ik ook achterin? Waarom heb ik de buitenbocht? Oh nee, wacht. Maar dat maakt niet uit, want ik heb de buitenbocht. Dus jullie lopen zo meteen in. Je moet bij de way opletten op je wortels. Ja, ik ga jullie gewoon helpen. Maar... Oh wat? Moet je hem timen? Mario gaat er vandoor. Doei. Oh, maar... Yoshi die heeft gewoon onbeperkt wortels. Oh, oh yes, ja. Hoe komt dat? Die heeft goed getimed. Oh, je moet hem daar timen. Ja. Oh, go! Nee! Ja! Nee, we veranderen het! Jordi, wij zijn echt niet slecht in, man. Oh, nee, verkeerde. Ik wil niet laatste worden, Hobbo! 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 Oh no! Woe, ik ben geen laatste. Bro, ik dacht ik moet die paarse pakken, want paars is mooier dan... Nieuwe record. Ik denk ik heb net een ster en muntjes gekregen, ik hou hem even in. Oh, dat geluid van die controller dingen, ja we moesten even... Ja, maar ik kan 1 tot 3 gooien. Ja, wacht, waar kom ik dan op? Ja. Als ik 3 gooi, hè, bro, dan gaat die ster weer weg. Ja, dat is goed. Nee. Jawel. Oké, geen 3. 3. Geen 3. Woe! Geluksvakje, dankjewel, Liam. Doe maar een warplok. Oh, nou, ook goed. Warp. Ik krijg in ieder geval iets nu, dus ik vind het best. Yo, DFA. Welkom bij de stream. Purcho, welkom nog bij de stream. Lia, welkom nog bij de stream. Thomas nog. Pompert nog. Thijs nog. Zijn. Ja, doe maar. Smaggen. Wat is er? Nee, Juri gaat nu superkans zwakje en dan geeft hij me ster terug. Oh. Nou, dat doet hij niet, denk ik. Anoniem, die had nog een 16 euro donatie achtergelaten voor Warshield. En hij zegt erbij, hier 16 euro om 2 kinderen te helpen. Ga je dit jaar een 24 uur streams doen? Ik denk... Even wachten. Oh. Ah, Jordi heeft wel een item. Oké, fair enough. Geen idee, man. We zijn sowieso af en toe live, maar we gaan het vanzelf meemaken. Of we ooit nog een keer 24 uur streamen, maar... Ik ga er niet van uit. Laten we daar bouwen. Waarom is Suus zo verlegen? Is toch nergens voor nodig? Ze is helemaal niet verlegen. 15 ga ik het doen. Je had niet moeten weten, zeg. Voor wat? Net. Voor al deze mensen in de chat. Jongens, zeg even allemaal hallo Suus in de chat. Wel met de S-U-U-S. En een verlegen poppetje erbij. En een verlegen... Ja. Hey, dankjewel Anoniem voor je 16 euro donatie voor WoWshell. Dankjewel, dankjewel voor de support, man. Dankjewel, appreciate it. 15. Je hebt echt een leuke vriendin. Kijk. Dankjewel. 10. Nou, bijna. Ik ga het niet meer. Nou, is toch meer dan 10. Nee, dan komt hij op dat actie. Nee, dan gaan we niet die kant op! Waar stond je nog? Ja, die ster is. Ik stond daar. 1, 2, 3. We wachten. 3. 1, 2, 3, 4. Is dit een vakkie? 5, 6. Nee, dat is geen vakkie. Je kan het wel zien, hè? Er staat hoeveel vakjes het is al onderin. Kijk de chat. Moet je van hallo zeggen? Ze heeft gezwaaid, chat. Ze heeft gezwaaid. Kom je niet op het actievakje? Weet je het zeker? Nee. Bro, jij zit de hele tijd te tellen!
Oei. Wow, yo, ik was bang, joh. Wow, yo. Hey Stijn, dankjewel opnieuw voor het lid worden op mijn kanaal, man. Dankjewel. Geniet van je extra's. En hij vraagt, alles goed. Met mij gaat hij lekker. Nee. Met Suus ook. Met Liam ook. Ja, ik sta weer... Nee. Ja, ik sta eerste. Zij weer? Ja, ga nou weg, joh. Met heel de eerste. Mij, dat was net ook. Hey, dankjewel, Stijn. Dankjewel, man. Ja, door mij is hij eerst. Touwtrekken. Touwtrekken! Oh, wat? Oh, het is allemaal tegen... Wat moeten we doen? Je moet trekken. Ja, je moet touwtrekken. Okay. Dat staat ook... Ik vind het mooi. We zitten allemaal met onze handpalm. Er staat bij... Nee, gebruik bij het spelen niet je handpalm. Maar we zitten allemaal te draaien met onze handpalm. Nee, ik doe het met mijn vinger. Maar welke kant moet je opdraaien? Maakt het niet uit? Wacht. Oké, okay, ik kan sneller draaien met rechts. Oké, okay, let's go. Ik ben links, maar ik kan sneller draaien met rechts. Dat is lekker random. Nou, jullie, je gaat eraan, bro. Hoppa. Draaien! Kom op. Draaien! Ja! Hey, jij hebt het wel ook volgehouden. Goed gedaan, goed gedaan. Applausje voor Jordi. Goed gedaan, Jordi. Woehoe! Lekker. Dank je. Nieuw record. Alleen verkeerd, Tom. Oh, gefeliciteerd. Random Games NL, dankjewel ook voor het lid worden op mijn kanaal, man. Dankjewel voor je support, bro. Met Mike, die had nog 10 euro gedoneerd voor Wardshell, voor het goede doel. Hij zegt, komt die beker waaruit je drinkt uit Disneyland. Dat klopt inderdaad, ja. Goed gespot, bro. Dankjewel, Met Mike, voor je 10 euro donatie aan Wardshell. En mocht je nog willen doneren, jongens, de link staat natuurlijk boven in de chat. De link staat in de beschrijving. We zitten op 2844. Ja, wat is dit nou, jongen? 1! Thanks, Jan. Ja, dit gaat niet zo goed voor me. Ik heb heel veel munties, maar ik heb er echt geen drol aan. Ja. Oh, boy. Ja, ik ook. Ja, wat ga je doen? Ga je naar links of ga je nog een rondje rennen? Ah, nog een rondje. Oké. Ja, let's go. Al meer dan 355 kinderen hebben jullie geholpen. Nice. Daar doen we het voor. Kom op. Yes. Je hebt een ster, jongen. Deze keer echt zelf verdiend. De eerste ster die hij zelf heeft verdiend, volgens mij. Lekker hoor, lekker hoor. Ik had er ook bij te rekenen. En je hebt zelfs een muntje meer dan ik, dus je staat bovenaan. Nee. Staat die eerste? Lief, staat de eerste! Wie had dat? Lekker hoor, lekker hoor. Oh nee, hoor. Ik niet meer. Lief stond eerst! Het was voor even. Nee! Het waren 5 heerlijke seconden. Nee. Ja, je hebt niet genoeg muntjes om de ster te komen! Oh, no. Hey, je bent er wel langs gerend. Wil je een paar lenen? Ja, ja. Oh! Oh. Je moet wel de move doen. Ja, je moet de move doen! Oh ja. Wacht, nee. Bij Liam ik ben bang dat ze me gaat slaan. Eerst de fistbump. Nee. Je moet het doen. Oké, de move. Ja, oh, niet, nee, hij was ook niet enthousiast je genoeg. Hem, je moest hem eerst doen. En nog een keer. Hey, dat is Superman, bro. Oh, je Liam tegen ons drieën. Boop schieten. Sowieso die logo. Wat is dat ook weer? Oh nee! Oh. Ja, ik ga gewoon. Ik ga niet eens oefenen. We kunnen oefenen, maar ik ga let's er go. Niet voor. Oké, kom op. Wij allemaal tegen Liam. Kom, we kunnen niet Liam laten winnen. Succes, hè, Liam. Ja, jullie ook, hè. Jullie thanks, thanks. Nee, we gaan er niet af. Oh, Suus is er al af. Jordi, we kunnen dit, Jordi. 17 seconden, Jordi. Nee, Liam. Nee, Liam. Niet meer in dat grote gat gooien. Ik leef nog, ja. Jordi! Hoe lang nog? 3, 2... Nee. Let's go! You saved us. Lekker hoor. Je hebt ons gered. Zo raar om jou een box te geven. Lekker gedaan. Thanks, thanks babe. 102 minuten. Yippie. Yippie, ja, yeah. Nou, ik gun het op een of andere manier Liam wel, maar... Ook weer niet. ik gun het jullie allemaal. Oké, geen 1 nog een keer. 9! Oh, 6, let's go! Ik kan hem kopen, ik kan hem kopen. Jongens. Als je onderuit. Ja, bijna. Ik gun jullie het allemaal niet. Oh, nee, je hebt net al gewonnen! We willen 2 winnen! Ja. Oh, nou, dan gaan we meemaken. Ja, ik ben eerlijk, weet je? Ja, ik kan gebeuren. Oh jee. Oh jee. Maar ja, kijk, ik had natuurlijk ook een ster kunnen hebben. Suus wordt gewoon geskipt. Nou, het is een beetje raar om je vriendin een box te geven.
Ik heb mijn vriendin een boxer gegeven. Wow. Thanks. Thanks. Zal mijn pruik zo over opdoen. Wil je wat voor mij nemen? Thanks. Oh, ja, ja, ja. Wat heb Jordi? Oh, hij heeft nog een geluksdobbelblok. Ja, hij heeft alleen maar geluk. Hij heeft sterren. Ik moet gaan, want ik moet werken. Hé, hey, succes met werken, Danny. Succes met werken. Ja, aan mij. Nee, Jordi. Nee, niet expres. Nee. Jordi, alsjeblieft. Blijf van mijn sterren af, hoor. Geef maar een ster aan mij. Blijf van mijn sterren af. Doe eerst het midden voor een ster. Oh. Oh, nee. Jordi. Oh nee, hij gaat eerst wie hem krijgen. Ik krijg hem! Jordi, geef hem voor jou, bro. Ja! Let's go! Gratis ster! Hey, thanks, bro. Thanks. Maar Jan, nu gaat hem van jou. Oh, wacht maar. Die ster is nog één ding, maar als je zo gaat doen, wacht maar. Oké. Nee, wat denk jij? Wacht maar. Hij was voor Liam. Hey Jan. Ja. Plop. Je hebt 0 sterren. Oh, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Oh, thanks. Jezus. Pak hem van Jan. Oh, je hebt niet genoeg om een... Ja, Jan heeft de meeste mensen. Nee, niet van mij. Liam, we werken samen om Jordi te verslaan. Ja, nee. Oké, is goed. Hier! Oh, mijn drukken! Oh shit, daar ben het! Sneller, Jan. Nee, ik loop vast! Ja, dat was echt heel slecht. Hoeveel zijn het er? Oh, 14. Kan het missen. Thanks. RandomGamesNL, die had nog 10 euro gedoneerd. Forward. Wow. RandomGamesNL, die had nog 10 euro gedoneerd. Forward. Ja, nu ja. Super koud! Ja! Gaan we weer. Oh, Random Games NL, die had nog 10 euro gedoneerd voor het goede doel. En hij zegt hier ook nog een tientje voor de kids. En dankjewel Random Games NL voor je bijdrage aan War Child. En dankjewel voor je support, man. Appreciate it. We gaan we gaan langzaam naar de 3000 euro toe dat we hebben opgehaald in deze stream. Dat is bizar. Wat gaat dit worden? En nu? Niet mijn ster nu afpakken, hoor. Wisselen! Nee, wisselen! Oh. Nee, dat kan ik! Eentje met mij. Nee! Met mij. Oh, nee, wacht. Blijf van mijn poppetje af! Ja! Liam, je hebt zo'n geest van ster! Ja! Hé, hey, maar iedereen die op een supercast vakje is gekomen heeft zichzelf genijd, hè, tot nu toe. Dat... Hey. 2 sterren! Nee, dit is karma. Je was helemaal blij dat je jezelf kreeg, bro. Die ene ster heb je gekregen, maar die andere heb je zo hard gewerkt. Nee. Dit is karma van het vorige. Yo! Yo, oké, laten we even voor de laatste 6 rondes van die superkans afblijven, ja? Dit is niet eerlijk. Nee, ik vind het heel leuk. Ik vind het echt top. Ja, je hebt nu wel 2 sterren, ja. Oh, wat gebeurt er weer allemaal, joh. Simon van der Galien, die had nog 8 euro genit. En daarmee helpt hij een kind een maand lang. Dus dankjewel. En hij zegt, lekker bezig, man. Hé, hey, dankjewel Simon van der Galien. Of Simon van der Galien. Dankjewel voor je support, man. Super gaaf van je. En de Warshield is daar super, super blij mee. Dankjewel. Iep, cheep, cheep. Doe ik dat even. Oh, zwemmen. Hoe werkt het ook weer? Zwemmen. Oh ja, duiken. Oh, ik ben al game over. Het ook weer ja, gewoon spammen en dan duiken met pels naar beneden. En op tijd naar beneden. Oké. Dus individueel, het is free for all, jongens. Iemand kwam nu al tegen een bom aan. Jordi, je zwemt niet sneller, hè? Je hoeft hem helemaal niet zo snel in te drukken, bro. Jawel, ik ga wel sneller. Oh, wacht, hij gaat echt sneller volgens mij. Bro, jij zit te klikken, jongen! Ja, joh. Ik kan winnen, Yoshi! Go! Oh, die bom! No. Go! Ik heb gewonnen! Yes! Oh, no. Ik ben neer. Woo! Ben je neer? Ik haal je neer. Let's go! Kramp in mijn arm voor niks. Ja, ik hoorde gewoon die controle gaan, jongen. Shit, jongen. Ik kan een ster stelen zo. Ja, ik had het ook kunnen doen. Niet van mij. Jij steelde van mij. Nee, ik ga hem van Jordi stelen. Je kan gewoon toeval doen, hè? Bim! Nee, van mij is al een ster gestolen. Oh, van wie zal ik toch een ster gaan stelen? Hij maakt geen grapje uit.
Jij hebt al zoveel potjes gewonnen, bro. Ja, maar net niet. Nee, oh ja, shit. Maar ik moest gewoon een keer sterven jou steken. Maakt niet uit, Jan. Dan ga ik op een superkansvakje zo. Je kan hem zo meteen weer terugstelen. Ja, ik kan ze omwisselen met je. Ik maak het echt moeilijk voor mezelf. Gelukkig heb ik nog een geluksdobbelblok. Oh. Nee. Maar waarom verdwijnt dat superkansvakje ook niet? Hoe lang duurt de stream nog? Wij maken deze game af. We zitten nu op ronde 10 en het zijn 15 rondes in totaal. Dus we gaan erachter komen. Oeh, ja. Oeh, bijna op het actievakje houden. Mag wel. Mario. Komt hier weer met z'n, ik haal je neer. Haal ik je neer. Het is oorspronkelijk van iemand anders, maar... Ja, ja. Ik haal je neer. Ik wil even één gooien eigenlijk. Oh. Anders had ik een sterke die had. Zo. Waarom doe je nou op mij? Precies. Auw, mijn telefoonbordje. Nee, ik ging zo goed. Ah, ik heb zelfs nog allemaal. Ojo, 10. Alsjeblieft, mag je hebben. Dank je. Aardig, hè, van mij. Ja. Had ik de ster kunnen steken. Oh, nee. Ja. Jordi, daar ga je. Ja. Die kant op. Ja. Oh, drink eens op. Nice. Alsjeblieft. Dank je. Ja, tuurlijk. Weet je, ik gun dat gewoon. Oh, Jesus. Leon, kom op. We kunnen let's dit. Let's go, Jan. Verknald vooral. Wat, zitten wij bij elkaar? Ja. Wat zeg ik, let's go, Jan? Ik ga expres verliezen. Je hebt mijn sterren, Jan. Nee, we moeten samen. Nee, dit is weer goed. Even teamwork erbij, jullie. Druk op de knop, bro. Wat moet ik doen? Okay, let's go. Oh. Oké, we gaan niet oefenen. We gaan gewoon. Let's go. Fucking Jordi, hell. Jordi. Ja. Je weet dat ik jouw sterren moest pakken. Kom op, zus. We moeten weer even samenwerken. Nou, schiet op met die deur. Sorry. Doe de deur dicht. Oh, fuck. Kan sneller. Wow, weet je hoe snel ik ging, hé? Helemaal mijn best. We staan voor. Sneller, Jordi. Kom op. We kunnen dit. Jabba jabba doe. Ik kom eraan, Jordi. Kom eraan. Oh. Kom aan. Let's go. We staan nog voor. Oké, Jordi. Ik draai hem. Oh, wacht. Verkeerde knop. Ja, let's go. Ik doe je naar de andere kant. Hoe spring je? De A. Oh. De A van springen. Sorry. Oké, Jordi, wacht. Let's go. Let's go, Suus. Go, Jordi. Andere kant, Jordi! Oh. Andere... Ze staan wel gelijk! Oké, let's go, Jordi! Nee! Ik draai. Ze zijn gevallen! Drop. Ja, let's go. Let op, Jordi. Ik draai hem voor mezelf door, wacht. Ja. Let op, je moet nu de bovenste indrukken zo. Oké, wacht. Ja. Ja, let's go, Jordi. Draai. Nu moeten we nog de goede buis vinden, hè. Let's go. Goede wijze, ik ga aan deze. Zijn ze daar al? Die is niet. Rechtsboven. Oh, ik kom eraan. Rechtsboven. Let's go. En nu de goede wijze. Ik pak de tweede rij. Ja. Rechtsboven. Let's go. En we zijn er. Nu nog pompen, Jordi. Pompen. Oh. Godver. Sorry. Pompen. Wordt er niet van mij, hoor. Woe, dan gaat onze ballon. Waar is jullie ballon? Ja, ik zou. Oh. Woe. Lekker, man. Ik wist niet hoe je moest springen. Ja, deze hebben we goed gedaan, hè. Trots op ons. Ik niet. Zie je, ons teamwork is nog steeds on point. Ondanks dat ik een ster heb gestolen. Oh ja. Oh ja. Ik kom zo nog wel. Ja, je hebt 82. Ja, je kan nog wel weer terugstelen. Maar ik wist dat jij hem weer terug kon stelen. Daarom heb ik gestolen. Oh ja. Echt? Oh, dan gaan we even kijken wie ze zeggen dat er gaat winnen. Wie krijgt een gratis item? Ik krijg gratis. Je hebt er nog twee. Oh, maakt niet uit. Give me some. Blub. Yoshi. Mario. En Ma. Okay. Dan krijg je wel nu een gratis item. Ik moet even water pakken. Een ster. Kom maar tevoorschijn, Mario. Een super warp. Oh, dan kan je kiezen met wie. Een super warp. Oh ja. Dus dan kan je bijvoorbeeld met Jan doen. Nice. Ja, Jan, die staat per eerste. We moeten nog iets doen om hem... Nou, heeft hij een super warp blok? Ja. Oh, nice. Wie staat er dicht bij de ster? Jordi. Ja, maar nu is het kut, want nu ga ik of de gok... Nee, ik ga gewoon weer naar beneden. Ik wou erover nadenken, ik dacht nee. Ik ga er niet eens over nadenken. Ik zal gewoon. Dat het
Jan dichter bij de ster is. Als Jordi nou even 1 of 2 gooit. Nou, nee, 2. Hij kan gewoon zijn geluksdobbelblok gebruiken. 11 heb je ervoor nodig. je kan 10 doen, maar. Ja. Nee, dat komt ook bij rode. Oh, 8. Wat? Dat is 11. Die is die. Oh nee, niet, het is wel 10. Spookje is 10 precies. Of niet? Oh nee. Een boer is 11. Dan zal ik 11, of dan zal 8. Ik 8 doen. Nee. Anders kom je op Bowser als je. Als je Ja. Wat zeg je dat? Ik. Als ik niet meer dan. Oh, nice. Dan kom je op een rode. Dan heb je geluk, jongen. Je bent hier. Maar joh, die gast links lijkt een beetje op Mr. Beast. Dat is heel, heel iemand anders, hè? Heel iemand anders. Een beetje veel staat eronder. Ik ben ook een beast. Je hebt gewoon de gok genomen en ja, GG. Even kijken, 10 tot 10. Je hebt een dubbel. Oh nee, je hebt een gouden warblok, maar ja, daar heb je nu niks aan. Plop, 10. Oh. Oh. Iets minder. Ongeveer 8 minder. Heb ik al gegooid deze ronde? Ja, vast wel. Ik weet het oprecht gewoon. Ik weet niet eens wat ik heb gegooid. Oh ja, ik sta daar, ja. Oh ja, ik moest kiezen welke kant ik op ging. Let's go. Weer allemaal tegen me. Oké, tegen Jordi met z'n allen. Kom maar strafschoppen dan. Oh, wacht. Zou ik nog een poll maken, chat, wie deze game gaat winnen? Wacht. Laat me even een poll maken. Want nu hebben ze een beetje een idee hoe wij spelen. Wie wint game 2? Jan, Suus. Shit, jongens. Liam. Of Jordi. Oké, jullie kunnen stemmen in de chat. Nu weet je een beetje wie eerst staat, tweede staat, maar alles is natuurlijk nog mogelijk. Dus ja, we gaan erachter komen. Oké, oh ja, wij moeten naar boven rennen. Jordi moet ons raken met zijn kegel en wij moeten gewoon naar boven. Nou, Jan, die neemt mis. Rennen! Oh! Oh, weet je nog een plet ook? Lekker, lekker, Liam! Ja! Lekker, Liam! Woo! Ik heb alleen Suus gepland. Ja, die nog even stil stond aan het begin. Nice. Oh, iemand gokt Jordi. 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 Komt zo nog wel. Komt zo nog wel. Ja. Jordi. Jij gaat voor dat supercast pakje. Oh, nee. Nee. Suus heeft de vorige game gewonnen. Oké, ik ben langs de superkans. Dat vind ik eigenlijk wel fijn, want tot nu toe heeft iedereen alleen maar zichzelf ermee gepakt. Geluksvakje! En vervlucht wel mijn blok. Op bokken, Jan. Ja, je bent de enige die er niks tegen kan doen. Ja, maar bewaar hem dan nog even. Ja, voor wanneer? Voor als je wel een item hebt, zeker. Nee, als ik zo meteen aan het Ja, dan kom je op Bowser, dat is wel een goeie. Ja, doe maar. Oh nee, Jordi. Ga je op het supercast vakje of niet? Weet ik niet. Ja. Je hebt net gekeken, bro. Geen idee. Komt hij nou op supercast? Jawel, je weet het. Oh nee, hij kan eerst mijn ster weer terugstelen. Ik kan eerst een ster terugpakken. Dat mag hoor. Gewoon no mercy, dan gaat hij. Nou, hij is toch je eigen ster, dus je mag hem terug. Ja, die mag aardig van je. Laat het even spannend houden nog. Yo, Speedy ook, welkom bij de stream. Ik zie je nu pas in de chat, man, sorry. Speedy is er ook al super lang bij. Nou, Jordi, ik gun je deze. Oké, maar heb je het uitgerekend of niet? Heb je gewoon. Heb ik wat uitgerekend? Ja, je hebt het wel uitgerekend! Nee! Blijf van mijn sterren af, hoor! Je hebt nu je ster teruggestolen, hè? Wie weet ben ik wel de Sjaak. Kijk, als je nou ja, pak die van Suus maar. En Yoshi doet. Ja, alweer. Het zou er precies alweer. We hebben al zoveel superkans. Ik heb nog nooit zoveel superkans achter elkaar gezien. Of. Eén muntje. Nee, door alle munten wisselen. Oh. Met mij. Jordi. Ja, met Jan. Jordi. Oh, hey, mag ik mijn muntjes houden, alsjeblieft? Pak die weer. Oh! Sorry, het is fijn, wat jij nou? Jippie! Maar je krijgt er wel 6 terug van me. Kijk hoeveel er zijn!
65. Let's go. Volgens mij heb ik nog nooit zoveel muntjes in één keer van iemand gepakt. Nee, nu 60 of 70 en net al 30. Gaat wel lekker dit potje voor jou. En net al maar je hebt net 2 sterren van Liam gekregen. Simon... Oh, wacht, die had ik opgelezen, of niet? Simon, dankjewel nog voor je 8 euro donatie. Ik weet niet of ik al... Oh, jullie gaan vechten. Kom dan. Nee, niet, beter zet je niet alle munten in, want anders alle kunnen we geen sterren... Nee. Jawel, Liam. Alles. Liam! Ja. Liam, niet alles inzetten! Ja, maat. Jullie gaan tegen elkaar blijf strijden. Op de controle af. Wacht even. De winnaar krijgt alle munten die ingezet worden. Oh, oké, niet... Oké, wacht. Ja, dat is goed. Wat zit hier nou samen te werken? Ik ga er 50 inleggen. Oh, dan heb ik er nog maar 10 als ik deze verlies. Oké. Okay. Ja, maar ja, dan kan ik wel 110 als je wint. Welke minigame wordt het, hè? Je kan hem hebben, Liam. Kom maar, jongen. Kom dan. Kom dan. Dan haal ik je niet. Ah, nee, niet deze. Oké, je moet gewoon... Ga niet ver naar voren, Liam. Wat ga je Liam helpen? Waarom heb je mij niet? Wat is deze dan? Wat is dit? Ik heb je... Nou... Are you cheating? Nee! Ik ga... Nee! Oh, dit wordt spannend. Die arm zit in de weg. Oh, jee. Nee! Blijf op mijn controletje af! Babe! Dit is niet leuk! Ik kop ze allemaal. Ja, jij wou dat warblok op mij doen, dus karma. Ja, nu helemaal, ja. Nee. Oh. Jan, nee, maak waarom maak ik die? Kom op, Liam. Jan, die gaat nog voor. Ja, kijk hoeveel stenen. Ja, het zijn er precies evenveel als bij hem. Ja! Nee. Ja! Let's go! Wacht, de finish is er nog helemaal niet. Of wel? Nou. Ja! Woe! Let's go. Mij een beetje saboteren hier. Jij? Nee. Jij wou dit warmlopen. Ja, maar waarom saboteer je me? Ik heb gewoon, nou, thanks voor het saboteren. 100 muntjes voor mij. En ik moet denken dat die 65 van mij net veel waren. Maar dit waren 100 van mezelf en of 50 van mezelf en 50 van Liam. Hier, ontvang 15 munten. GG, thanks chat. Je hebt wel een paddenstoel voor gekregen. Ja, en dan krijg ik een warblok op mijn hoofd. En ik kan maar hoeveel, welke ronde is dit? 12. Oh, 12, oké. Bijna. Ja, ik kan niet sterren. Oh, je kan hem niet eens kopen. Nee. Ja, misschien als je nu muntjes krijgt. Nee, dat krijg ik niet. Je zou maar net 71 punten hebben. Meneer Beestlings. Meneer Beest. Lijkt hij echt op het... Ik zie het niet. Ik zie Jordi natuurlijk. Op de camera. Op winnende wedstrijd. Ik denk, moeten we even de game uitzetten. Op wat? Oh, je moet er gewoon zo ver mogelijk opwinden. Oké, wacht, laten we beginnen. Ik wil niet weten hoe dit afloopt. Laten we snel starten. Nee, jongens, jullie zijn al klaar, hè? Oh, ze gaan er allemaal voor zitten ook. Hij draait bij mij niet eens. Oh, je moet ze tegelijk indrukken. Kijk hoe snel hij gaat. Ja, bro, ik wist niet dat je ze tegelijk moest indrukken. Ja, kijk hier voor mij. Ik zat om en om de hele tijd. Ja, ik zat ook om en om. Ik dacht dat het om en om moest. Maakt niet uit, jongens. 20. Kom op. Ja, ik ben laatste. Ja, ik zat te kut. Ik dacht dat het om en om moest. Dat is erg, guys. Jullie hebben laatste goed gedaan. Jullie? Ja, jullie gaan ver, joh. Wat is dit? Oké, GG. Die heb je goed gedaan. GG. Wajo. Yes. Ik dacht echt dat jij dat ook dat je om en om moest. Ja, ik zat even dit. Ja, ik zat ook. Ik zat kaart om en om, maar nee, het moest tegelijk. Kijk, ver en af. GG. Je was kapot snel. Kapot ver ook. Ja. Wat voor voorwerp heb ik? Oh ja. 1, 2, 3. Oh jee. Nee, want dan heb je hem sowieso alsnog. Ik moet even kijken. Nee, ik bewaar hem nog wel even. Nee, dat heb ik eigenlijk gereden. Ja, ik bewaar hem nog even. Ja. Ik ben aardig. Ik gun jullie gewoon de victory. Zie je, zo aardig ben ik. Dank je. Kijk, kan ik nog een ster kopen? Oh boy. Op 2. Als nu iemand op een actievakje komt, ga ik echt... Ik hoop dat ik er eigenlijk op kom. Dat denk ik wel. Ik ga dan dus van binnen huilen. Hoeveel moet ik nog zetten? Als ik nog 2 moet zetten, dan... Kut.
Daar gaat de ster! Tot de volgende keer! Heb je eindelijk genoeg muntjes? Het erg is, zie je, kijk, ik heb mijn vervloek dubbelblok helemaal niet nodig. En het erg is, ik kon ook die ster terugjatten tot de 30 munten van mij werden gejat door Jordi. Oeps. Oep. Nou, ik vind het helemaal niet erg. Zijn maar twee sterren van jou gepakt. Oké, Jan? Ja. Nee, niet meer met mij hoor! Ja. Wegio. Oh! Hey. Ja, dat was echt... Had je niks aan. Oh, jullie gaan tegen elkaar. Je kan Max... Ja, ik ga mijn controller ook gewoon neerleggen, joh. Oei. Sorry, Suus. Ik ga even snel wat checken. Geef me 100 maar weer terug, weet je. Oh, nee toch. Ook een 7 doen? Nee, ja, doe maar gewoon. Ik kan er toch maar... Het kunnen er maar 26 zijn. Zo. Ja, je kan er maximaal 26 inleggen, want Suus heeft niet meer dan 26. Doe maar gewoon, het maakt niet uit. Ga je ervoor? Ja. Anoniem. Kijk, mijn mooie hoofd, jongens. Anoniem, die heeft nog 5 euro gedoneerd, oftewel de persoon wil zijn naam niet in beeld, maar is helemaal niet erg. En hij zegt erbij, lekker bezig, vind tof dat je geld ophaalt voor het goede doel. Ik help graag een handje mee. Hey, dankjewel voor nog je donatie, super awesome van je. En je helpt er natuurlijk ook weer een kind mee, dus dankjewel. En je helpt de Wartje natuurlijk mee. Dankjewel man, dankjewel voor je support. Oeh, slingerslierte. Gaan we oefenen of gaan we gewoon beginnen? Jawel toch? You got this. Wie had er eigenlijk gewonnen met de poll? Oei, jullie zeggen gewoon dat ik ga winnen met de poll. 7% voor Jordi. Jordi, je wint altijd alles, hè. Wat is dit vandaag? Ja, je hebt nog kans om te winnen, dus op zich. Waarom gaat het niet goed? Ja. Jij moest knijterlang wachten. Ja, zag je dat? Ja. Nou, Jordi hebt gewonnen. Nee. Woehoe! Hey. Wat? Jordi mist de laatste, dat meen je niet. Suus, je kon nog winnen! Oh my god, je kon nog winnen. Jordi miste letterlijk de laatste. Het was heel spannend, maar bedankt voor die 6 muntjes. Ja. Nice. Angie, die heeft nog 16 euro gedoneerd. Kijk. Oftewel, ja, ik kan de naam niet uitspreken. Angie. Nee. De game naam. Waar staat het? Mindsquare? Je weet het zelf ook niet! ik heb het nog nooit geprobeerd, ga ik ook niet doen. Angie, dankjewel voor je 16 euro donatie. En ze zegt, nog even op het laatst. Oh wacht, lees jij maar op, Jordi. Oh, oké, klaar. Ik kan het niet zien. Waar zie ik het? Ja, daarboven. Nog even op het laatst en ik noem vanaf nu Jordi. Ah, oh. Even op het laatst en ik noem vanaf nu Jordi ook Mr. Beast. Mr. Beast. Bedankt, Angie. Ik wist oprecht niet dat er stond. Oh. Hey, thanks Angie. Dankjewel ook voor je donatie. Aan Warshell natuurlijk. Dankjewel. Oh, mooi. Oh ja, hey. Wat leuk. Waarom heb je die superwarpjes gedaan? Ik wil niet. Ja, maar met wie wil je ruilen? Hij heeft er niks aan om met iemand te ruilen. Dus dat is het hele ding. Nee, maar jij gaat nu een nieuwe ster jatten zo. Als ik hoog genoeg. Hij had, ook niet. Maar ja, nee, hij had niet genoeg muntjes om het te jatten, dus hij kan beter niet met mij warpen. Die heeft 7 muntjes! Nog één. Dat je die 2 sterren hebt gekregen, is echt al je ongeluk weg. Nice. Nee, dat wil ik nog niet. Oké, let's go. Wat? Zit ik met jou? Pizza party. Kom op. Nee. Powerkoppel, deze winnen we. Kerkerkuira. Wat is dit? Rechts, links. Oh wacht, we moeten tegelijk. We moeten samenwerken. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Oké, ja? Wil jij het zeggen of moet ik het zeggen? Nee, doe jij het. Oké, we gaan starten, jongens. Beginnen we rechts? Oké, we moeten rechts beginnen. Oké, komt ie. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, 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 links, rechts. Links, rechts. Ja, we moeten even oppassen. Jan! Rechts, links. Hé, hey, Jans! Wacht. Links, rechts, links. Nog eentje. Even wachten. Hey. Oké, let's go. Rechts. Ja, go. Rechts, links. Jan! Rechts,
Suus! Jan! Suus! Jan! Suus! Jan! Suus! Nee! Jan, nee! Nee! Ja. Nee! Weg ermee! Jan! Suus! Kut! Oké, okay, GG jongens. Lekker, GG. Nice. Nou, dat is wel op deze rond. Ja, je gaat niet zo goed, Jan. Oh, Zoe! Zoe! Kom! Zoe! Gaat ze ook helemaal alleen beneden even blaf. Nee, mogen niet. Ja, ze willen wij van niet, maken. Wacht, welk voorwerp heb ik? Oh ja. Ja, ik moet hem nu wel inzetten, jongens. Anders heb ik er ook niks aan. But why? But why? Kan ik een ster steken? Zoe! Kom maar! Kom! Ja, ik denk dat het wel duidelijk is. Hij gaat is. Toch niet zo genadeloos zijn? Ja hoor. But why? Ik wil hem eigenlijk wel Suus steken. Maar ik vond dit veel mooier eigenlijk. Oh, joi, joi. Nice. Zoe, kom maar. Local Legends, die had ook nog 10 euro gedoneerd. En hij zegt erbij, ik kijk al meer dan 10 jaar naar je... Hij is geen superkans. Ik kijk al meer dan 10 jaar naar je video's en ik vind het zo tof dat je dit doet voor het goede doel. Ik hoop dat Jan laatste wordt van elke game die je speelt. Ja. Nee. Dat staat er echt! Ja. Nou. Nee joh, als je maar plezier hebt. Hè. Hey, dankjewel Local Legends. Dankjewel voor je bijdrage aan Wardshell. Dankjewel voor je support, man. Sowieso winnen. Oh, bim! Oké, 10. Ik kijk even naar die hond hoor. Als de meerwaarde. Geniet hiervan, hè? Dan gaat hij er vandoor. Staat hij ver eerste. Uit ja. Meer sterren dan wij allemaal bij elkaar. Ja. Potverdrie. Ja, maar gelukkig is niet helemaal met mij. Met mij wel dan? Nee, helemaal niet zelfs. Maar misschien kan ik mijn sterren twee welverdiende sterren. Ja. Waar staan jullie? Ja, verliezen. Je sterren. Okay. Ja, oké. Okay. We wachten wel even. Doe even de chat, ja? De chat. Oké, okay, Liam. Even koekeloeren. Oké, okay, jongens, we gaan een plot twist. Moet de hond niet plassen? Dat gaat hij nu doen, ja. Wie moet nog langs dat spookje? Ja, Jan die moest er net langs. Liam die had zijn superwarm. Jordi heeft echt pech vandaag. Ja, ik heb echt pech. Liam, moet jij nog langs het spookje? Volgens mij wel. Want anders laten we jou winnen. Ja, maar hoe? En dan heeft hij 50 munten en dan kan hij een ster van Jan. Ja, maar dan kunnen we er nog niet komen. Ik denk dat dan hebben we alsnog verloren. Ja. Ik denk dat we gewoon een superkansvakje nodig hebben. Dan fuck aan Mr. Beast. En fuck aan you. Was ik maar Mr. Beast. Hey, hij Mr. doet wel Beast. Veel goede dingen, man. Hij helpt veel mensen. Ja. Mr. Beast was, dan was die... ook een goede donatie daarvoor. Mr. Beast Nederland. Ja. Ze noemen mij nu ook wel meneer Beast. Meneer Beast. De heer Beast. Hoi Lia, bijna dezelfde naam. Hoe oud zijn jullie? Suus. Ah, sorry. Iemand vraagt hoe oud ze zijn. Oh, 21. 34. 23. Wie is Liam nou? Dit is Mr. Beast. Ik ben meneer Beast. Dit is Liam. En wie denk je dat Suus is? Hallo. We kunnen wel heel veel stickers sturen. Kom kan je daar ook nog stickers aan? Jan? Ja? Waarom laat je ons gewoon de hele tijd kijken naar hoe jij eerste staat met die 5 sterren? Ja, natuurlijk. Dat denk je zelf. De laatste keer dat je won, deed je niet eens mee. Sorry. Nee, dat deed de bot mee. Ik heb zo even naar boven van meegenomen. Hey. Oh. Kom eens. Kom maar bij Suus op schoot. Oh, ja. Kom maar pakken. Zoe! Ja! Nou, dat was Zoe. Ze moest even plassen, dus vandaar. Zo.
Hebben jullie de donatie opgelezen? Nee. Oh. Nee. Anoniem, die heeft nog een 5 euro donatie achtergelaten. Zegt, Jojan, hoe noem je een goochelaar die veel drinkt? Hans, klok, 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 klok. Hey, dankjewel voor je 5 euro bijdrage aan Warshot, dankjewel. Ik moest heel snel zo weer laten plassen, want ze moest even plassen. Maar dat is weer gebeurd. Dat is een oude oma, dus die moet af en toe even plassen. Oh, dit. Ja, je moet gewoon die kaart... Ik weet niet wat er gebeurt, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Oké, ja, ik ben er klaar voor. Ik ga niet oefenen. Yes. Oké, okay, let's go, let's go. We zijn begonnen. Oh. Hey, Tommy. Kom op. Nee. Dit is serieus nog moeilijk, man. Dory. Wat ik... Mijn kisten. Kom op. Yes! Nee! Hij was close, jongen. Ik dacht echt dat de keihard laatste stond, maar... Gaat hij dat lijken geven? Dat scheelde echt weinig. Nee, ik krijg gewoon weer lekker veel muntjes. Godverdomme. Ja, we kunnen het zo. Ik sta eerste. Ja. Geen we niet die mooie... We hebben alleen wij twee gewonnen. Ja, maar ik wil winnen. Oh, ik dacht dat hij kwam. Hij was even verward dat ik zo ver voor sta. Ja, waarom heb je dat gedrukte dobbelblok ook nog op mij gebruikt? Ja, omdat ik niet wil dat je nu op een superkastvakje komt, natuurlijk. Ja, hey. Ja. Bowser. Moet iemand even aandacht? Ja, kan gebeuren toch? Hier we hebben zo alle... Nou, dan gaan er weer wat muntjes van je, Jordi. Let's go. Ja, maar ik kan toch. Oh ja, ik kan nog wel wat gebruiken zo meteen. Ja, je krijgt er wel een band voor, dus op zich. Het schept een band. Ja. Zit vol met gebakken lucht. Gaat ze er achterlangs. Mario time! Ja, nog hierna nog 1 ronde, hè? Maar kan er nog iemand te sterk komen? Want hij is nog aan de andere kant. Ja, Jordi kan er zo. Ja, maar je hebt je warblok nog. Wacht! Gebruik je warblok op Jordi, dan kan hij geen ster meer stelen. Nee! Geen controller, hé. Wie ga ik helpen, Jan of Jordi? Ja, wie staat er alsof ik een kans maak of zo? Ik kan een kusje geven. Hey, Jimmy. Ga je de volgende ronde pas gebruiken? Waar heeft het de volgende ronde? Je weet dat de ster daar niet zit, hè, vriend? Ja. Nu kom je langs Bowser! Ja. Wat doe jij? Ja. Wat ben je aan het doen? Let maar op. Oh jee. Nou, hij wil een bonusster. Oh. Was dat de bedoeling? Nee, weet het. Ik heb geen plan. Wat? Jawel. Ik heb alles al opgelezen. Ja? Ik ben snel, hè? Oh. Oh, laat maar zien hoe snel je bent. Klaar. Oh. Hoppatee. Ja, zo doen we dat, hè, Zoe. Hallo. Kom dan. Oh, jullie gaan strijden. Oh. Hey, maar Liam, doe nu even aardig, want als ik win op muntjes... Ja. Ik sta niet zo ver voor, weet je. Oké, dan gaan we al in. Nee, niet weer. Hij gaat weer al in. Oh, het is wel veel leuker als je wint en voor staat, hè? Jawel. Oké, Liam weer al in. Let's go. Tweede keer. 54. Ik ben eigen game aan het maken. Super nice, man. Super nice. Oh, Liam, springen, bro. Springen. Oké, we gaan niet oefenen. We gaan gewoon. Let's go. Zou je even niet meer afleiden? Niet meer afleiden. Ja, dankjewel. En ze was er niet mee eens. Ze mag me niet afleiden. Ik zei niet afleiden, alsjeblieft. Hey Jan, wat heb je nou gegeten vanochtend? Wat heb ik gegeten? Twee kadetjes. Twee kadetjes met kaas, bro. Wat heb je gisteren gegeten? Gisteren? Gisteravond? Hoe zag je dag er gisteren uit? Op zich wel gezellig. Ja? Ik heb helemaal het huis schoongemaakt. Zou dit de klok zijn van Hans Klokklok? Nee, Suus heeft het huis schoongemaakt. Ik heb een video geëdit, de crew.
En ja. Ik heb deze stream voorbereid natuurlijk. Nee! Ik drukte! Deze man probeert mij af te leiden nu, wat is dit nou? Oh, mooi. Jan vertelt rustig over zijn dag. Ja. Ja. Dankjewel voor je muntjes, hè, opnieuw. Ja, alsjeblieft. Ik heb niks. Oh, Jordi, je hebt nog steeds wel net iets meer, maar ja. Dan worden maar twee bonen. Die kop! Ja. Ik heb meer muntjes, je hebt vier sterren meer. Holy knetter. Nou, ja. Nice. Waarom op mij? Nice. Ja, is nou ja, we hadden tegen Zoe gezegd dat we tot 4 uur zouden streamen, maar het is nu al 5 over 5. Ah, ze is boos. Duurt te lang. Super Bart, dankjewel voor je 11 euro supertanks donatie. Ik zal hem doorzetten naar Warshield en hij zegt, het broodje saté doneert wel een eurotje of 2. Voor de mensen die het nu weten, Super Bart is elke stream erbij. Elke keer doneert hij hetzelfde broodje saté op de tv, maar nu een keer een andere. Dus dankjewel weer Super Bart. Daar heb je helemaal niks aan. Dankjewel weer Super Bart voor je 11 euro supertanks, man. Dankjewel voor je support, man. Voor Warchild. Oh, we krijgen nog... Dit zijn muntjes, hè. Dit zijn muntjes. Oké, ja, we gaan gewoon starten. Gewoon de muntjes verzamelen. De muntjes die je verzamelt, krijg je mee. Het is geen eerste, tweede, derde, vierde. Gewoon muntjes verzamelen. Ja, hey, niet bij de microfoon. Niet letterlijk in de microfoon. Hey, thanks voor alle zakken geld, jongens. Jongens, ik liep eraf. Ja, dan word je weer ingezet. Hey, Jordi! Die muntjes kunnen me gestolen worden. No, je wil gewoon mij pakken, jij, hè? Ik zat niet op de bed. Okay. Jordi! Jordi! Jordi, bro! Ik heb hem nog, Ik heb die ook nog. Zo, hoeveel muntjes geeft hij wel niet, joh? Wat? Jordi, zit er ook... Die gast die zit me... Ik heb 41, bro! Ja, je zit mij altijd te pletten. Ik heb 41 muntjes, ouwe. Let's go. Oh. Ik liep eraf. Wie is er eigenlijk aan het winnen? Nou, dat zie je nu natuurlijk, ja. Ik niet. Ik ook niet. Nee. Nul. Is een beetje zoals de pol was in het begin. Ja. Oh, let's go. Oké, wacht. Gewoon... Ja, ik moet gewoon laag gooien, want boom. Let's go. Oh. Oké, we gaan maar even naar links, ja. Doe die pauze. Nee, dan nee. Kan je nog een bonus krijgen? Nee, ga doe het. Als je nee. Hebt, doe het voor de kijkers. Dat, nee, vorige keer heb ik verloren omdat Bowser de ster pakt in de laatste ronde. Ik ga het niet nog een keer doen, man. Echt niet. Echt niet. Nou, er is nog 12 muntjes erbij. Die heb ik wel nodig. Ja. Laat mij ook een keer winnen, joh. Ja, dat is wel waar. Jij wint nooit. Nee. Oh nee, Jordi kan nog een ster stelen. Ja, Jordi! Jordi, pak wel die van Suus voor de grap. Nee! Ja. Denk je zelf? Ik krijg lach dat Suus had ja. Jij hebt mij helemaal kapot gemaakt, dat potje. Jordi pakt zo meteen de trein naar huis hierna. Die is er helemaal klaar mee. Lopen naar huis en me afvoelen. Ja, oh, ja. 200 kilometer of zo. Ja. Cool. Oh, nee, dan gaat de ster veranderen van plek. Staat er nog iemand bij? Staat er nog bij? Oh. Nou, hij is toch nog even verwisseld. Maar Liam zou kunnen omwisselen. Of sta je er nog bij? Ja, ik wilde omwisselen. Maar nou, het ding is, als jij 2 bonussterren krijgt, Jordi, heb ik nog steeds meer muntjes. Ja. Leuk. Chat, ik ga een keer weer winnen met Mario. Nou, wacht, ik ga dit niet te vroeg zeggen, want ik ga echt verkeerd namelijk. Ja. Minder dan dit. Nee, je moet warpen met mij en dan moet je gewoon 10 gooien en dan heb je nog een ster. Echt? Je staat aan de verkeerde kant, hoor. Nee, ik sta goed toe. Oh, nee, hij is veranderd van plek. Ik denk al. Oh, laat maar. Je kan wel, als je superkans. Met mij of met Mario gaat, dan kan je nog op die superkans komen. Mario is jezelf. Dus ja, moet je met, weet, met Jordi ruilen, dan heb je kans superkans te krijgen. Als je al weet als je erop komt halen. Oh. Pop. Nee. Oh, hij staat er 1 voor volgens mij, ouwe. Kijk maar. En volgens mij zit hij daaronder namelijk. Kom op. Ah, nog muntjes, nog muntjes. Met die superkans had iedereen nog kunnen winnen, want dan kan je het gewoon aan iemand anders geven. Anoniem die had nog 5 euro genereerd, dankjewel voor de support, wie het ook mogen zijn, dankjewel voor de support voor Warchild. Hij zegt, kan het donatiegeluid zachter? Helaas kan ik dat niet aanpassen. Dat moest ik eigenlijk... dit was...
Oh, gelukkig ben ik er niet. Dit was nog iets wat ik eigenlijk aan het begin van de stream moest zeggen. Dus ik ben nog ruim op tijd. Maar de donatietekst zat in het zwart. Het moest eigenlijk in het wit zijn. Alleen we konden het niet aanpassen. Dus bij deze, 3 uur geleden wou ik dit zeggen. Ik ben het helemaal vergeten. Maar vandaar ook dat de tekst in het zwart staat. En dat het geluid iets harder is. Maar dat maakt helemaal niet uit. Als we ooit nog een keer een livestream voor Warshout doen. Dan is dat natuurlijk gewoon opgelost. Maar dan weten jullie het een beetje. Maar dankjewel voor de 5 euro donatie voor Warshout. Die wordt weer toegevoegd aan het bedrag. Dus dankjewel. Dankjewel man. Appreciate it. Shit. Dit is oefenen, hè. Je moet gewoon gaan. Kom op. Sorry. Ik geloof in je. Nou, jawel. Hier, daar ga je. Boost. Boost. Op thee. Lekker. Oh. Die mis je. Boven op het dak. Oh, die mis je ook. Onder. Oh, die mis je ook. Oh, die raak je ook. Zo gaat hij goed. Ik lach Liam uit. Nou, je kan nog winnen. Misschien... Nou, oké, laat maar. Kan nog misgaan. Oh, Liam heeft er nog één gedaan. Nee, is... nee. Nee, hij is er. Hij is er. Bijna, bijna. Oh. Ik geloof nog steeds in je, maar bijna. Bedankt. Jan Jinx het nou. Nee, ik hield mijn mond al. Dit was de laatste... Nee, niet. Dit was de first. We hebben nog 1 minigame. Ja, nu. Letterlijk. Ik ben echt blij dat ik jouw ster heb gesteld, want anders was je nog kans om te winnen namelijk. Ik ga zo een nieuwe aflevering maken voor mijn kanaal, Meneer Beest. Ik ga met een bulldozer alles hier weghalen. Hele huis plat. En dan bouw je ook geen nieuwe ervoor in de plaats, dan lijkt het gewoon liggen. Oh. Ik ga nou even mijn spulletjes pakken. Ja. Oké, okay, de laatste minigames. Dan gaan we kijken wie deze gaat winnen. Oh, wat? Wat is dit dan? Wow, dit is Spaced! Oh, je moet je hoofd laten zien. En dan heel lang, hoe langer je hoofd laat zien, hoe meer punten je krijgt. Maar dit is, wow, dit is echt raar met z'n vieren. Oh, zij proberen ons te... Ja, ik zat te wachten. Je moet gewoon heel lang je hoofd laten zien. Ja, oké, okay, snappen we? Let wel op, ik ben dus nu roze. En jullie moeten even naar je eigen kleurtje kijken. Hmm. Oh, Jordi, dat is mijn gat! Auw! Ik ben bewusteloos. Waar ben ik nou? Nee? Oh, ik ben weer bewusteloos. Bro, dit is nog moeilijker ook. Ze zijn snel, man. Shit. Ik weet ook echt niet wie ervoor staat. Mijn gast, Jordi, afblijven. Wat? Hey, Mario! Mario, ga weg op dan! No! Nee, Mario gewonnen! Oké, GG, Liam, GG. Ik werd 2 keer vol geramd, jongen. Maar het is moeilijk, want mensen stelen je gat en er zijn 3 van die mollen die langs rollen. Laat maar. Laat maar, we gaan kijken wie heeft gewonnen. Laat maar. De uitslag. Pam, pam, pam. Ik kan al niet meer verliezen. Ik geef hem nog een bonus. Oeh. Nu ben ik helemaal blij dat ik jouw ster heb gestolen. Ja. Maar ik heb nog iets. Ja. Oh, je hebt iets, Liam. Let's go. Voor wat was het? Ja, ik heb geen idee. Ja, dit moet ik wel zeggen. Oh nee, niet rode vakjes, dat ben ik niet. Ah, ja. Oh, je hebt er 2 nog! Heb je anders zus nog ingehaald? Nee, oh, zus heeft ook eentje. Oh! Anders had ik 4. Ja. Jullie hebben allebei veel pech gehad. Ah, wie gaat dit winnen? Wat een spannende wedstrijd! Nee! Yeah! Gefeliciteerd. Dank u, dank. Dank je, dank je, dank je. Dank je, dank je, dank je. Yes. Dank je, dank je, dank je. Hoe voelt het om een keer eerlijk te winnen? Nou! Eerlijk? Bro, weet je hoe lang ik al niet heb gewonnen, hè? Dat is echt bizar. Ja, voor de mensen die het niet weten, we spelen deze game echt gewoon, als iedereen hier is, elke keer een paar potjes. Vorige keer hebben we zelfs 30 rondes gedaan. Ja, man. Dat duurde echt 2 uur of zo, jongen. Dat was echt bizar. Maar, kan natuurlijk maar 1 winnen. Eerste potje was inkoppotje, die had jij gewonnen. Tweede potje was echte potje. Hey! Die... Nee, we hebben er allebei gewonnen. Wow. We hebben allebei gewonnen. Dat was goed gedaan. Goed gedaan. Ja, ik ga wel dan langzaam de stream afsluiten. Ik zal sowieso zelf nog even doneren. Sowieso. We zitten op de 2903 euro dat we in totaal hebben opgehaald in deze 3 uur en 10 minuten tijd. Nice. Dus dat is echt serieus, serieus veel. Ik had het goal gezet op 1200 euro, maar ja, we zijn er
Meer dan 2,5 keer. Ja, 2,5 keer overheen gegaan. Gewoon. Dat is echt wel bizar. Maar we hebben niet de 1900 euro gehaald. Want we hebben ook nog een paar supertanks ontvangen. Dus we zitten sowieso op de 3150. Ik zal wel mijn eigen hoofd even doneren. Want dat moet natuurlijk wel. Dus ik zal dat sowieso eventjes doorzetten. Dus bij 3200, dan heb je 400 kinderen geholpen. 3200? Ja, dan heb je 400 kinderen geholpen. Ja, dat is echt bizar, man. Ik zal dit scherm even uitzetten voor jullie, jongens. Okay. Bericht. Nice. Nee, beest. Nee, het bericht is nice. Dat is nog steeds aan het klappen. Steun deze actie. Graag gedaan. Ja, thanks allemaal sowieso voor alle donaties. Ik ben even snel deze aan het fixen. Dan weten we namelijk het echte eindbedrag. Hoe vonden ze Mario Party allemaal? Oh ja, dat is wel een goeie, ja. Is weer eens wat anders. Hoe vonden jullie Mario Party? Was dat leuk om te kijken? Je moet altijd even. Jij moet 10 seconden wachten op antwoord. Dus. Hij zat al te wachten op antwoord. Nee, het duurt even, want de stream loopt 10 seconden achter. Ja, hoe vonden jullie Mario Party, jongens? Is dat voor herhaling vatbaar? Of denken jullie van één keer en nooit meer? Want ja, we spelen het heel vaak. En misschien is het sowieso wel leuk om af en toe Nintendo games te streamen. Als jullie andere gasten erbij willen, dan ga ik de volgende keer met 3 andere mensen. Zodat ik wel kan winnen. Nice. Nice. Al iemand vragen of ik een chickie ben. Oh, ben je mijn chickie? Nice. Kijk, mijn eigen hoofd. Ik heb mijn eigen hoofd gedoneerd. Woo! Nee, ik heb 300 euro gedoneerd. Oftewel, 250 euro waren de supertanks in de chat. Dus die heb ik meteen doorgezet. En ik heb er zelf nog 50 euro bij gedaan, omdat ik heb gewonnen. Dus... Oftewel, het eindbedrag is... Wacht, hoeveel zijn nou? 3200 heb je 400 kinderen geholpen. Het eindbedrag is 3203 euro... Dus daar hebben we hoeveel kinderen mee geholpen? 400 kinderen een maand. 400 kinderen een maand lang geholpen. Of ja, wij niet, maar Warchild gaat dat doen natuurlijk. Dus, ja, dat is bizar. Dat is echt bizar. Liam gaat nog wel eens winnen. Dat staat in de chat. Ooit. En, ja, echt een schattig koppel zijn jullie. Ah, oh, Jordi en Liam. Ik word verlegen, laat maar. Dat zijn 400 kinderen, ja. Ja, het is wel echt een getal. Het is bijna driedubbel wat we hadden ingesteld. Dat is wel echt, dat had ik niet verwacht. Ja, wil jij nog wat leuks zeggen, Jordi? Nee, bedankt allemaal voor het kijken. Ik heb niks van de chat kunnen lezen, maar het was wel heel gezellig. Oh ja, we hadden gevraagd wat vinden ze van Mario Party, maar ik heb het helemaal gemist. Oh ja, wat... Oh, jongens, even opnieuw. Wat vonden jullie van Mario Party? Want we hebben alle chats gemist, omdat we bezig waren met andere dingen. Dus ja, sorry. Wil jij nog wat zeggen, Liam? Goed dat iedereen... voor zo'n goed doel heeft geabonneerd. Gedoneerd. Nice. En top dat jullie erbij waren. Nice. Goed gedaan. Goed gedaan. Wil jij nog wat zeggen, babe? Dankjewel voor alles. Nice. Oh. Nice. Mario was leuk, zegt Raymond. Coolpaard zegt, het was super lachen. Echt top. Custom Mr. Beast naast elkaar als koppel. bedankt, superleuk. Was superleuk. Sowieso was het leuk om naar te kijken. Mario Party was echt top voor herhaling vatbaar. Echt cool, leuk, top, superleuk, leuk, super spannend. Fijne avond. Volgende keer Smash Bros. Dat kunnen we ook wel een keer doen, ja. Of we kunnen andere Mario doen of Monopoly doen. Of weet je, je hebt heel veel games van Nintendo. Ja, Monopoly. Ja, nee, ja, oh, nee, gaan we zo meteen beneden doen. Ja, dat is ook, oh ja, dit heeft er niet en op gehad. Eten, ja, wij gaan ook even eten. We wouden eigenlijk 2 uurtjes live gaan. Het is meer dan 3 uur geworden, maar dat maakt helemaal niet uit. We hebben lekker gestreamd. En even kijken, want we hebben nog een 1 euro donatie ontvangen van Jeff Verreken. En hij zegt erbij, yo Jan, zou ik een shout-out mogen? Allemaal tegelijkertijd. Shout-out naar Jeff! Shout-out naar Jeff! Dat was echt nice tegelijk. Warshout zelf zegt nog in de chat, thanks Jordi, Suus, Liem en Jan. En uiteraard iedereen die gedoneerd heeft en gekeken heeft. Hey, dankjewel. Mijn hond kan ik niet laten zien, want ze ligt hier letterlijk voor pampers naast me op de grond. Dus dat gaat een beetje moeilijk. Hey, je bent wakker. Nice. Ze weet het als je het over hebt. Kom eens. Ja! Yeah. Nou, daar is ze nog even hoor. Hey, Sophie! Hallo.
ja. Ze zien alleen de staart. Ja. Als een duet. Ja, dat. Zoe zei ook. Allemaal bedankt voor het kijken. Allemaal bedankt voor het doneren. Allemaal bedankt voor het abonneren. Allemaal bedankt voor het chatten. Voor het aanmoedigen. Maar ook natuurlijk... voor dat. En ja, we zijn snel mogelijk terug met een nieuwe video. Snel mogelijk weer terug. Met een nieuwe stream. Mag ik even mijn auto doen? Hoe oud is Zoe? 10,5. Zoe, mag ik even mijn outro doen? Dank u wel. Dus bedankt al voor het kijken, bedankt al voor het support. We hebben 3206 euro opgehaald voor Warshield in 3 uur tijd. Dus dat is bizar. Bas 1 die had nog 2 euro erin gezet. Beter later nooit. Dus dankjewel nog heel snel voor de 2 euro donatie. En er gaan ook nog andere mensen live voor Warshield. Dus hou de website daarvan in de gaten. Als je daar nog streams op volgen. Die zullen ook waarschijnlijk Mario Party of Mario Kart of iets gaan doen. En dan gaan we hem afsluiten. Bedankt voor de support. Bedankt voor de support. Bedankt voor het kijken. En hoop ik ook weer... Tot de volgende keer. Op morgen. Nice. Tot de volgende keer. Doei. Bye bye.